Deze competitie wordt mede mogelijk gemaakt door Predator van Acer. Match of the day Excelsior tegen FC Den Bosch. We spreken met de middenvelder van FC Eindhoven. En welke verrassingen kunnen wij nog meer verwachten in speelronde nummer 6? Ik ben Bjorn Remmerswaal en dit is Inside Esports. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Keukenkampioendivisie eSports Predator fancompetitie. En speelronde 6 staat op het punt van starten en het belooft een spektakel te worden. De match of the day uiteraard, maar daarnaast hebben we nog vele andere leuke partijen die bepalend gaan zijn voor die fantastische stand. En voor de stand hebben wij natuurlijk naast ons Bo. Leuk dat je er weer bent. Ja, ondertussen wel een vast terugkerend gezicht hier, maar bedankt dat ik weer aan tafel mag zitten. Heerlijk, en weer een lekker strikje aan hoor. Ja, dus ik ben geïnspireerd natuurlijk door Maarten, die zei dat ik wat vaker een strik moest dragen. Dus ik heb nu een andere uit de kast gehaald, mijn favoriet. Ja, ik ben wel benieuwd, hoeveel heb je er nog in de kast? Want er zijn er meer dan je zou denken. Ik denk dat ik er wel een stuk of 20 heb. Kijk. Dus we kunnen nog veel uitzendingen doen. Oh, dit is bijna het einde van het seizoen, hebben we nieuwe strikken. Nou, dat is leuk. Hoe is het met de strikken boven? Ja, we zijn hier best wel strikloos. Ja. Ik heb wel bretels. Juicy heeft helemaal niks. Maar we zijn er wel helemaal klaar voor een hele hoop lekkere games vandaag. Ja, ik dacht ook, we doen het af en toe een beetje afwisselen. Weet je, de ene week doen we wat chique, de andere week doen we net wat meer casual. Ik zit op de casual week, helaas zit jij op de net wat chique week. Maar dat maakt niet uit, het gaat een wilde dag worden, denk ik, met een heleboel leuke games. Bijna net zo wild als Bjorns haar zit. Zo wild als mijn haar zit. Nou, ik moet zeggen, Ernst is er weer. Maar die ziet er wel weer strak uit, hoor. Hey. Hey, Bretelsjes, baardje, snorretje. Dankjewel. Heerlijk. Dankjewel. Ja, ik doe wel mijn best om er een beetje goed uit te zien. Vooral als je zo met je gezichten op mensen hun scherm te zien bent. Maar ik ben blij dat het in de smaak valt. Jij ziet er ook goed uit. Nou dankjewel, dankjewel. Ik zei het niet om een ontvangst, wederontvangst te ontvangen. Maar nee, jongens, heerlijk. Ik heb er zin in. Het belooft wel een spektakel te worden, hè, vandaag. Zeker een heleboel leuke games, zowel aan de bovenkant van de stand als aan de onderkant van de stand. Een heleboel leuke dingen die gaan gebeuren. En als er iets is wat we tot nu toe hebben geleerd over de afgelopen weken, is dat het leuk wordt. Dat is tot nu toe elke week zo geweest. Ja, zoals Bo dat zou zeggen, is het, wordt het vooral gezellig, denk ik. Ja, zeker weten. Ja. Ik was al aan het wachten. Wie gaat het maken van ons drie? Nee, dankjewel mannen. Ja, jullie succes straks natuurlijk boven met die geweldige wedstrijden. En wij gaan hier nog eventjes voorpraten voor de eerste. Want we hebben een veelbelovende speelrondes achter de rug. Maar vandaag gaat er toch wel iets leuks gebeuren. Laten we eerst eventjes de standenkaart of de uitslagen van vorige week erbij pakken. Want daar waren niet echt hele grote verrassingen in de uitslagen. Weliswaar wederom wel op de manier waarop het gegaan is. Hè, Bo, dat hebben we vorige week kunnen zien. Sommigen deden wat beter hun best dan verwacht. De anderen deden wat minder hun best dan verwacht. Laten we het daarbij houden. Wel interessante wedstrijden gezien vorige week. En nu, en die komt er gewoon achteraan, de wedstrijden van vandaag. Want dat zijn deze. Kijk, dat zijn er ook wel een paar hoor. Excelsior tegen FC Den Bosch natuurlijk. De match of the day. Dan hebben we MVV Maastricht tegen Helmond Sport. Ook een hele leuke. Rode JC tegen FC Eindhoven. NAC Breda tegen NSC, de topper. Ja, dat is eigenlijk altijd wel de topper. De Graafschap tegen Top Os. FC Dordrecht tegen Volendam. Ja, en daar zien jullie al staan 0-2. Dat komt omdat Dordrecht niet in staat is geweest om te spelen. Gaat Bo straks ons eventjes over bijpraten. Maar dat betekent dat automatisch de punten naar Volendam gaan. En dan hebben we nog de laatste twee. Almere City tegen Telstar. Ook een hele interessante wedstrijd, denk ik. En Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Die hier ook gewoon genoteerd staat als topper. Ja, en dat is natuurlijk in de keukenkampioendivisie echt een gigantisch grote toppers. Laten we gelijk de stand erbij pakken, Bo. Doe dat, Björn. Ja, laten we gewoon gelijk doorgaan. Ga ervoor. Want hier zien we het verhaal. Volendam, die heeft al 3 punten erbij. De punten die ze vandaag hebben verdiend. Zonder er iets voor te doen. 18 punten, dus rekenen we even terug. Doen we de 3 punten af, staan er nog steeds 1, 2, 3 favorieten bovenaan. Excelsior, FC Den Bosch en Volendam. Maar het leuke is vandaag dat FC Den Bosch tegen Volendam speelt. Ja, en dat betekent dat er één in ieder geval de volle map krijgt en de ander gaat verdwijnen. Dus dat is wel dat is leuk. Dan heb je Cambuur, NSC, Go Ahead Eagles. En die lijken allemaal een beetje bij elkaar, hè?
Top Os staat er ook nog bij Telstar, die vandaag tegen Almere City moet. Dus dat is al een directe concurrent voor die top 6. Ja, dan heb je nog een aantal Helmond Sport met 6, Eindhoven met 6, NAC Breda. We gaan eens even vragen vandaag aan die middenvelder van Eindhoven wat hij er nou van vindt. Misschien heeft hij nog wat tips. En dan, ja, dan zien we de treurige, maar trieste... Je brengt het wel heel verdrietig. Je wilt de hekken sluiten. 15 en 16 staan FC, ja, Maastricht en Dordrecht. Ja. Hopelijk dat zij nog wel even in die laatste speelrondes toch nog even een paar punten pakken. Misschien voor vandaag Maastricht, hè? Zeker, ja, voor Dordrecht is hij klaar, want die gaat vandaag niet spelen. Precies. Hoe zit dat precies? Wat is daar... Er zijn een aantal regels wat betreft de competitie. Maar niet door overmacht kon een van de spelers niet. Dat betekent dus overmacht kan zijn, een ziekte, iemand heeft net een ongeluk gehad. Dan zijn er wel bepaalde regels over, hey, dan kunnen we andere spelers in laten vliegen en dan spelen we de wedstrijd. Als dat niet het geval is, dan voldoe je er zelf even niet aan het reglement dat je in ieder geval die 3 spelers hebt. Eentje is ervan uitgevallen of die kon niet spelen vandaag, misschien in verband met werk, dat wist ik niet exact. En wat er dus is besloten met de competitie is dat Volendam deze heeft gewonnen met 5 doelpunten voor Volendam per gespeelde wedstrijd. Dat houdt in dus dat 5-0, 5-0 geworden. Dus zijn 10 doelpunten gevallen voor Volendam en ze winnen dan 2-0 deze match. Dus die zal niet gespeeld worden. Het enige geluk wat we daarmee hebben, om het zo maar te noemen, want als een wedstrijd uitvalt is dat altijd zonde. Maar het is wel Dordrecht tegen Volendam, Volendam een van de toppers. Dus qua uitslag hadden we dit wel kunnen verwachten. Het blijft natuurlijk jammer dat ze het niet zelf hebben kunnen uitspelen. Maar ik denk voor wat betreft de puntentelling en de stand is het niet de allerergste match om te verliezen. Als we het zouden vergelijken met Excelsior Den Bosch. De eerste match of the day van vandaag. Dus ja, dat laten is, we daar eens over... Ik wil hier nog over deze match gaan we later nog eventjes spreken. Want ik wil daar nog wel wat een over kwijt. Maar laten we eerst eens Excelsior tegen FC Den Bosch erbij pakken. Match of the day. Meteen gelijk beginnen. De knaller. Hoe lekker is dat? Ja, dit is wat. Ik denk ook dat we in de aanloop naar deze wedstrijd ook eigenlijk nog weinig over de ander al kunnen hebben. Want er zijn zoveel redenen dat dit de match of the day is. We zien Excelsior en Den Bosch, alle twee de topteams in het klassement. Nu staat Volendam voor net, zagen we die bovenaan staan. Maar die heeft natuurlijk al de gratis win gekregen van die match. Dus de twee topteams die tot nu toe alles hebben gewonnen, gaan nu tegen elkaar spelen. En het zal dus betekenen dat één van de twee lager zal vallen dan de 100% winrate die ze hadden. Dat is ongelooflijk, hè? Gaat wel een strijd tegenaan, hoor. En dit zijn niet de teams, spanning, denk precies, ik ook wel. En dit zijn niet teams die dicht bij elkaar liggen, puur wat betreft de puntentelling. Het gaat ook om de skillset die beide teams hebben. Ik vind wel nog steeds dat Excelsior, wat betreft in de lucht en het dribbelen en de trucjes, net wat meer in huis heeft. Maar Den Bosch, het team staat ook als een huis. Dus, ik denk dat we het misschien een beetje zo kunnen omschrijven. Excelsior is misschien, als je het onderaan de streep zet, wel iets beter. Met de skills die ze hebben en de kwaliteiten die ze in huis hebben. Maar stiekem vind ik misschien FC Den Bosch wel een beter team. Ja, en vergeet ook niet dat als je tegen een heel sterk team staat, je minder ruimte krijgt om al die trucjes te doen. We zien dat de topteams in deze competitie vaak tegen de wat minder sterke teams alle ruimte krijgen in de lucht. Dat is ongelooflijk. Ze zijn er als eerste bij. Ze kunnen de aanvallen uitvoeren. We zagen aan Resolute bijvoorbeeld. En bij Excelsior vaak dat ze de verdediging dan een beetje laks mee omgaan. Een beetje laten vallen. En dat het prima is omdat het een minder goede tegenstander is. Dat gaat vandaag natuurlijk wel anders zijn. Ja, dus tegen Den Bosch kan je niet doen, want Den Bosch maakt dit af. Dus ik denk dat Excelsior wel iets beter op moet letten in hoe ze gaan aanvallen. Misschien iets minder trucjes proberen en echt elkaar wat meer proberen te vinden in de passes. Want passes zijn goed tegen elk team. Terwijl de dribbles vaak wel worden opgepakt door bijvoorbeeld Den Bosch nu. En dan kunnen ze dan ook gelijk de counter inzetten. Want we hebben het al eerder gezien. Op het moment dat je in de lucht hangt met de auto en je moet herstellen. Nou, ben je weg als speler. Even, ja. Voor een aantal seconden ben je dan weg. Maar mag ik jou een gewetensvraag stellen? Stel mij de gewetensvraag, Bjorn. Ik ben helemaal klaar. Vind jij dat Excelsior al uitgedaagd is in de zin van tegen een goede tegenstander? Of wordt dit hun eerste keer? Nee, het wordt niet hun eerste keer. Al denk ik namelijk dit... Nee. Goeie vraag, Bjorn. Hoor je dat? Ik ga helemaal twijfelen. Ja. Ik denk wel dat dit de allereerste keer is dat de controllers wel een beetje natte handjes. Klamme handjes op de controllers. Want los van dat Den Bosch een heel sterk team is, gaat het ook om je eerste positie die je hebt binnen deze competitie. En qua doelsaldo ligt Volendam, ondanks die 10 extra goals die ze nu hebben gekregen, ligt niet ver voor ze wat betreft het doelsaldo. Dus ja, en 10 deze is natuurlijk winnen, niet heel veel, hè? Want als we kijken naar het verleden, is meer gescoord. Hè? Zeker niet. Dus met andere woorden, wie deze wint met op zijn minste aantal goals, zorgt ervoor dat je als allereerste in de competitie eruit komt na speelronde 6. En dat is iets wat denk ik voor beide teams de grootste wens is, ook voor een Excelsior. En als je dit in je achterhoofd hebt, wordt het ook ineens spannender om die goede trucjes te gaan doen. Nou ja, waar ik me dus heel erg waar ik benieuwd naar ben en waar ik echt naar uitkijk is, gaat Excelsior de fouten die ze maken bij minder goede teams, gaan ze die nu ook maken?
Of hebben ze nu bij elkaar zoiets, oké, okay, jongens, koppen bij elkaar, dit is andere, different cook. Different koekje, lekker different hoor. Cook. Ja. We moeten nu even serieus, maar we moeten nu even die verdediging, we moeten niet te veel land opvanten. Nou, wat betreft daar ben ik heel erg benieuwd die different cookie. Ik denk dat de succesfactor van Excelsior nog steeds blijft hangen in dat je je eigen sprits of bestonje koek bent, dat je gewoon je eigen spel blijft spelen. Dus weet je waardoor dit komt, Excelsior, dat ik dit zeg? Ja, vertel, waar komen de vorige week van? Hadden ze boven over Brinkie. Die koekjes. Ah, kijk. Nou, daardoor komt het, denk mooie brug. We hebben het over gezellig voetbal en de koekjes. Dat is een terugkerend thema. Nee, ik denk eigenlijk dat ongeacht hoe sterk je tegenstander is, je ten alle tijde je eigen spel moet spelen. Als je namelijk nu ineens voorzichtig gaat spelen als een Excelsior, dan verlies je misschien ook de kracht waar de spelers juist in uitblinken. Ja. Dus ik hoop niet te zien dat het heel verdedigend wordt. Iets wat ik sowieso trouwens niet verwacht van Excelsior. Dat denk ik ook niet. Want ik heb het nog nooit gezien van ze. Nee. Kunnen ze het wel, is de vraag. Ja, en daarnaast, ik denk wel dat we gaan de bal veel zien op de helft van Den Bosch. Maar ik denk dat Den Bosch in de counters echt wel heel veel kansen gaat creëren voor zichzelf. En ook daarbij steady doelpunten gaat maken. Wie gaat er uitblinken in deze match? Dus als je beide teams pakt, wie gaat er uitblinken? Enia van Team Excelsior. Sowieso. Omdat ze hebben natuurlijk meerdere spelers. Ik weet de line-up niet precies. Dat gaan we zo meteen ook zien. Nee, maar ik vroeg, wie gaat er uitblinken van beide teams? Ja, dus er is Enia, één uitblinker. Ja, precies. Dus als Enia aan het veld staat, wordt het Enia. Een van de allerbeste spelers wat mij betreft nog steeds in deze competitie. Ik blijf natuurlijk een fanboy van Resolute, maar voor nu bij deze wedstrijd houden we op Enia. En voor Den Bosch is dat denk ik toch Henk of Henkie, die wel een van de sterspelers is van dat team. Ik ben heel erg benieuwd. Wat denk jij dat het gaat worden? Ik denk 2-1 voor Excelsior. En ik hoop en ik wens en ik vermoed een overtime in de derde wedstrijd. Het zijn mooie verwachtingen voor de allereerste match, die ook nog gelijk is de match of the day is. Mannen, hebben jullie er net zoveel zin in boven? Nou, ik heb er echt onwijs veel zin in. En Juicy volgens mij ook, want dit gaat zeker wel een knaller worden. Deze twee teams gaan echt elkaar het vuur aan de schenen leggen. Wat denken jullie? Nou, ik volgens mij, even tot nu toe, bijna elke week, als het niet echt elke week is, dat de eerste game in 2-1 is geworden. Dus ik denk dat Bo iets hier juist... Dit gaan we uitzoeken. Ja. Bo gaat hier naar kijken of dit klopt, deze statistieken volgens van mij, jou. Volgens mij wel. Volgens mij wel. Het zou interessante statistiek zijn. En wel, wat denken jullie dat wordt? Even als laatste, voordat we gaan beginnen. Ja, voor mij dus ook 2-1 voor Excelsior. Ja, 2-1? Voor mij, als het 2-1 wordt, dan wordt het voor Den Bosch. Oké. Okay. Ja. Wow. Ja. Ja, okay. Als je kijkt naar Den Bosch en Excelsior naast elkaar, ze hebben allebei evenveel punten. Maar Den Bosch heeft in ieder geval de minste goals tegen van iedereen in de competitie. Terwijl Excelsior by far de meeste tegen heeft van de gehele top 3. Dus, en dat is eigenlijk waar ik het over had. Hè? Van ja, die verdediging hebben ze altijd een beetje losgelaten. Maar zullen ze nu toch echt wel serieus moeten gaan handhaven? Kijk, ik denk uiteindelijk wat het belangrijkste is, is dat je er eentje meer scoort dan je tegenstander. En dat klinkt natuurlijk heel... Laten we daarmee eindigen. Prima. Ik zou zeggen, de match gaat beginnen. Mannen, succes. Ik zit er klaar voor. Mooi zo. Nee, maar ik denk wel oprecht dat dat iets is. Want Excelsior, tot nu toe, elke keer dat ze in zo'n best of 3 scenario komen, ze komen tot de derde game, dan weten ze hem wel altijd te winnen. En dat betekent voor mij meer dan dat jij tegen de wat zwakkere teams constant met 6-0 kan winnen. Ja, valt zeker wat voor te zeggen. Daartegenover staat dan, denk ik wel, dat wij het er al meerdere keren over hebben gehad, dat we toch steeds het gevoel hebben dat Excelsior echt net aan door het oog van de naald heen glipt. En wanneer gaan ze nu punten laten vallen? Ja. En ik denk vandaag tegen Den Bosch dat er best wel een kans is dat dat gaat gebeuren. Dus daarom zet ik in op Den Bosch, die nu toch bovenaan staat. Ik ben het met je eens dat die kans er bestaat. En ik ben volgens mij juist de advocaat geweest de afgelopen weken. Die constant heeft gezegd, wanneer gaat Excelsior nou onderuit? En toch weet ik niet of het nu gaat gebeuren. Zoals ik zeg, ik denk die eerste game wordt voor Den Bosch. Waarom? Jarno heeft constant elke week moeite gehad in de eerste game. Moeite met het ritme te vinden en te weten wat hij nou moet doen in de eerste game. En ook hoe hij moet spelen om het de tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken. En dan halverwege die tweede game wordt het opeens beter. En dan richting de derde game, dan loopt het gewoon soepel voor Excelsior. En dat is wat ik ook hier weer verwacht dat gaat gebeuren. Ja, dat is te hopen in ieder geval voor Excelsior. Dat warm draaien van Jarno, dat niet te lang op zich laat wachten. En dat Den Bosch, als ze er overheen gaan, dat het niet misschien te zwaar voor de mentale staat van de spelers wordt. Maar we gaan nu in ieder geval in de game.
Excelsior... Nog even niet. Nog want niet? Er zat een klein foutje in de instelling van de game... waarin stond dat als er één keer werd gescoord... dat dan de wedstrijd direct afloopt. Nou, dan, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Als we dat zouden doen... dus wij zien nu op ons andere scherm... dat even snel een goaltje wordt gescoord. Ja. Zodat we zo meteen wel echt kunnen starten. Geeft ons wel even de tijd om ook nog over de teams te praten... Mm-hmm. En de vorm waarin ze hier nu zijn. Want Excelsior al sinds week 1... een van de breedste selecties. Ja. Daarnet gaf Bo ook al aan dat Enia, wat hem betreft... toch wel een van de sterkste spelers is. Enia speelt niet. Ja, dat ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen. Want we zien hier dat Lacram, Koon en Jarno gaan spelen voor Excelsior. Het zijn nog steeds helemaal geen slechte nee, jongens hoor, achter de knoppen. Klopt. Maar ja, gaat dat het verschil maken, denk je? Tot vorige week... toen had Koon een ontzettend laag shooting percentage. Echt onder de 20% dat hij scoorde. Nam ontzettend veel schoten, maar het grootste deel van de schoten ging er niet in. Dat is een probleem, maar dat is wel een probleem die afgelopen week opgelost leek te zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat dit eigenlijk wel een van de sterkste teams kan zijn die Excelsior heeft. Mm-hmm. Enia brengt een heleboel creativiteit, maar heeft daar heel veel tijd voor nodig. En in dit soort wedstrijden is dat hetgene wat je niet gaat krijgen. Den Bosch gaat jou geen tijd krijgen, dus geven. Dus datgene wat je wil, zijn je snelste spelers die nog steeds consistent zijn. En dat zijn Koon en Lacram vooral. Ja, die weten toch wel elke keer klaar te spelen. En ze halen nog steeds, met of zonder die topspeler, halen ze nog steeds de gekste capriolen uit op het veld om die doelpuntjes te scoren. Maar wat wel interessant is, is dat wij, als we naar Excelsior kijken en daarover nadenken, zijn het toch wel die flashy plays en die goals die ze zo scoren. Maar Den Bosch, die scoort ze misschien wat minder flashy, maar die heeft er precies evenveel als Excelsior. Ze staan allebei op 41. En het maakt niet uit hoe je scoort, zolang die bal er maar ingaat. Ben ik met je eens, maar ik denk wat wel een groot punt is, is de teams tegen wie je scoort. Als jij er 6 inprikt tegen een FC Dordrecht, tegen een MVV, dan betekent dat voor mij iets heel iets anders dan dat jij een 3-1 winst pakt tegen een team zoals een Go Ahead Eagles. Dat is een ander kaliber team, waartegen Excelsior zich niet overtuigend, maar wel heeft bewezen en we dat van Den Bosch nog missen. Ja, precies. Nou ja, dit is in ieder geval de grote kans straks voor Den Bosch om dat daadwerkelijk te doen. Want ja, Excelsior, zoals al eerder wordt gezegd, ze zijn allebei top 3. En daar moet je het dan zeker tegen laten zien. En ik denk dat dit ook wel de eerste echte topper is die we hier hebben nu. Vandaag. Het is de eerste game, dus weet je hoeveel dat betekent? Nee, maar we hebben natuurlijk al een heleboel echt hoge wedstrijden gezien. Ja, dat is met sterke teams. Dit is er zeker één van. En ik geloof, van een aantal server issues, waardoor het even op zich heeft laten wachten. Maar ik geloof dat de spelers zo ongeveer klaar zijn om lekker in de game te springen. En we zien ze al de teams joinen, dus het duurt niet lang meer. En we mogen eindelijk met deze topper van vandaag gaan starten. De match of the day. Dus Excelsior en Den Bosch. Ja, en ik ben heel erg benieuwd. Wat gaat er straks als eerste gebeuren? Wie gaat als eerste die druk hoog zetten? En ik denk dat dat wel bij Excelsior gaat liggen, kennende. Wie scoort die eerste goal? Dat gaat, denk ik, de match best wel maken of breken. Als je hier snel voor kan komen. In zo'n wedstrijd heb je best wel een streepje voor. Want Den Bosch kan zeker wel verdedigen. En het is ook de vraag... Nadat het heel close wordt. Jarno die probeert het ook nog een keer. Maar ik denk dat het een beetje de vraag is. Staat het huis van FC Den Bosch stevig genoeg om de complete hammering die Excelsior gaat uitvoeren, om die te weerstaan? En als ze dat kunnen, hebben ze best wel een grote kans om te winnen. Vooralsnog staat het in ieder geval in de eerste halve minuut redelijk met de druk die wel wordt uitgeoefend. Hier is het Koon die toch het schop probeert te nemen. De eerste 10 seconden al Henk, die bijna een eigen goal scoorde. Maar het ging goed en nu een kans voor FC Den Bosch. Ook de verdediging van Excelsior is wakker bij de teams. Lijken er meer dan klaar voor om deze match te starten. En ook gewoon op het niveau direct te spelen die we van deze teams verwachten. En dat was eigenlijk mijn beginvraag met Excelsior. Kan Excelsior al direct vanaf het begin goed genoeg spelen? En dat is een pracht read van Jarno om die bal weg te krijgen. Ja, daar komen ze toch wel heel erg dichtbij aan de kant van Den Bosch. De lat die moet redding brengen. Kijken of Lau deze bal van Jarno kan verdedigen. Jarno die krijgt hem er net niet overheen. En eigenlijk was dat vrij simpel uitverdedigen. Nu, je ziet dat ze toch wel veel de lucht gaan. En daar is het eerste doel.
Doelpunt Jarno, waarvan we zeggen, misschien moet hij warm draaien. Wordt dat lastig? Die legt hem gewoon de eerste keer in. En dat zal wel een opsteker zijn. Ja, en hij mag ook wel even dankjewel zeggen tegen Koon. Die dat balletje perfect voor hem neerlegt. Alle drie de Den Bosch-spelers speelt hij in zijn eentje uit. We zien Henk ook een great pass geven in de chat. Dat is hoe goed hij was. Maar echt hoor, van Koon, dat je drie spelers zo goed uitspeelt, is prachtig om te zien. Ja, en Excelsior, die laat het daar niet bij zitten. Die vroeg meteen na de aftrap weer het tempo hoog op. Nu zag het er bijna uit alsof Den Bosch er toch uit kon komen. Maar weer is het Excelsior met maar één verdediger. Deze keer in de vorm van Lau aan de kant van Den Bosch. Hij weet het spel wel op te breken. Maar eigenlijk komt Den Bosch helemaal niet van zijn eigen helft af. Nee, ik krijg ook weinig boost. Alles wordt weggestolen door Excelsior. Deze bal gaat wel volledig weg. Maar Lekram die neemt dan die bal ook zodanig mee dat hij direct weer naar voren toe gespeeld kan worden. En zo krijgt FC Den Bosch amper tijd om te ademen. Hier weer een schot van Jarno. Henk moet redden. Doet dat ternauwernood. En Cruzy helpt hem nog even die bal weg te krijgen. Nu Henk aan de andere kant. Die bal gaat naar midden toe. Maar geen schot voor FC Den Bosch. En dan moeten ze toch weer verdedigen. En zo is de eerste helft van de game voorbij en we hebben volgens mij nog niet eens een echt schot gezien van FC Den Bosch. Nee, Den Bosch die komt er gewoon echt op dit moment helemaal niet uit. Oh, en Excelsior, kijk eens aan! Lekram die prikt er ook nog mooi even eentje in. Hij gaat goed omhoog zelf via het plafond, beukt hij hem en hij heeft die second touch als hij van de verdediger afkomt. Ja, helaas voor Den Bosch dat ze hem zo helaas weg moeten geven, maar Excelsior die zit er nu bijna 2,5 minuut lekker warm bij met een 2-0 voorsprong. En het lijkt alsof FC Den Bosch verdediging ook gewoon niet gewend is aan dit soort druk. Elke bal die zij proberen weg te spelen, daar is een Excelsior speler die gewoon vliegt om maar die bal tegen te houden. En er is geen enkele plek waar ze de bal echt naartoe kunnen spelen dat die veilig is. Maakt het zo lastig om te verdedigen. Hier ook Cruzy die speelt die bal weer weg. Maar het is direct een Excelsior speler om de druk op te zetten. En als Jarno dan ook nog de bums gaat halen op Lau, dan valt zo toch wel heel gemakkelijk zelfs de derde goal binnen. Ja, Lau die was daar eigenlijk op de goede plek. Maar Jarno die dacht, nee. Je gaat die bal helemaal niet tegenhouden. En zo staat het 3-0. Ik denk dat dit best wel duidelijk aangeeft hoe Excelsior toch, als het er blijkbaar op aankomt, maar gewoon zijn spel wel strak op orde kan hebben. Of dat Den Bosch er gewoon niet klaar voor is. Kijk, dit gaat er ook bijna in eindelijk een keer een kansje. Maar Lau weet hem niet nog een extra keer te raken. Die gaat tegen de backboard en weer weg. En daar gaat Excelsior weer. Bal boven het goal tegen de backboard. Maar helaas geen medespeler om hem te stoppen. Maar Koon staat goed achter en die weet hem weer weg te werken. Ook al probeert Henk er wel aan te komen. Het lijkt niet te lukken aan de kant van Den Bosch. Nee, het komt ook door de boostcontrole aan de kant van Excelsior. Ze zorgen dat ze constant alles wegstelen van FC Den Bosch. En dat zorgt ervoor dat zelfs als FC Den Bosch een keer uit die verdediging komt, richting de aanval gaat, dat de speler die de bal opvolgt, in dit geval Henk, gewoon geen boost heeft om direct voor de volgende bal te gaan. En constant moeten ze die bal gewoon weglaten. Aan de Excelsior-spelers laten. Die hem dan vervolgens weer rustig terugbrengen naar de eigen helft van FC Den Bosch. En zo wordt FC Den Bosch volledig weggespeeld. Hier misschien nog eentje. Koon gaat voor de dubbeltap. Krijgt hem langs Cruzy. En dat is de 4-0 voor Excelsior. Ze zijn hier om te vechten. Ja, zeker weten. En het ziet er naar uit met een voorsprong van 4-0. Dat ze hem waarschijnlijk ook wel gaan pakken. Want we hebben nog net iets meer dan een minuut te gaan. Je zag daar Cruzy. Die dook het goal in om nog een beetje op dezelfde hoogte te komen. Maar ja, die dubbeltap die was gewoon goed genoeg om de bal weg te krijgen. En ja, ik vind het wel interessant om te zien dat Excelsior zoveel die controle heeft over die boost eigenlijk aan allebei de kanten van het veld. En hier zie je ook Lau die probeert hem weg te werken en dat lukt dan wel. Maar hij heeft niet de boost om er daarna weer achteraan te gaan. En dan blijft de bal gewoon weer voor Excelsior. Zo krijg je die bal gewoon echt heel moeilijk weg. En kan je ook heel moeilijk je eigen plays maken. Nu gaat de bal wel richting het goal van Excelsior. Maar Cruzy kan er eigenlijk geen schot van maken. Dus meer een lichte aanraking. En dat is gewoon niet voldoende om langs de verdediging te komen. Is dit wel voldoende? Nou, Cruzy die prikt er toch eentje in. Het maakt wel uit. Ik wilde ook daarnet gaan zeggen. Ik heb het gevoel dat ik wil zeggen wat FC Den Bosch beter kan doen. Maar op dit moment heb ik echt het gevoel dat Excelsior zijn beste spel van de competitie tot nu toe laat zien. En eigenlijk het spel die we al vanaf week 1 van ze verwachten, maar nog niet hebben gezien, dat komt er nu wel uit. En dat maakt het zo lastig voor FC Den Bosch om te doen wat ze willen doen. En ik ben blij dat ze wel even een goaltje hier hebben kunnen meepakken. Misschien een tweede. Nee, dat is een backflip
van Cruzy. Zo is het in ieder geval nog 4-1. Als we naar de laatste 20 seconden van de game gaan. Een prachtige paas. Gaat naar de backboard. Wie volgt hem op? Koon doet het. Maar dit schot is net niet goed genoeg. Die gaat tegen de lat aan. Maar ook weer prachtige uitgespeelde kans van Excelsior. Kijk, daar zag je weer. Lau die hangt in de lucht om eigenlijk die bal verder weg te werken. Maar met nul boost. En dan kom je gewoon niet heel ver. Maar ik denk dat het inderdaad wel een heel goed punt is van jou over het spel van Excelsior op dit moment. Excelsior staat tot nu toe niet echt bekend om het gecontroleerde spel. Het is niet clean, zoals ze dat zouden noemen. Maar in deze game heb ik eigenlijk constant de overhand. En Den Bosch die krijgt er gewoon geen vinger tussen. Nee, en dat zagen we echt in het wedstrijdbeeld. Er was constant de druk van Excelsior. Uiteindelijk ook 14 schoten tegen maar 5 aan de kant van FC Den Bosch. Dat is een gigantisch verschil. En dan is het logisch dat je een paar keer meer scoort dan je tegenstander. En wat mij betreft, tot nu toe in ieder geval, is het weer Koon die echt de uitblinker is voor Excelsior. Het ziet er misschien minder flashy uit als bij Enia bijvoorbeeld. Mm. Omdat hij dan de flip reset erbij doet en dat soort dingen. Maar Koon die doet het zo snel, maar wel nog steeds zo gecontroleerd. Die ene paas op Jardo, waarin die eerst iemand langs de muur uitspeelt, dan nog een keer tikt en hem dan nog naar beneden tikt naar Jardo. Dat is prachtig om te zien. En dat is echt de individuele kwaliteiten die Excelsior heeft boven de andere teams in deze competitie. Nou, daar is zeker wat voor te zeggen. En ze laten het nu ook gewoon keer en keer zien. En nu echt tegen een topper zoals Den Bosch. Weet je, daar moet je ze wel tegen maken. Maar het hele team staat gewoon klaar om het gevecht naar Den Bosch te brengen. En Jarno mist dit keer geen ballen? 100%. Jarno, die zit blijkbaar meteen vanaf het begin al lekker in de wedstrijd. Ik weet niet of hij misschien wat heeft veranderd in zijn voorbereiding. Maar hij speelt een heel ander potje Rocket League dan we in andere eerste games van Excelsior hebben gezien tot nu toe. Zeker. En ik denk dat we ze even moeten laten testen. Even drugstest, ik weet niet wat ze hebben genomen. Maar dit spelen te goed momenteel. Ja, gewoon soms een bakje koffie komt al echt heel ver. Dus dat kan het ook gewoon zijn. Of misschien wat meditatie, een beetje yoga. Misschien is hij gaan hardlopen. Je weet het niet. Je weet het maar nooit. Je weet het nou. Ja, ze zeggen Red Bull geeft je vleugels. En dat helpt hem misschien nu wel. Je weet maar nooit. Ze gaan goed de lucht in ieder geval. Maar we zijn in ieder geval nu 30 seconden, een beetje meer, in de tweede game. En ik ben heel erg benieuwd of ze het deze game weer gaan laten zien. We zien in ieder geval meteen weer Excelsior voert de druk hoog op. En Den Bosch die komt er niet uit. Het blijkt een beetje herhaling van game 1. Maar we gaan zien of dat nog verandert. Oh, Koon hier legt de bal prachtig voor zichzelf neer. Volgt hem op. Cruzy vliegt dan ook nog langs de bal. Daar is Jarno. Maar Cruzy is er op tijd om de save toch te pakken. Zo is het Excelsior dat als zijn eerste weer gevaarlijk is in deze wedstrijd. En Excelsior gaat ook gewoon verder met waar ze zijn gebleven. Die constante druk die we op FC Den Bosch zagen, die houdt niet op. Zelfs als de eerste game voorbij is. Zeker weten, zeker weten. En wat ik eigenlijk een beetje mis aan de kant van Den Bosch, waar ik in eerdere wedstrijden en uitzendingen al... Henk en Lau, die weten elkaar eigenlijk helemaal niet te vinden. Dat is natuurlijk ook lastig als je zo onder druk gezet wordt. Maar ja, van een goed team, of tenminste een team dat tegen een Excelsior zoals dit op zou moeten kunnen, zou je toch verwachten dat ze wel die kansen en die mogelijkheden en die ruimte zouden moeten kunnen creëren. Maar het komt er gewoon helemaal niet van. Hier zijn ze wel weer in de buurt van het goal van Excelsior, maar er wordt eigenlijk weer niet zo heel veel mee gedaan. En ja, als je zo dichtbij bent bij dat goal en je krijgt er eigenlijk geen schot uit, dan... Ja, als je niet schiet, kan je niet scoren. En als je niet scoort, kan je niet winnen. En dat is heel simpel. Het ziet er wel beter uit dan de vorige games. Ze zijn gevaarlijk aan de kant van de FC Den Bosch. Jarno krijgt hier nog wel even een demo mee om ervoor te zorgen dat het iets minder gevaarlijk wordt voor het goal van Excelsior. Ik heb wel het gevoel dat Cruzy net ook niet helemaal lekker in de game zit. Maar wat jij eerder aangaf over die connectie tussen Henk en Lau, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want juist op het moment dat het niet goed loopt, dan ga je dingen lopen forceren. Dan ga je de bal naar voren schieten in plaats van dat je gaat kijken waar is mijn teamgenoot waar ik naartoe kan passen. En dat maakt het zo lastig dat je juist op het moment dat het slecht gaat, moet je elkaar proberen te blijven te vinden. En dat is niet wat FC Den Bosch op het moment momenteel aan het doen is. Ja, het lijkt een beetje panic modus. Ze proberen die bal maar gewoon naar voren te knallen zonder dat er echt heel veel idee achter lijkt te zitten. En dat is toch waar we tot nu toe eigenlijk Den Bosch altijd vaak complimenten over hebben gegeven. Gaat hij dit? Oh, hij krijgt hem! Ja hoor! Wat een paas! En Koon die staat daar precies goed. Echt. Lacrant doet het.
Je ziet hem daar zweven en je ziet Lau ook gewoon daar stilstaan van nee, nee, hij raakt hem niet. Hij mist hem en dan neem ik die bal mee, maar Lecram die raakt hem en die bal valt achter Lau neer. Dan kan Konen nog binnentikken ook. Zo is de eerste goal weer gevallen aan de kant van Excelsior. Ja, hoe je zo'n bal überhaupt scoort, weet je, het is mij echt een raadsel. Maar ze doen het wel. En dit zijn die momenten waar, zoals, net zoals bij de vorige game, hier komt die kwaliteit van de spelers van Excelsior naar boven. Ze gaan er nog een keer langs, hoor. Oh jongens, dit wil je eigenlijk niemand aandoen. Maar weet je, als er dan tegen je gescoord moet worden, zijn dit wel de manieren. Maar dit is zo slim. Het is zo slim van Jarno om langs het goal te gaan. Die bump te krijgen op Henk. Want vervolgens degene die eigenlijk naar goals uit moet gaan, die kan dat op een gegeven moment niet meer. Want die is gewoon weggebumpt. Vervolgens ontstaat er zoveel ruimte voor Lecram om die paas te krijgen. En dan zal ook dit de 3-0 worden. Nee, dat is net een save van Lau. Dat is goed opgelost. Maar je hebt constant een aanval van 3 Excelsior-spelers. Maakt het zo lastig om te verdedigen. Nu wel Henk in zijn eentje. Begint een beetje te rennen en te springen en te doen. Maar echt gevaarlijk wordt het niet. Dus deze paas leek hem misschien voor langs te gaan. En dan is het een eigen goal. Een eigen goal van FC Den Bosch. Die het einde van deze series gaat betekenen. Ja, zo gooi je eigenlijk wel. En Henk die rijdt net even iets te ver door. Ja, en vanaf zo'n positie. Vooral met de snelheid, met hoe snel de bal soms gaat in Rocket League, kan je niet omdraaien en denken van, oh ja, ik rij even een stukje terug, ik hou hem wel tegen. Daar gaat het gewoon te snel voor. En ja, nu hebben ze eigenlijk wel de wedstrijd in het slot gegooid. Toch nog een tegendoelpuntje. Daar komt Henk mooi vanaf na die eigen goal die hij achter zich langs zag verdwijnen. Daar, ze pakken hem wel door. Ook niet verkeerd samenspel deze keer. Ja, en ik denk dat dat het belangrijkste is, want dat is ook datgene wat fout gaat bij die vorige goal. Het is gewoon een communicatieding. Als Cruzy op tijd tegen Henk zegt, ik paas hem terug, dan zit Henk daar niet in het midden van zijn flip. Als dat niet gebeurt, ja, dan is het gevaarlijk. Dan gaat er opeens zoveel ruimte komen en dan gaat die bal langs Henk. Henk wel hier met nog een kans, weet hij hem te vinden? Ja, op de counter pakt FC Den Bosch toch nog een goal. En zo is de serie toch nog niet voorbij. Iets te overmoedig aan de kant van Excelsior. Ze worden gestraft. En 3-2 met nog een minuut te gaan voor Den Bosch. Hier zie je toch langzaam maar zeker de scheurtjes in het gameplan van Excelsior tevoorschijn komen. Ik wilde eigenlijk net zeggen, het was een beetje mentale caster curse, zoals we dat noemen. Ik zat nog te denken, nou weet je, ze spelen zo agressief. En ze zijn elke keer op tijd terug. Maar ja, weet je, als dit soort ballen er ook ingaan, dan maakt het dan uit dat Den Bosch 2 keer scoort. Want Jarno vanaf de midline en daar is gewoon niemand. En Lau die is te laat. Ik zag hem ook niet boosten, dus ik denk dat hij de snelheid gewoon niet had om erbij te kunnen komen. Dat is echt zuur, want ze hadden die aansluitingstreffer. En dan denk je, nou, er bestaat nog een kans. Maar je moet hem wel doorduwen en dat wordt tot nu toe nog niet gedaan. Lau probeert het een keertje. Jarno tikt hem net op de lat weg. Dat is echt wel net op het randje voordat er weer een aansluitingstreffer werd gescoord. En kijken of Den Bosch dit door kan drukken. Kunnen ze agressief blijven spelen? Kunnen ze elkaar nu wel vinden in deze ruimte? Maar het ziet er nou uit. Hier gaat Lecram weer de lucht in. Tegen de backboard. Jarno staat daar klaar. Maar Lau die heeft deze keer wel de boost om eruit te komen. En die weet hem goed weg te werken. We gaan kijken of er nog wat gaat gebeuren in deze laatste halve minuut van de topper. Koon speelt nogmaals de bal naar voren toe. Lecram is daar als eerste. Probeert de blok te krijgen op Lau die de bal langs zijn goal meeneemt. Dan Henk met een goede touch. Aan de linkerkant nu wat ruimte wellicht voor FC Den Bosch. Cruzy speelt gewoon de bal naar voren toe. Had daar meer mee kunnen doen. En zo is het toch Den Bosch die waarschijnlijk niet die aansluitingstreffers gaat vinden. En het was belangrijk. Het was om ervoor te zorgen dat zij toch dat puntje meepakken in hun verlies. En dat lukt hier niet. Cruzy gaat al uit de match voordat hij überhaupt is afgelopen. Beetje jammer. En zo is het Excelsior met een overtuigende 2-0 aan het einde. Toch een beetje scheurtjes, maar ze hebben hem gehad. Ja, weet je, uiteindelijk, het maakt niet uit als ze 2 keer scoren. Tuurlijk, voor Den Bosch is het lekker nog 2 treffertjes. Maar voor die punten, ze halen er niet 1. Geen game. En dat is toch zwaar, want er zijn gewoon teams die net wat lager in de ranking staan, die Precies. Dan misschien wel hebben verloren, maar toch die punten hebben weten te pakken. En ja, Den Bosch, als nu bijvoorbeeld, laten we zeggen, een Cambuur een pot wint, of een Go Ahead Eagles een pot wint, of in ieder geval iedereen 4, 5, 6, dan staat Den Bosch daar straks gewoon achter. Ja. En dan wordt het toch wel weer een stukje gevaarlijker. En je gaf aan, voordat deze wedstrijd begon, Den Bosch het team met de minste goals tegen. Als ik me niet vergis, waren dat er 7. In deze serie staan de goals dat Excelsior heeft gescoord.
7. Verdubbeld het doelsaldo tegen voor FC Den Bosch. En ik denk wat het belangrijkste is om mee te nemen uit deze series. Den Bosch, evenals Almere City een paar weken terug. Ja, een sterk team, maar was nog een klein beetje ongetest. En als het er echt toe doet, dan vallen ze toch tegen de Titanen. Zeker weten, zeker weten. En ja, het is... Den Bosch die heeft sowieso goede dingen laten zien, hoor. Dat is zeker vooral in de tweede game. Weten ze toch die kleine ruimte die Excelsior laat vallen, hebben ze toch kunnen benutten. Maar ja, het is zo interessant dat zulke topteams het dan, als ze dan in ieder geval tegen elkaar staan, dat dan toch een wat ogend slordiger team als Excelsior dan de winst pakt. En ook gewoon volledig. Ja, en ik ben nog steeds blij, ook om dat nog eenmaal te benadrukken. Het feit dat Excelsior dit keer niet nipt heeft gewonnen, maar echt een keer hebben laten zien waar ze tot in staat zijn. Ik heb zin om ze uiteindelijk in dat play-off toernooi te zien aan het einde van onze achterspeelronde. Zijn we gelukkig nog niet, want we hebben nog een heleboel actie in deze zesde speelronde week. Daar gaan we zo meteen verder terug, maar eerst een korte reclame. Wauw. Wat er gebeurde hier? wat een statement hier maakt Excelsior tegen de koploper van de competitie. Maar laat ik meteen even terughalen wat ik voor de wedstrijd zei. Ja. Dit is precies wat ik bedoelde. Ze zijn nog niet echt getest. Den Bosch eigenlijk ook niet, maar dat blijkt na vandaag. Of dit gebeurde, of ze waren ineens... Oké, je speelt tegen een wat betere en je gaat die fouten achterin worden fataal. Maar wat... Nou, deze hadden we eigenlijk niet echt zien aankomen. Dat Excelsior, het leek erop alsof ze alle vorige speelrondes maar op half energie gespeeld hebben. Ja, daar leek het nu op. Ze brachten hier echt hun A-game erin. En het ongekend. Leek bij FC Den Bosch wel alsof ze altijd één stap te laat waren. Alsof een Jarno zat altijd precies tussen de ballen in. Dus ook weinig aanvallen lukte voor Den Bosch, omdat de constante verdediging van Excelsior tussen zat. Nou zagen we wel de goals van Den Bosch waren vooral op de counter. Als even de space van Excelsior moesten recoveren. Misschien net na een aanval nog op de land moesten komen. Ja, en ik kreeg op een gegeven moment ook wel het idee dat je zoiets had van oké, Excelsior, dat je ze denderde er overheen gewoon. Het was niet normaal. En dat ze op een gegeven moment een beetje verslapten. Daar leek het wel op dat ze die slordige foutjes die ze dan in andere speelrondes ook wel eens maakten, verdedigend gezien, zag je een paar keer gebeuren dat ze dachten, oh wacht even, jongens, even weer focus. dat is natuurlijk ook het comfort van voorstaan, is dat je ook wat meer risico kunt nemen voor de aanvallen. En als die genoeg beloont, dan is eigenlijk die aanvallende speelstijl prima om te doen. Krijg je een keer een counter tegen, so be it. Als jij constant voorin goed die aanvallen weet te realiseren, dan heb je de speelruimte om dat te blijven doen. Trouwens ook, wat ik nog wilde aanhalen, is volgens mij was het Koon, die vanuit de corner de bal op zijn neus meenam voor de paas voor het goal. Ja. Ik denk dat bijna alle doelpunten van Excelsior konden highlights zijn, of goals van de week, of hoe je het ook wil noemen. Ik zeg tegen jou, als je een top 5 goal van de week maakt, dan staan ze er allemaal in. Heb je er 5 van deze wedstrijd? Ja. Ergens vind ik het jammer. Ik hoopte, want ik zei het al ook voordat deze wedstrijd begon, laat het een 2-1 worden met een overtime. Ik zou het zo vet vinden om te zien als de topteams zo dicht bij elkaar kunnen liggen. Maar het leek alsof Excelsior mijlenver voor Den Bosch was. Dit was niet normaal. Alsof ze de stoel hadden aangeschoven. Nou, ik kreeg een beetje het idee dat na het zien van deze match dacht ik... Oké, het is alsof Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern München in de keukenkampioendivisie meedoet. De grootheden van de competitie. Oké, dit is wel. Nu vallen de verschillen wel heel erg op ineens. En of dit een off-day van Den Bosch is, dat kan natuurlijk ook. Hè. Daar praten we nu niet over, maar dat zou kunnen. Of dat dit een trend is en Excelsior echt zo goed is dat we vandaag hebben laten zien tegen toch een topper. Ja. Ik ben wel heel benieuwd wat dit gaat doen tegen een Volendam, een volgende topper. Ja, zeker. En laten we sowieso duidelijk erover zijn. Excelsior in hoe ze elkaar weten te vinden in de passes is absoluut een niveau boven alle andere teams die we nu zien spelen. We kunnen hierover blijven praten. Maar we moeten ook door. Er is meer voetbal. Er is meer Rocket League. Het is MVV Maastricht tegen Helmond Sport. Waarin de beker afgelopen week verliest Helmond Sport gewoon met 4-0 van Excelsior. Hè? Dat is een leuk weetje.
Ik hoop dat het voor Helmond Sport vandaag wel winst wordt. Ik heb in mijn voorbereide notities gezet. Ik hoop dat deze match... ik had hier gezet dat het wat minder one-sided zou worden als onze eerste wedstrijd. Maar eigenlijk verwacht ik hetzelfde. Ik denk dat Helmond deze hard in gaat pakken. MV Maastricht staat helemaal onderin samen met Dordrecht in deze competitie. Ik verwacht dat Wansie en Adje van Helmond nu voldoende ruimte krijgen om veel goals te maken. Ook iets wat ze kunnen gebruiken voor hun doelsaldo. Dus Maastricht heeft in de afgelopen wedstrijden er niet lekker in gezeten. En Helmond Sport is echt een prima team. Wat gaat het worden? Goed samen. Het wordt een 2-0 voor Helmond. En ik verwacht zeker wel 3-4 goals per wedstrijd voor Helmond die ze hard kunnen gebruiken. Nou, ik voeg er gewoon helemaal niks aan toe. Match 2 alweer. Ja. Daar gaan we. Ja, ik heb er ook zin in. Spelers zitten ook al bijna klaar. Ik denk dat het... niet per se een super close game gaat worden. Alhoewel de auto's wel net heel close bij elkaar stonden. Ja, dat was een mooi stapeltje. Lekker hopie. Maar ik denk dat het wel een groot verschil gaat zijn. Ik vind het leuk voor Helmond Sport. Ik geloof dat het vorige week was, weet ik niet meer zeker. Maar toen had Helmond Sport ook een week waarin ze net wat zwakkere tegenstander hadden ten opzichte van de weken ervoor. En dan merk je toch dat het een team is die ook het samenspelen heel belangrijk vindt. En dat blijft proberen. Zeker, zeker. Nou, ze moesten naar mijn weten, moesten ze tegen Telstar. De eerste game toen konden ze eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar de tweede game deden ze het eigenlijk best wel prima. Dus ik hoop dat ze dat door kunnen zetten. Wat ik wel een interessant feitje vind. Wie is het team met de minste goals van de hele competitie? De minste goals voor? Ja, minste goals voor. Dordrecht. Nee. Dat is dus MVV. Okay. En als je kijkt naar Helmond. Helmond staat tiende. Maar die heeft wel minder tegendoelpunten dan bijvoorbeeld een Go Ahead Eagles, een Top Os, een Excelsior. Dus de vraag is, hoeveel gaat er daadwerkelijk gescoord worden? Ja, en je punt is dus dat MVV nu al helemaal niet gaat kunnen scoren. Nou ja, ik denk dus dat er wel een kleine kans is, want Helmond staat vaak dus verdedigend, staan ze dus best wel prima. En MVV is scorend vermogen is niet zo heel heftig, maar daar gaat toch bijna Helmond er bijna vandoor met de eerste. Dat was een mooie vliegactie. Ja, Nip deed het ook op een manier waar Enia er jaloers op zou zijn bijna. Prachtig staaltje individuele werk. Hier wel een kans voor MVV. Saiten zoekt de paas naar extra, maar die had niet genoeg boost. Vliegt vervolgens ook onder de bal door. En een nieuw gezicht ook aan de kant van Helmond Sport. Ik geloof niet dat we Herbert de Kwal. Tot nu toe eerder hebben gezien. Nee, zeker weten. Zou je willen zeggen dat de play net dat die boosteloos was? Of jij kijkt me nu aan. Hè? Het waren je eigen woorden. Dus. Ja. Ja, ik probeer een beetje mijn innerlijke face probeer ik te channelen met zijn goede grappen. Maar MVV die scoort. Ik heb heel mijn verhaal. Ik kan net zo goed mijn blaadje weggooien, want ze doen het. Ze scoren de eerste. En de bal blijft rond, hè? De bal blijft rond, zeker weten. Nee, maar wel mooi om te zien dat MVV hier sterk start. Eén van de teams met nog geen punten. Evenals Dordrecht. En dat, ik hoop toch wel dat die teams in ieder geval een puntje daaruit kunnen slepen uit dit soort wedstrijden. Want dit is wel waar het tegen moet gebeuren. Het is een sterk team, maar niet onverslaanbaar. Het is niet alsof je tegen een FC Den Bosch of tegen een Excelsior aan het spelen bent. Het is wel iemand die je kan hebben op een moment dat je basis goed is. Ja, precies. En er valt zeker omheen te spelen. Tot nu toe laat MVV dat ook prima zien. Hier staan ze wel een beetje onder druk, maar ze weten er wel uit te komen. Ready even zonder boosters, die kan er niet achteraan. Daar proberen ze de paas ook naar Exo te vinden en die gaat helaas niet door. Maar ze blijven wel die druk hoog houden. En de vraag is, wanneer gaat Helmond Sport er daadwerkelijk uitkomen? Nu gaan ze dat in ieder geval proberen met Nip. Die neemt de boost ook mee, speelt die bal naar de backboard. Kan hij hem nog een keer raken? Ja, richting het goal ook. Maar goed gelezen van Exo. Hier alsnog het schot van Herbert over twee MVV-spelers heen. Dan is Nipter als de kippen bij. En die zal die bal binnen tikken voor de 1-1. Ja, ik vroeg me al af wat gaat Herbert de Kwal vandaag laten zien. Net eigenlijk voor het eerst ingevallen. Maar dit was toch een prima paas. Was gewoon moeilijk te lezen voor de verdediging. En ja, daar werd heel attent op gereageerd. Het staat nu gelijk met nog 3 minuten te spelen. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar Helmond laat in ieder geval ook een teken van leven zien. Ja, de eerste keer dat MVV nu is gestoken door de Kwal. Stak die bal prachtig door de verdediging heen. Daardoor vrij makkelijk in te tikken voor Nip. Die dat nog steeds voortreffelijk doet. Je moet het ook maar doen. Ze zeggen wel eens dat de lastigste goals die je kan scoren in Rocket League, dat zijn die open goals. Want je weet dat je hem dan moet scoren. Oh, bijna een eigen goal hier. Aan de kant van Helmond Sport komen daar goed mee weg. En toch Seifen die de bal weer terug naar voren toe speelt. Hem nog een keer aanraakt.
Die bal hoog voor het goal van Helmond Sport. Maar Nip voelt zich volgens mij goed vandaag. Met wat ik tot nu toe van hem heb gezien, loopt het lekker bij hem. Ja, hij is in ieder geval aan het spelen alsof hij vol zit met vertrouwen. Hier probeert Herbert de bal te blokkeren. Dat lukt niet, maar hier gaat Nip in ieder geval van de muur af. Herbert zit daar wel helaas net naast. Dus bal wordt weer onderschept door MVV. Daar werd de lucht in gegaan, maar niet genoeg controle om de bal daadwerkelijk te raken. En nu is het dan weer tijd om de bal naar het MVV Maastricht goal te brengen. Nip die probeert hem via de backboard, maar Herbert de Kwal staat daar net niet lekker. Op de counter. En daar gaat hij. Inderdaad, er was niemand achter. Die omschakeling die moet gewoon goed zijn. Ook al denk je van nou, we zijn wel beter. Maar die gaat zo over Herbert Kwal heen. Zijn auto is ook niet zo hoog. Dus dat wordt niet automatisch geblokt. En dan gaat Exo er toch maar weer met een goaltje vandoor. En er prikt er gewoon weer eentje in voor MVV Maastricht. En zo is denk ik wel de grootste druk aan de kant van Helmond Sport. Maar worden ze toch op de counter gewoon gepakt door MVV Maastricht. En ook wat ik heel opmerkelijk vind is, afgelopen week heb ik het gevoel gehad dat de grootste zwakte van de teams zoals Dordrecht en MVV waren dat ze op de backboard niet zo heel veel konden. Als die bal naar hun backboard toe werd gespeeld, dan zaten ze zoveel moeite hadden ze dan met die bal wegkrijgen. En dat lijkt nu net iets minder het geval. Ze lijken er wat klaar voor te zijn. En ook in de juiste positie te staan. Waardoor ze die ballen gewoon net wat makkelijker kunnen wegtikken dan dat ze dat voorheen deden. Dat is ook een prachtpaas. Die bal wordt net niet lekker meegenomen. Het idee was wel erg goed. Zo blijft de MVV Maastricht toch met 2-1 voorstaan als we de laatste minuut zo meteen ingaan. Ja, het is best wel. We doen er nu misschien een beetje luchtig over. Maar eigenlijk is zo voor MVV is dit toch best wel een... Ach. Oh, jongens, ik moet stoppen met Kastikers. Ja. Ik wilde net een mooi verhaal doen over Cinderella Story. Een comeback kid momentje. Dat ze misschien toch die eerste punt gaan pakken. Maar nu staat het weer 2-2. En kan Helmond er ook zomaar weer mee van doorgaan? Ik vond wel dat je een heel goed punt maakte over dat verdedigen tegen de backboard. Het ligt er natuurlijk ook best wel aan hoe er wordt aangevallen. En wat ik nu van Helmond zie is toch best wel veel straightforward. Terwijl ze daar wel best wel dichtbij komen. Maar Helmond, die, ja, hun gebruik van de backboard is, moet ik zeggen, ook niet echt heel ideaal. Vaak komen ze er niet echt hard vanaf. Of kan MVV hem al onderscheppen voordat hij daadwerkelijk stuitert. Ja, en als dat je zwakte is en je kan dat voorkomen, dat maakt je het jezelf wel een stuk makkelijker. Kijk, hier wordt de bal zijven. Oh. Ik zag daar bijna het naambordje van Oneasy niet. Maar deze keer stond hij ertussen. Dat is hartstikke goed. En nu gaat hij zelf proberen naar voren te gaan. Kijken of Nip hier de bal kan raken. Maar die wordt ook geblokt. Maar de bal is nog niet helemaal weg. De bal stuitert een beetje raar. Herbert en de laatste verdediger aan de kant van MVV Maastricht lezen het allebei wel prima. Nip hier wel met een interceptie. Probeert de bal zo meteen nog een keer te raken. Er wordt voor de demo gezocht. Er wordt gewonden. En de bal wordt tegen de paal aangeschoten. Er was een grote kans voor Helmond. Nu misschien aan de andere kant. MVV, Siphon op de bal. Krijgt er naar midden toe. Nip moet hem saven. Oh, die bal wordt gemist door 2-3 man. En beide kanten zo gigantisch grote kans. Nog eentje aan de kant van Helmond Sport. Kan Ronnees hier doen? Doe het op de backboard. Wie tikt hem binnen? Niemand is het antwoord. En we gaan toch naar overtime. Als MVV Maastricht nou een goal scoort. 1 goal is voldoende om een eerste punt te pakken. En hij valt aan de andere kant. Jongen, dan heb je zo'n kans. En dan in 4 seconden. Het is gewoon net even onoplettend. Net gaat die aftrap. Is gewoon in het voordeel van Helmond. En Reddy die mist daar de bal. En Oneasy die denkt van ja, er werd niet iets gezegd van scoren in een open goal. Dat is moeilijk. Maar voor mij is het niet zo moeilijk. En die legt hem er gewoon in. MVV is zo dichtbij die eerste punt. En ik vind het jammer, want ze hebben best wel wat goed laten zien op zich. Ik ben zo verdrietig. Ja. Ik had het ze gegund. Het leek erg sterk te zijn aan de kant van MVV Maastricht. Zeker, je weet dat je tegen net iets sterker tegenstander speelt. En je moet gebruik maken van de kansen die je krijgt. Je krijgt er niet zo heel veel. En dat heeft MVV Maastricht echt voortreffelijk gedaan. Tot de laatste 2 seconden van de normale tijd, waarin ze nog een gigantische kans krijgen. Maar de paar kleine kansjes die ze kregen, die hebben ze gescoord. En zoveel hebben ze er ook niet weggegeven aan Helmond Sport. Nee, ze hebben gewoon prima verdedigd. En het is inderdaad jammer dat ze net die puntjes niet op de i hebben kunnen zetten. En ja, props ook voor Helmond. Dat als ik in zo'n match zou zitten en zou weten van nou, weet je, het is nu overtime. En deze jongens hebben nog geen enkele punt. Zijn wij dan de eerste die hem gaan weggeven? Ik zou het controle neerleggen. Ja, zou jij dat doen? Nee. Nou, het is maar goed dat Onis het niet heeft gedaan. Want die scoort dan net dat verlossende doelpunt. En ja, het is toch MVV. Ik hoop dat ze hier
uit deze game het positieve meenemen en dat meenemen in de komende tweede game. Want dan kan er nog best wel wat gebeuren. Want we hebben gewoon gezien, het kan, de ruimte is er. Zeker. Dus net even wat scherper en dan kunnen ze gewoon een punt meenemen. Of zelfs misschien die 3 punten en dan ben je los van de laatste plaats. Ja, het zou mooi zijn voor FNV maar te zeggen. Ik denk wel dat het lastig blijft. Ik vond Helmond Sport toch wel sterk. Vooral Nip had gewoon een ontzettend sterke wedstrijd. Ook vooral technisch gezien raakte sommige ballen zo ontzettend sterk. Met flip resets die er bijna uitkwamen. Dus wat dat betreft denk ik dat Helmond Sport nog steeds degene is die hier echt de favorite is. Maar ik weet niet of MVV... Ik hoop dat MVV een puntje uit kan slepen. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Ja, ik ben benieuwd of MVV tot hetzelfde in staat zou kunnen zijn als dat Roda kon vorige week. Dat ze toch die magie weten te vinden. Ik ben heel erg benieuwd. Als het goed is, zijn we nu weer terug in game. Zoals u ziet is er al wat tijd voor streken, maar er is niet zo heel veel gebeurd. En we pakken het nu eigenlijk direct in de actie weer op. We zijn weer aan de kant van Helmond Sport. Kijken of MVV daar wat kan creëren. Probeert via de zijkant de bal voor te krijgen. Die ging net over Exo heen. Die had daar wel wat kunnen maken, want de Helmond Sportverdediging zat daar ernaast. Ook bijna een doelpunt nu aan hun zijde. Maar tot nu toe met een minuut gespeeld nog geen doelpunten. En nog niet heel duidelijk wie de overhand heeft in deze match. Zuiven gaat hier proberen het schot te krijgen. Herbert wel mist de bal ook, maar daar is gelukkig nog Nip aan de kant van Helmond Sport om die bal in eerste instantie weg te spelen. En ook Oniet doet zijn verdedigende werk, vervolgens door naar de aanval. Maar daar is ook Exo om die bal te pareren. En zo zien we kansen aan beide kanten wel weer creëren. En blijft MVV wel de aanval kunnen vinden? En dat vind ik knap, want daar had ik nog wel vraagtekens bij. Van gaan ze aanvallen kunnen blijven creëren, kansen voor zichzelf maken om die goals te kunnen gaan vinden? En het antwoord tot nu toe lijkt toch wel ja te zijn. Ja, precies. Dat doen ze zeker. Ze zijn nu weer op de helft van Helmond Sport, maar nu is er geen verdediging. Kijken of Syphon via de backboard hem kan wegruimen. Dat doet hij, want er is ook niemand van Helmond Sport in de buurt om daar attent op te reageren. Ze gaan nu weer on-ease. Exo probeerde het daar heel mooi te doen, maar kon de bal niet van richting veranderen. En nu is het Helmond Sport die weer met de bal ervan doorgaat. Ook wel interessant is om te weten is dat MVV en Helmond ook morgen het tegen elkaar gaan opnemen in de normale keukenkampioen divisie. Dus hier zijn de teams al een soort van aan het warm draaien, als je wil. Als het hier in ieder geval aan ligt, wordt dat ook een hele close, gezellige voetbalwedstrijd, denk ik. Het ziet er in ieder geval leuk uit. En ik hoop inderdaad dat die wedstrijd van hetzelfde niveau gaat zijn. En ik hoop dat deze wedstrijd ook een derde wedstrijd gaat krijgen. Maar dit is een grote fout aan de kant van FNV. Maar onbestraft door Helmond Sport. Twee spelers die elkaar uit de weg beuken, maar nog steeds ermee weggekomen is niet iets wat je vaak ziet. Maar in dit geval zit het FNV een klein beetje mee. Nu Syphon achterwaarts kan ook zijn auto niet omdraaien om die bal goed mee te nemen. Ready wordt hier verschalkt door de aanvaller. Herbert kwam met een goede paas. En het is Nip die hem binnentikt. Ja, waar ze eerst net de scherpte missen om van die echt eigenlijk best wel kapitale fout van MVV gebruik te maken, dan doen ze het maar zo. Het is dan wel net eventjes wat lastiger om het op deze manier te doen. Want hij wordt niet zomaar weggegeven. Maar Herbert de Kwal speelt daar de verdediging goed uit. En Nip die was daar gewoon prima op de juiste plek op het juiste moment. Wat natuurlijk ook van een... om een bepaalde klasse vraagt. Ja, weet je moet er staan en je moet dat inschatten. En dat doen ze goed hier. Reddy die stond er niet goed voor. En Nip die ging daar gewoon overheen. Ook al kan Helmond Sport daar niet echt heel veel aan veranderen. Kijk, dit komt toch nog best wel dichtbij. Maar ook weer niemand van Helmond die daar eigenlijk klaar staat om daadwerkelijk af te maken. En hier zwemt hij zomaar bijna het goal in. Herbert de Kwal met zijn vele armen houdt die bal uit het goal. En ze gaan nu meteen eroverheen kijken of hij hem nu deze kan raken. Nee, hij gaat er net naast. Hij recht met zijn neus op de grond. Ik hoop dat die oké is. En nu dus probeer de MVV eruit te komen. Maar met zo'n demo, dat haalt de hele snelheid uit je aanval. Ready ook nog met het schot net naast. Blijven kansen wel voordoen voor MVV Maastricht. Maar ze moeten op een gegeven moment ook de goal in. En niet alleen maar op een gevaarlijke plek. Hier moet Syphon redden. Die paast hem naar Ready die volledig weg wordt gebumpt. En dan staan ze weer onder druk en gaat Helmond Sport op zoek naar die tweede toch wel deels verlossende goal. Nip vindt hem bijna door die bal langs de verdediging te spelen.
VV nu in de aanval. Probeert het met Exo, maar die heeft geen boost meer. Maakt het lastig om toch de paas te gaan vinden. Lukt ook niet. Nip is degene die de bal wegspeelt. Toch een beetje druk hier voor MVV Maastricht. De bal naar het midden toe. Met Ready Exo die onder de bal doorvliegt. En dan zal het aan de andere kant Onisi zijn die hem afmaakt. Zo wint MVV Maastricht uiteindelijk de kans. Maar mist hem volledig. Het doet daadwerkelijk pijn aan mijn hart om zo Exo onder die bal door te gaan. Met alle ruimte. En eigenlijk, dat had gewoon een doelpunt moeten zijn. En ja, als je die er niet inlegt, ja, dan vraag je je af, hoe doen ze het wel? Nou, er is natuurlijk wel een reden dat MVV zo weinig heeft gescoord in deze competitie. En misschien steekt dat hier ook wel de kop op. Goed van Helmond dat ze daarop reageren. Dit is ook prima in de lucht, die battle gewonnen door Herbert de Kwal. Die scoort toch ook zijn doelpuntje mee. Exo die raakt die bal niet goed en Herbert is daar gewoon sneller bij dan Saifan. En ja, goed geplaatst, mooi doelpunt. Ja, dit is die individuele kwaliteiten die dan net in het voordeel zijn van Helmond Sport. Dat je in een 1-op-1 situatie gewoon net wat sneller bent dan je tegenstander en daarmee het verschil kan maken. Dat is jammer, maar zoals je eerder al aangaf, ik bedoel, de kansen zijn er geweest voor MVV Maastricht. En het zag er eventjes naar uit alsof ze het konden doen in die eerste game. En nu ook in die tweede game, maak jij die 1-1, dan valt de 3-0 denk ik ook niet. Dan speel je toch een ander soort wedstrijd. En dan had er misschien toch een puntje hier ingezeten voor MVV Maastricht. Maar het mocht niet zo zijn. Wederom een overwinning toch voor Helmond Sport. Die daar zeker blij mee zullen zijn. Daarmee toch een heel klein beetje misschien de aansluiting houden met de enige van die subtopteams die in het midden van de competitie dwalen. Ja, het is de punten die gaan zeker tellen. En als je toch inderdaad in de buurt van die top 6 wil komen, moet je dit soort games winnen. En dat doen ze ook. Ik denk dat we wel eerder al hebben gezien dat MVV op zich in de eerste potjes dan best wel nog een goede verdediging neerzet. Het wel probeert, ja, en dan verslapt. Naarmate ze verder in de series komen. En dat gebeurde hier wederom. Niet dat ik heb gezien dat ze echt ophielden met het proberen. Wat zeker het vermelden waard is. Ja, maar dat wilde ik ook nog zeggen. Het helaas niet genoeg om daadwerkelijk een puntje te pakken. En ze blijven met 0 punten onderaan. Ja, ik vind het wel echt mooi inderdaad dat MVV blijft strijden. Je ziet het gewoon in het spel dat ze blijven proberen. Zelfs op het moment dat ze die 1-0 achter staan in die tweede game. En je weet dat je tot nu toe dan toe alles hebt verloren. Dat je nog geen punten weet te pakken. Om dan nog steeds gewoon met z'n drieën voorin te zijn. En als de kans zich toedoet, dat je dan ook er vol voor gaat. Ja, dan mis je hem. Maar je gaat er wel voor. En ik denk dat dat de juiste instelling is. En dan kan het uiteindelijk wel een keertje goed uitpakken. En dan ga je gewoon die punten pakken. Ja, we zagen het in de eerste game. Zagen we ook daadwerkelijk dat die doelpunten, die kunnen er gewoon in. Ja. En ze kunnen ook scoren. Maar ja, hij moet gewoon precies goed vallen. Je moet hem precies goed raken. En dat gebeurde in game 1 wel. Helaas niet genoeg. En in game 2 eigenlijk helemaal niet. Maar hey, dat was deze game dan maar weer. We gaan door zo naar de volgende. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben aan tafel van deze match. Ja, dat hebben wij zeker. Zeker. Dat was absoluut een ander soort match dan de eerste. Heel ander tempo en veel minder behendig in de lucht. Maar leuk om te zien dat voor MVV ook zeker kansen ontstonden. Ja, ook, maar het is jammer dat ze het dan niet afmaken. Ja, precies. Want die kans hadden ze ook. Precies, en dat is weer het frustrerende. Dan hoop je soms van, hey, er ontstaan hier kansen. Gooi er dan eentje in, maar dan zie je dat af en toe net de controle mist of net de behendigheid mist om dan in te schieten. Zeker de eerste, ja. Over time heb je dan heb je de kans en dan in 3 seconden geloof ik lag hij erin. Ja, dat is trouwens, dat vind ik ook zelf persoonlijk als speler frustrerend, is als je hard vecht voor de overtime, dus dat je misschien het minder goede team bent, maar toch de overtime weet te bereiken, en dat eigenlijk na 1 seconde of 3 die al wordt afgestraft, dat voelt altijd wel teleurstellend aan. Ze waren goed bezig. Ja, zeker. Dus aan het begin was dat. Dus ik heb ook totaal niet het idee dat MVV Maastricht, ondanks dat ze wel heel erg ver onderin de competitie staan, niet de handdoek in de ring gooien. Wel blijven proberen, ook aanvallen blijven doen. En soms ontstaat ook in de chaos van de wedstrijd, ontstaan er gewoon kansen. Dus als je die blijft benutten, kun je af en toe nog wel eentje inschieten. Jammer dat het niet is gelukt voor Maastricht, maar wel leuk om te zien dat ze in ieder geval wel een poging wagen en zeker wel meegaan in deze wedstrijd ook. Ja, en dat is gewoon de tweede 2-0-0-2 van vandaag. Zeker. De volle 3 punten, geen extra punt weggegeven aan de concurrent. Ja, tot nu toe zijn er weinig puntjes uitgedeeld nog. Tenminste alleen voor de echte winnaars. Wat het trouwens een grappig weetje is. Vertel. Ik weet niet eigenlijk of het heel grappig is. Ik ben een statistiekenman. Bjorn, verras me met een weetje. Excelsior is de allereerste finalist in de eerste periode. Oké, okay. Dus dat weten we bij deze weten we dat nu al. Dat is nu al qua punten al zeker.
Dat had tevens ook geweest als... Als Den Bosch had gewonnen, was Den Bosch dat geweest. Was voor Den Bosch, juist, ja, logisch. Dus van die match, de eerste match, is dus nu de eerste finalist bekend. Volendam tevens ook. Dus ja, die hebben natuurlijk, want die heeft al automatisch die win natuurlijk gekregen. Ja, die hebben ook die win. Dus die zijn allebei automatisch al... Die zijn op dit moment al zeker van de finale plaats in de eerste periode. Oké, dus dan kunnen we toch al... Die gaan we sowieso terugzien dan. Ja, we hebben natuurlijk al 6 weken bijna helemaal erop zitten. Deze is natuurlijk, we zijn nog halverwege deze dag, misschien aan het begin nog. Maar ja, dus hier wel echt het grote verschil tussen de teams ontstaan die ook consistent goed presteren. En wat betreft de top van deze competitie, ik ben het er ook mee eens. Qua speelstijl, toch? Hoe alle teams dat nu gespeeld hebben. Jammer dat Volendam vandaag niet hoeft te spelen. Want toch is het fijn om ook te zien als ze tegen een minder goed team moeten spelen. Ja. Hoe dominant ze kunnen zijn. En hoe een Excelsior het doet tegen een Den Bosch. Nou, hoe dominant dat kan eigenlijk niet dominant zijn. Ja. Nou ja, ik ben dus wel benieuwd wat gaat er gebeuren als ze tegen Volendam moeten nog. Hè, het gaat niet heel veel meer. Want daar hebben ze nog niet tegen gespeeld, hè, uit mijn hoofd. Geloof ik. Mijn geheugen is niet zo goed eigenlijk. Kunnen we zo meteen even checken nog? Ik denk dat nu even gecheckt wordt bij de regie. Maar dat is... Dat zijn de toppers dan bij elkaar. En die gaan het dan uitvechten wie er uiteindelijk op nummer 1 gaat staan natuurlijk. Dat zijn de laatste speelrondes worden wel belangrijk. En voor jou gevoelsmatig, Bjorn. Voor jou gevoelsmatig. Wie is nu de absolute nummer 1 van de competitie? Excelsior. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat gevoel had ik al na speelronde 1, hoor. Ja. En ik heb geprobeerd mijn Excelsior-bril af te zetten. Heb ik bij Almere City ook geprobeerd. Ja, dat is op zich aardig gelukt. Want ik ben best wel kritisch geweest in de weken die daarna kwamen. Maar ik moet toch toegeven wat ze vandaag dan hebben laten zien. Ja, dat is toch wel spectaculair. En trouwens, Bjorn, ben je klaar voor een ander weetje? Nou. Als we tijd hebben, komt er nog een weetje in. Want ook in Twitch-chat, waar natuurlijk de kijkers af en toe actief zijn om zich te mengen met deze uitzending. Worden er meerdere statistieken gedeeld? Zo ook Brillemans had goede statistieken. En Bastonjeboy. Dat zijn de namen van de mensen die dan de Toch jongens die keken. Of de dames die keken. Toch dat koekje. Toch dat koekje dat er terugkomt. Wist je dat in het eerste kwartaal van 2020... bijna 5 miljard uur is gekeken aan e-sports en streams en games? Tja. 5 miljard. 5 miljard uur. Dat is gewoon een weetje. We hoeven er verder niet heel veel mee te doen. Maar we leggen hem gewoon even neer in deze uitzending. Daar zal de mainstream tv jaloers op zijn. Zeker. En nu, as we speak, voegen wij zelf uren erbij toe natuurlijk. Met alle kijkers thuis die de e-sports toch laten groeien elke dag. Leuk. Nou ja, dat is een heerlijk weetje. Nou ja, ik wilde een bruggetje maken naar het verhaal. Excelsior, de favoriet in mijn ogen. Ik denk dat weinig mensen dat zullen tegenspreken. Ja. Zij gaan strijden voor de periodewinnaar. Een van de 6. Dat is uiteindelijk het verhaal. Periode 1, 6 toppers die het gaan opnemen tegen elkaar, waardoor je dus 1 allergrootste topper krijgt. Mocht jij het nou leuk vinden en denken, goh, wat zij kunnen, kan ik veel beter, dan is die kans er. Want ik ga toch een beetje aflezen van mijn kaartje, want ik kreeg vorige week te horen dat iemand zei, is jullie autocue kapot? Nou, wij hebben geen autocue, dus ik doe het eigenlijk altijd uit mijn hoofd. Dus dat is leuk om te weten, ook een beetje, voor thuis. Ik heb geen autocue, ik doe het of van het blaadje, of ik doe het uit mijn hoofd. Dus dat even gezegd hebben. 2 november, maandag 2 november, om 12 uur begint de inschrijving voor een nieuwe periode, periode 2. Dan kunnen dus iedereen, ongeacht de mannen die nu meedoen, de mannen die thuis zitten, die denken dat ze het veel beter kunnen, of misschien net zo goed, of denken, joh, maak het uit, wat heb ik te verliezen? Ik ga gewoon proberen om mijn team te vertegenwoordigen. Die kunnen vanaf 12 uur, 2 november 12 uur, zich inschrijven voor de kwalificatie van de periode. Dan ga je naar de site. Die staat, als het goed is, ergens hier onder in beeld. Kijk, daar verschijnt die. Oh, fantastisch. Dan kun je daar naartoe. Dan kun je vervolgens je inschrijven. Kun je aangeven voor welk team jij wil gaan strijden. Ja, en dan begint die kwalificatie. En de kwalificatie, het staat daar allemaal aangegeven, is op zaterdag 21 november en zondag 22 november. Dan zal de kwalificatie plaatsvinden. En dan kun je dus gewoon kijken of jij de beste bent. En of jij goed genoeg bent om jouw team te vertegenwoordigen in periode 2. En dan zorgen dat, misschien is dan, hè, daar hebben we het wel eens vaak over gehad. Misschien is Excelsior dan niet meer de beste, maar heeft NAC Breda wel het beste team? Dat is wel het leuke aan dit hele verhaal. Dus geef je zeker op. Ga naar de site. Ga er klaar voor zitten. 2 november. En daar volgt ook nog... Ja, ik heb het hier heel mooi staan. Een single round robin. Waarvan je de top 1 en 2 in de pool. De winnaars gaan dan strijden om weer door te gaan. Dus het is een heel fantastisch mooi systeem aan vast. Kun je ook gewoon
vinden op de site. Ja, dus ik zou zeggen, joh, niet geschoten is altijd mis. En dat is zo'n leuke woordgrap. Hè? Ja, netjes gedaan, Bjorn. mooi bruggetje. En dit is ook, veel gamers zijn competitief ingesteld. Voornamelijk als je het hebt over de competitieve queue, de rank queues. Sowieso alle Rocket League spelers die hoog komen, die bij spreken van gold, platinum, die echt strijden voor die plek, die hebben sowieso iets competitiefs in zich. En nou is dit een heel mooi moment om te kijken van, hey, ik heb sowieso de skills onder de knie. Kan ik dit ook doen met samenspel met totaal nieuwe spelers of misschien wel bekende spelers? Om dan ook nog eens je team spirit en de passings heel goed te gaan oefenen. Want vaak ben je op jezelf een heel sterke speler. Dat heb je al lang bewezen. Ja. Maar probeer jezelf eens uit te dagen. Ga eens kijken of je met het team ook zo ver mogelijk kan komen in deze competitie. Ik denk dat voor de competitieve geest van heel veel Rocket Leaguers die nu ook thuis meekijken misschien een hele mooie uitdaging kan zijn. En het wordt er wel leuker door. Want ik merk dat als je het zelf speelt en je zit met een team waar je allemaal egoïsten hebt, dan denk ik, ja, dat schiet gewoon niet op. Ja. Totdat je met iemand speelt die denkt, ja, die snapt het spelletje, die paast een keer een bal over, die wil niet alles alleen doen. Ja, het spelletje wordt er wel leuker door. En is makkelijker als je het met vrienden doet natuurlijk. Ja, het is natuurlijk of je nou met 3 individuen in het veld staat of precies, een 3-mans team. Dat is echt wel een heel verschillend spel. En we zien ook zeker in de teams in deze competitie dat de passings en de teamplay bij sommige teams heel sterk in elkaar steekt. En dat werpt ook zijn vrucht af. En dat is uitdagend. Dat is absoluut een feit. Heel kort even Rode JC tegen Eindhoven. Want die staat al klaar om te beginnen. Oké, dan komen er heel snel statistieken. Roda is de top saves. Hebben ze de meeste saves gedaan van de hele competitie. Bijna 67 saves hebben ze gedaan. Waaronder een Nova ook in het team zit die vorige week de magie te pakken had. Ik denk dat Eindhoven deze gaat pakken. Ik verwacht van Nova misschien en zijn team wel weer wat meer magie. Maar ik denk wel dat Eindhoven deze toch steady gaat pakken. Ik denk het 2-1. En Eindhoven 2-1. Eindhoven kan de punten natuurlijk goed gebruiken. Zeker, absoluut. Maar ik kijk uit naar Nova om te kijken of hij de hype van vorige week, de absurde plays, of hij die weer kan realiseren. En samen met zijn team ervoor kan zorgen dat Roda JC misschien toch die punten gaat binnenslepen of die ene punt. Ja, misschien heb je dan dit keer wel gelijk met 2-1. Ik betwijfel het. Ja, we gaan het zien. We gaan het gewoon zien. Ja, mannen, dit wordt echt een 2-1, hoor ik van Bo. Echt. Echt waar? Echt een 2-1 wordt het. Maar wat heeft hij als garantie? Wat wil hij erop neerzetten? Nou, hij wil zijn eer redden nog. Dat is als welke het nu eer? Weer fout is. Boot die nog eer heeft. Als het nu weer fout is, dan is het 3 maal draaien 2-1, dat het geen 2-1 werd. Dus dat is wel sneu. Als het geen 2-1 wordt, hoor ik, dan gaat hij zijn ontslag indienen. Nou, dan krijgt hij degradeert hij naar een andere rang. Zo gaat het, hè, bij Rocket League. Ja, dat is zeker waar. Precies. Zeker. Dan mag hij ook weer terug naar God. Dan mag jij tegen hem opnemen. Dan mag ik ook tegen hem spelen. Kijk hoe dat gaat. Hè. Je weet maar nooit. Maar in ieder geval, Roda. Succes, Eindhoven. Mannen daar. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik was veel te vroeg. Met ja, je hebt er zin in. Ja, we moesten nog even doei zeggen tegen Björn. Ja. Dat is altijd gezellig. Doei, ja. Björn. Doei, Björn. Het is helemaal goed gegaan, uiteindelijk. Roda Eindhoven. Denk jij dat het een 2-1 wordt? Ik hoop het. Ik denk, ik wilde dat ook nog even vernoemen. Dit is wat mij betreft de sleeping topper match of the day voor mij. En wat ik daarmee bedoel is, die eerste match van vandaag waren de 2 beste teams, zeg maar, die vandaag tegen elkaar opnemen. En wat dat betreft een topper. Deze teams zijn niet zo goed ten opzichte van die jongens. Maar ze zijn denk ik heel erg aan elkaar gewaagd. En dat gaat leuk zijn. En Roda was vorige week al een beetje de stunter door toch een punt van de Go Ahead Eagles af te pakken. En deze week moeten ze het laten zien tegen FC Eindhoven. En dat is natuurlijk de favoriet van René Feest. Vooral Poet-speler die ontzettend leuk vindt. En daarom is dit toch wel een beetje, ik draag beide teams een enorm warm hart toe. En nou ben ik heel benieuwd wat hier gaat gebeuren als ze ook tegen elkaar moeten uitkomen. Ja, 100%. Nou, FC Eindhoven, hou René, maak hem blij. Hou hem tevriend. Ik heb zelf niet zo heel veel met Eindhoven. Maar ik vind dat ze het wel leuk doen. Ze staan ook op de 11e plaats. Dus dat is op zich niet super hoog, maar ook niet helemaal onderaan. En ze hebben best wel leuke dingen laten zien. Vorige week hadden ze het toch wel lastig tegen Hekkensluiter Dordrecht. En ja, ik denk dat tegen een team zoals Roda het toch wel wat meer moet laten zien dan dat. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. En bij Roda hoop ik stiekem op zo'n stunt als vorige week. Want dan kunnen ze misschien nog wel wat plaatjes stijgen. En dan wordt het heel interessant.
Zeker waar. En ik denk ook beide teams spelen op de passes. En dat is ook hoe deze eerste goal hier voelt, wordt gescoord. Weet jij dat niet eigenlijk? Poetpoet die de bal naar midden toe krijgt. En twee spelers van FC Eindhoven die wel klaar staan, maar de bal niet kunnen raken. En dan is G1P die gewoon als het eerste bij is. En de goal voor FC Eindhoven weet te vinden. Ja, toch eyes on the prize. Hij vliegt hem er mooi binnen. En het is jammer dat eigenlijk zowel Nova als Joey daar... net langs de bal doken. Overigens was de paas die was echt zeer prima. Dat hij precies zo via de backboard ervoor rolt. Kijken of nu Nova probeert ook het trucje met de backboard. Helaas even tot wat minder effect. Maar het is wel, laat wel zien dat Roda het zeker wel gaat proberen. En nu zien we weer dat Eindhoven weer er vandoor gaat. Nova onderschept die bal goed. Kan hij daar wat meer mee? Hij probeert hem omhoog te tikken. Daar komt Joey wel, maar er wordt ook geblokt. Dus dat leidt voor de rest tot niet zo heel veel. Kijken wie er voor de rest wat gaat doen met de bal. De passes blijven inkomen voor beide teams. Je merkt dat ze niet gewoon die bal weg willen geven. Ze proberen wel elkaar te raken. Of in ieder geval elkaar te vinden met die paasjes. Er zijn er twee spelers die toch een beetje langs de bal heen vliegen. De ene verwacht dat de ene raakt. En de ander. En dan gaan ze allebei voor het blok. Dan merk je dat ze allebei toch langs de bal heen vliegen. Hier een tweede goede kans voor FC Eindhoven. Bijna dat tweede goaltje weten te vinden. Maar er zit nog net een Roda-speler tussen. Ook hier wordt die bal toch redelijk weggewerkt. Het is niet goed, maar het werkt volgens nog wel in de verdediging van Eindhoven. Nou ja, we hadden het eigenlijk over de verdediging van Roda. En hier valt er toch weer een gaatje. En Eindhoven maakt daar maar al te graag gebruik van. Hier weer precies die bal in de 16. En twee verdedigers in het goal, maar niemand die daar op tijd op reageert. Roda die zit echt een beetje vast achterin. En daardoor wordt het natuurlijk ook moeilijk om die plays te maken. Wat eigenlijk hetzelfde als wat we zagen bij Den Bosch. Die zat ook vast. Hier wordt dan ook niets mee gedaan. En Poetpoet die werkt die bal lekker weg. En daar gaat G1P, die speelt even de speler uit. Gaat nu via de muur proberen. Joey die weet daar niet aan te komen. Het gaat wel echt allemaal op een slakke tempootje. Dus uiteindelijk gaat die bal wel weer de andere kant op. Maar zonder heel veel resultaat. En ja, je hoopt toch dat Roda weer probeert die passing plays op te pakken. Hier zijn Nova en Starry allebei heel dicht bij elkaar. Ze proberen het wel. Joey die probeert die bal richting het goal te plaatsen. Maar die gaat net niet helemaal de goede kant op. En dan weet Eindhoven weer uit te verdedigen. Er staan nog 2 minuten op de klok. En Eindhoven staat met 2-0 voor. En ik ben heel benieuwd of Roda hier wat gaat creëren. Maar Nova die weet hem niet langs de verdediging te krijgen. Goeie paas. Maar Joey ook probeert hij het weer. Maar toch die twee verdedigers van Eindhoven 2 maal weten ze hem toch tegen te houden. Ze vliegen elkaar ook niet in de weg. En ja, als die bal dan weggehaald wordt, dan zijn zij weer in de aanval. Poetpoet weet hem daar niet via de muur voor te krijgen. En Joey probeert hem weg te werken. Maar Roda is gewoon niet snel genoeg bij de bal. En Eindhoven kan ze elke keer oppikken. Maar ze blijven het dapper proberen. En dat vind ik zeker wel een goede kwaliteit. Nova gaat hier de lucht in. Poetpoet die hoeft eigenlijk alleen maar van de muur af te springen om hem tegen te houden. En zo is het een beetje heen en weer met niet heel veel extra doelpunten op dit moment. Nee, ik heb ook een beetje het gevoel dat het een wedstrijd is eigenlijk die grotendeels wordt gespeeld bij Nova tegen Poetpoet. En dat zijn wat mij betreft de twee uitblinkers bij beide teams. Oh, hier een prachtpaas van Starry. En dan is Nova net niet in de juiste positie om ook af te maken. Krijgt hier wel nog een kans. Gaat voor de flip reset. Maar raakt die bal niet goed genoeg. Poetpoet dropt de bal voor zijn eigen net. En dan is Joey degene die dit afmaakt. We zagen niet veel kans voor Roda. Dit is er één. En het is ook direct een goal. Ja, toch Joey die probeert het een paar keer. En hier Bliss die heeft de timing net niet goed. Wordt achter hem langs gespeeld. En dat is uiteindelijk wat je moet proberen als er een verdediger aan komt vliegen. Speel hem in de tegenovergestelde richting. Dan kunnen ze hem niet meer terugdraaien. En dat is wat Joey heel goed doet. En ik ben heel erg benieuwd. Roda, zit het erin om er nog eentje te scoren en om die overtime te forceren? Want dan zijn er zeker nog kansen. Je hebt er 1 in liggen. Ga voor die tweede en hou die deur op slot. Want Eindhoven die gaat hier nog een keer proberen. Maar Joey zit er goed tussen. En Nova die haalt G1P ook met een demo uit de game. Dus die kan ook niet opvolgen. Dit balletje met zo'n slakkengangetje. En er wordt 2 maal. Maar wie staat als eerste bij? Joey die heeft hem net aan. Open! En ze gaan nu hij is open! Hij gaat op de counter. En ze doen het gewoon. Het staat 2-2 met nog maar een halve minuut. Joey, je scoort er 2. Doe er nog eentje. En Roda gaat weer in ieder geval een punt pakken. Maar Eindhoven, je was zo dichtbij 2 maal. Maar er kwam geen vaart achter die bal. En dan in zo'n clown fiesta daar in de verdediging kan het alle kanten op gaan. En deze keer valt het precies goed aan de Roda kant. Het is wel een beetje
eng aan de kant van Eindhoven. Als je daar gewoon wacht, niet te hard druk. Je hebt nog een goal voor. Waarom stop je 3 man volledig in die aanval om nog maar een goal te scoren? Je geeft Roda de kans om terug te komen in deze game. Dat is precies wat er gebeurt. Nu nog 10 seconden te gaan. Gaan we nog een winnaar vinden in de normale tijd? Poet zegt in ieder geval nee tegen deze aanval. Probeert die bal zo ver mogelijk weg te krijgen. Joey is er als eerste bij. Dan is deze bal hoog aan de kant van FC Eindhoven. En is Roda die nog 1 aanval misschien hier gaat krijgen? Nee, die bal valt op de grond. En zo gaan we naar overtime in deze eerste game. En we zijn er weer direct in. En we hebben het al kunnen zien. Je moet direct vanaf het begin van die overtime scherp zijn. Want hij kan zomaar vallen in de eerste paar seconden. Hier gaat meteen Roda naar voren. Poetboek die weet de bal weer weg te halen. Joey die schiet hem hoog en hij blijft aan de kant voor nu bij Eindhoven. Bliss probeert eruit te komen. Krijgt die bal niet lekker van de muur af. Geen goede walshot van hem. En nu kan Roda het weer proberen. Nova die gaat de lucht in. Die gaat over een paar mensen heen. Zeilt hij hem daar het goal in? Nee, want daar is Chiwan Pima. Joey krijgt hij toch die 30 op het? Nee, Bliss die weet hem net tegen te houden. En er is niemand van Roda JC om hem erin te tikken. Maar ze gaan door. Ze proberen hem weer hoog te krijgen. Gaat nu op de backboard. Poetpoet die zit er weer heel goed tussen. Dat is eigenlijk al de hele game lang het geval. Maar toch, Roda die weet weer de kansen te creëren. En ze zijn toch wel gevaarlijk als ze een beetje de duimschroeven aandraaien. Hier gaat hij, stelt hij recht voor het goal. Nova die komt net niet op de goede hoek. Die weet hem net niet goed te raken en hij gaat er niet in. Maar wat is deze overtime spannend. We zijn al 1 minuut bezig. Wie gaat deze pakken? Oh, Bliss hier met een kans als hij schot weet te vinden. Nee, die bal wordt goed weggewerkt. Poetpoet probeert de bal naar het midden toe te krijgen. Maar raakt die bal net niet aan. En dat lijkt een beetje het verhaal van de hele wedstrijd. Net niet. Dit is net wel. Poet vindt schot uit eigenlijk helemaal niks. En zo is het toch FC Eindhoven die met deze eerste game wegkomt. Ja, het is zo zonde. Nova die weet hem daar net te blokken. Kan hem niet echt wegschieten. Dus hij ligt daar klaar. En Joey die denkt, ik verdedig hem wel uit. Maar ja, dan ineens staat Poetpoet daar gewoon precies op de goede plek. Ja, en zo kan je ook scoren. Het is voor Roda erg jammer. Ik voelde hem er eigenlijk wel in zitten. Maar dit belooft een heleboel goeds voor Game 2. En zoals we al zeiden, deze teams zijn wel echt aan elkaar gewaagd. Zeker. Ik heb wel het gevoel dat helemaal aan het begin Roda nog niet helemaal wakker was. Die eerste minuut leek eigenlijk nergens naar. En toen opeens was het van, oh hey jongens, we zijn Rocket League aan het spelen. Laten we dat ook echt gaan doen. En toen begon ze een beetje te lopen bij Roda. Kreeg ze wat kansen. De verdediging aan beide kanten was bizar. Het enige woorden die ik er echt voor kan vinden was, ja, net goed genoeg. Want het was niet echt goed, maar het werkte wel. Ja, precies. En die bal precies. Tot 2-3 keer toe blijft gewoon op de achterlijn liggen, maar wordt nog net weggewerkt. Ik vond het mooi om naar te kijken en ik hoop dat ze nog 2 van dit soort games gaan zien. Het was zeker heel spannend en je zou toch denken dat als zowel of Roda of Eindhoven, als zij hun verdediging gewoon beter hebben kunnen staan en daadwerkelijk die ballen kunnen gaan wegwerken, dat het dan de game er ook heel anders uit gaan zien. Want nu kwamen eigenlijk best wel wat goals kwamen gewoon puur en alleen maar doordat die bal gewoon niet lekker werd weggewerkt. Ja. Dus als ze dat kunnen oplossen, dan blijft het een hele spannende wedstrijd. En dan gaat het misschien het scoren ook wat moeilijker. En dan, ja, ik kijk er echt heel erg naar uit. Want dit blijft heel spannend. En hier is dan game 2 Roda tegen Eindhoven. Kijken of die 2-1 er daadwerkelijk gaat komen. Beide teams zijn er klaar voor. En het eerste schot van Bliss aan de kant van FC Eindhoven richting Roda JC moet direct defensief aan de bak. Hier Joey die dat doet door die bal ver omhoog te spelen. Vervolgens niet zelf kan opvolgen. Maar als er dan iemand aan de kant van FC Eindhoven langs de bal vliegt, dan heb je toch net iets meer tijd om voor die bal te gaan dan dat je in eerste instantie had gedacht. Maar zoals je eerder al aangaf, ik bedoel, ik vind dit zo'n leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat het misschien, je weet niet wat je kan verwachten. Bij die beste teams dan heb je een bepaald beeld van, nou ja, als beide teams op hun allerbest spelen, dan gebeurt dit en dit. En dan gaat uiteindelijk dit team winnen. Maar ik heb bij dit soort teams niet het gevoel dat je dat kan zeggen. Omdat je niet weet per game welke speler op zijn eigen niveau gaat spelen. En welke er misschien net iets boven of net iets onder. Vorige game bijvoorbeeld Joey. Echt een uitblik hier ook weer aan de kant van Roda JC. Evenals Poetpoet dat voor FC Eindhoven is. Ja, ik denk dat we ook van allebei de teams hebben we zeg maar wel de momenten gezien waar ze hebben laten zien van, hey, wij zijn hier voor een reden. Onze teams mogen we representeren omdat we goed Rocket League kunnen spelen. En soms komt het er niet altijd even lekker uit, maar het kan dus wel. En hier Oonova, die weet wel de bal eigenlijk tegen te houden voordat Poetpoet die goed weg kan werken. En net niet de goede richting in, want anders had er eigenlijk niemand gestaan. Oh nee, zo Salto Joey. Je wordt net nog gehyped en nu
doordat je gewoon net even de verkeerde knop twee keer indrukt, weet je hem gewoon niet goed te blokken. Kijk, daar gaat hij. En dat gaat er net met dat stuitertje overheen. Al was de timing net iets anders geweest, had hij hem wel gehad. En nu gaat hij er zomaar in. Eindhoven staat weer als eerste voor. Maar we hebben het ook de vorige game gezien. Het kan zomaar. En officieel gezien een flip reset. Ik weet niet of zeg maar in hoeverre dat mee kan tellen gezien de verdediging. Maar hij landde op de bal, kreeg een flip, scoorde uit de flip. Dus een flip reset, toch? Ja, precies. Ja, als je het zo gaat bekijken. Ik gebruik de flip reset liever aanvallend dan zo verdedigend, I guess. Maar ja, weet je, het is wat het is. Het is een... Als het technisch klopt, dan ga ik hem je zeker geven. Nu gaan we in ieder geval kijken. Ronald die probeert het tempo weer wat op te voeren. We zijn veel op de helft van FC Eindhoven. Tot nu toe nog niet echt tot een grote kans gekomen. Maar Joey die is weer goed stoorzender aan het spelen. En na de vorige game ben ik benieuwd wat hij deze pot ook kan laten zien. Nou, we hebben van Poetpoet de vorige game hebben we in ieder geval gezien Joey? Dat hij nog steeds even... dat was wel bijna hoor. Die had bijna die tweede touch tegen de backboard. Maar... net niet lekker weten te raken. Hier, G1P probeert nog een balletje op goal te krijgen. Ook niet helemaal goed. En zo blijft het nog eventjes 1-0. Maar ik hoop dat inderdaad die gelijkmaker wel komt. Want we gaan voor die drie games. Nova weet hem daar bijna de langste prikken. En nu op is het een open goal. Maar Joey, is hij er op tijd bij? Nee. G1P die stond al stil. Die wist gewoon wat er ging gebeuren. En Joey komt daar gewoon net niet bij. En hier zie je het weer. Die rotatie naar die verdediging. Zo belangrijk. Joey is eigenlijk meer bezig met G1P blokkeren. Maar ja, die bal die was net goed genoeg om binnenkant paal erin te rollen. En Eindhoven staat gewoon 2-0. En slim ook van G1P. Want je ziet daar dat je het een van je teamgenoot gaat voor blok. Dat andere teamgenoot die is nog helemaal achter. Dus je hoeft niet direct terug te gaan naar goal. Zoveel spelers maken de fout er gewoon op het moment dat zij zich voor de bal te bevinden. Dat ze direct zo snel mogelijk teruggaan naar goal. En dan laat je dit soort kansjes liggen waarbij je gewoon kan zeggen... Oké, weet je, ik draai en ik heb vertrouwen in mijn teamgenoot. Ik ga er dit keer vanuit dat ze die blok krijgen. Dat ik vervolgens de kans ga krijgen. En dat is hoe de 2-0 hier valt toch voor FC Eindhoven. En ik ben benieuwd of Roda weer dezelfde comeback kan gaan maken. En dan dit keer hopelijk voor hun in de overtime wel dezelfde goal weten ja, te scoren. Het is echt de vraag. Is Roda moe gestreden naar die eerste pot? Of gaan ze nu inderdaad weer... Nova die maakt er ook een salto. Niet wat hij wilde doen, denk ik. Want hij had er wel achteraan gekund. En Joey die weet hier ook niet iets met die bal te doen. Ik gun het Roda. Vooral naar die eerste pot. Kijken of ze toch die tegendoepeltjes nog weer kunnen scoren. Hier Nova die weet de bal daar weg te schieten. Maar Bliss die krijgt hem voor. G1P. Die is net laag genoeg. Die ging niet op de lat maar er net in. En daar was geen verdediging meer in het goal. Kijk daar. Bliss die krijgt hem langs Nova. Joey die probeert hem te blokken. Maar die zit daar eigenlijk gewoon op de verkeerde angle. En de G1P weet daar goed gebruik van te maken. En nu is het 3-0 met nog maar 1 minuut en 12 seconden te spelen. En nu wordt het heel lastig voor Roda. Het was ook zeker een hele lastige read voor Joey. Is zo lastig om hem van de backboard direct af te kunnen touchen. Je ziet zelfs op het allerhoogste niveau dat spelers daar nog wel eens moeite mee hebben. Ik zelf zeker ook. Alhoewel ik er niet van mezelf kan zeggen dat ik op het allerhoogste niveau zit. Maar goed, dat blijven hele lastige ballen. Laten we het dan over mij maar niet hebben. Ja, precies. Maar ik vind het wel slim van G1P om er gewoon van uit te gaan van... hey, weet je, mijn tegenstander die bevindt zich in een ongemakkelijke positie. Die gaat een hele moeilijke touch kunnen moeten maken. Ik ga er gewoon vanuit dat hij hem niet krijgt. En ik ga gewoon voor die bal. En het wordt beloond. En in dit geval de 3-0 voor FC Eindhoven. En toch vrij zelfverzekerd komen ze hier uit de startblokken. En dan prikt G1P er gewoon nog even eentje in. En ook de 4-0 in feite. En dan is het toch een beetje het sprookje voorbij hier voor Roda. Ja, hij prikt hem daar gewoon heel goed. Eigenlijk tussen twee Roda-spelers vandaan. En hij had gewoon de snelheid om hem inderdaad via de backboard weer terug te krijgen. Wat vooral altijd lastig is met Rocket League en nieuwe spelers, die zullen dat ook zeker beamen, is soms dan wil je voor een bal gaan. En dit gaat terug naar eigenlijk dat vorige doelpunt, niet die net werd gemaakt, maar die daarvoor, de 3-0. Het is zo makkelijk om ervan uit te gaan, ik zie iemand naar de bal gaan, die zal hem wel raken, dus ik ga er zelf niet voor. Maar eigenlijk moet je altijd gewoon eyes on the prize, ogen op de bal en er gewoon wel voor gaan. Want je ziet, het kan gewoon dat die bal gemist wordt. Ook al hoe makkelijk of hoe moeilijk het ook is om die bal te raken. En hier, FC Eindhoven, die neemt daar het voordeel van.
Ja. En die wint 2-0. Het blijft natuurlijk wel lastig, want je moet wel je momenten goed kiezen. En dat is heel belangrijk. En dat zag je hier wel bij FC Eindhoven, dat ze dat deden. Dat soort keuzes werden alleen maar genomen op het moment dat je wel gewoon één, zelfs twee verdedigers achter je hebt staan. Zodat het risico van als die bal toch wel door de tegenstander geraakt wordt, iets minder groot is. Dus daar heb ik echt hulde voor. Ik vind het jammer, zeker ook voor Nova. Nova vind ik zo'n grappige speler. En ik zal ook uitleggen waarom. Graag. Ik heb het gevoel, als ik hem zie spelen, dan is alles heel gecalculeerd. Elke beweging die hij maakt met zijn auto en ook als hij de bal onder controle heeft, is heel rustig en gecalculeerd. Maar het blijft allemaal op een laag tempo. En ik heb het gevoel dat hij tot een bepaald niveau is gekomen en zoiets heeft van, nou, dit is prima. En niet meer zichzelf echt aan het pushen is naar het volgende niveau. Ik hoop dat hij dat begint te doen. Dingen sneller gaat doen. Dingen buiten zijn comfortzone gaat doen. Want dan denk ik echt dat hij nog verder kan gaan groeien als speler. Maar voor nu vind ik het nog steeds wel leuk om naar hem te kijken. Het is zeker leuk. En de vraag is dan ook, als hij dat stapje kan zetten, kan de rest van Roda dat ook bijbenen. Want hij steekt wel toch wel vaak eigenlijk... nu had je in ieder geval Joey die een heleboel goede dingen deed. Maar hij steekt er meestal wel met kop en schouders bovenuit. We gaan het binnenkort zien. We gaan het zeker zien. Met de nieuwe teams die zich opnieuw kunnen gaan aanmelden. Ik ben daar hartstikke benieuwd naar. En ik denk de jongens aan tafel eveneens. Altijd. Bjorn, weet je, ik heb weer gaan moest denken. Ik vond het nou echt typisch gezellig voetbal. Nou ja, ik denk dat de tegenstander van Eindhoven daar iets anders over dacht. Ja, oké. Wat ik grappig vind. Eindhoven heeft op zich vrij steady gespeeld. Dus ik vind het een mooie win en ook verdiend. Roda heeft af en toe een soort van magie. Ergens in de series. Dat ze even ineens een minuut hebben. Of even een paar ballen gezien, hebben. Ja. Dat ze ineens heel strak spelen. Met als voorman Nova. Waar Juicy net al even over had. Dus ik vind het grappig om naar te kijken, want door de chaos in die game ontstaan er soms kansen voor beide teams. En soms dan komen er ballen uit een hoek dat ik denk, maar waar komt dit ineens vandaan? En er is een minuut heel erg hoog niveau, maar dan heel even later zie je dat twee verdedigers van Roda de bal whiffen, waardoor er heel makkelijk een goal inrolt. En dan zit je even, wat is dit ineens weer? Dus het is heel onstabiel spel, wat heel leuk is om naar te ik kijken. Ik wou het zeggen, dat dus is dat sowieso. Dus dat amusementniveau is hoog. Toch zou ik hopen dat als Roda misschien iets meer stabiel gaat spelen richting dat wat strakkere spel, dus namelijk de verdediging misschien. Want Nova die realiseert vaak wel gekke ballen of plays door de kans ontstaan. Dat ze dan toch een sterker team zijn met z'n drieën. Het is nu alsof er even zo'n turbo moment is en dat hij gelijk weer inzakt daarna. En dat is jammer om te zien, maar wel terecht winnen voor Eindhoven. En heel leuk om naar te kijken. Ja, en weer een 2-0. Ja, tot nu toe niet hele close series over de hele dag. Wat natuurlijk qua spanningsniveau natuurlijk jammer is. Ik hou natuurlijk het allermeest van de overtimes met de laatste secondes waar het bepaald wordt. Daar zouden er vandaag al drie zijn geweest, maar dat was niet helemaal waar. Nee, dus dat is niet waar. Maar we zijn natuurlijk halfwege de dag. Weer geen 2-1, hè? Ja, maar ik denk, ik help je er even aan herinneren. Het is weer geen 2-1. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dus wat betreft mijn analyse van vandaag, heel matig. Medium oké. Laten we gewoon de volgende match, de topper, NAC tegen NEC, gewoon weer 2-1 zeggen. Ja, moet toch een keer 2-1 worden, zou je zeggen. Nee, dat kan ik niet doen. Dat kan ik doen. NEC gaat deze met 2-0 meenemen. Ja. NEC overigens de topscorers van deze competitie. Brinca, een van de allerbeste spelers, ook binnen deze competitie, heeft 19 goals gemaakt. Ik verwacht dat hij tegen NAC Breda ook echt wel nog steeds die lead kan houden. Het is namelijk NEC met 80% winrate over alle games. En we hebben NAC Breda met 18% winrate op alle games. Dus daar zit wel echt een wereld van verschil de tussen. De topscorer van in de keukenkampioendivisie, die zit weer bij Excelsior. Dat is ook wel weer grappig. Nou, Excelsior ligt er ook niet ver achter qua hoeveel goals er gemaakt. Volgens mij Go Ahead Eagles en Excelsior liggen volgens mij tweede en derde nu met wat betreft aantal doelpunten dat het is gemaakt. Elias Omarsson. Zo, ik denk ik ga zullen we nog één keer deze uitspraak. Ja, ik denk voor de kijkers thuis moeten we deze nog één keer goed uitspreken. Elias Omarsson. Nu weet ik wie ik bedoel, ja. Topscorer van de keukenkampioendivisie. En die speelt dan weer bij Excelsior. Ja. Dus dat is dan wel weer grappig. Dat straks zou dat synchroon kunnen lopen natuurlijk. Aangezien Excelsior zo lekker bezig is. Ja, we zullen zien. Maar tot op heden is dat nog niet het geval. Ja, nee, dus ik denk dat de dierentuin van NEC met Koala, King Kong, etc. te sterk is voor NAC Breda om van te winnen. Weet wel, belangrijk om te zien, is dat Brinca vandaag niet, tot zover ik heb gezien, niet meespeelt in de opstelling. Dus het wordt King Kong, Unstable Koala en Basic Bull, die met z'n drieën gaan spelen. Dus de topscorers zitten nu niet bij. Dus ik ben benieuwd hoe die drie jongens of dames, ik weet eigenlijk niet wat het zijn, of die zo goed kunnen samen gaan spelen en ook die score hoog kunnen houden.
Dus dat is iets om naar uit te kijken voor vandaag. En NAC Breda, ja, ik verwacht niet dat ze een hele grote kans kan krijgen. Dus ik verwacht een snelle 2-0. Maar NAC Breda heeft echt wel momenten van dat ze goede passings hebben naar elkaar. Alleen, ja, ik denk toch een harde 2-0. Kijk, laten we nog heel even, want we gingen ineens naar de, volgende wedstrijd. Ineens de Intercity naar de volgende wedstrijd. We gaan zo snel als dat het spel gaat vandaag in speelronde 6. Even terug naar Rode JC FC Eindhoven. Die pakken wel lekkere, dat zijn belangrijke punten voor Eindhoven. Ja, want Eindhoven komt nu. Die stond uit mijn hoofd even op plek 10. Ja, volgens mij schuift ze nu wel een aantal plekken omhoog. Het grootste gat zat in het begin van vandaag tussen Almere City en het team dat onder ligt. Ik kijk even snel op mijn stats bijbel. Even kijken, we hadden 10 punten van Almere City en 6 voor Helmond. En Eindhoven had er ook 6. Dus dat betekent, daar zit echt het gat tussen van de competitie. Want voor de rest liggen die punten vrij dicht bij elkaar. Dat betekent wel, als je nog 1 of 2 wins hebt. En bijvoorbeeld Almere City die zou kunnen verliezen tegen Telstar vandaag. Wat ik als een grote mogelijkheid acht. Dan gooi je jezelf wel een aantal plekken omhoog met slechts 1 dag spelen en winnen. Dus zeker als je onderin in het midden zit, heb je nog zeker wel kans om bij de top 6 te komen voor deze competitie. Kijk, je hebt twee teams die zeker zijn, hè? Excelsior en FC Volendam. Eigenlijk ja, 3. Ja, natuurlijk ook. Ja, Den Bosch zit natuurlijk ook wel heel dichterbij. Heel dicht, maar nog niet zeker. Hè? Ja. Die zijn nog niet zeker. Maar daaronder zijn zeker nog 3 plekken die gewoon beschikbaar zijn en wat vele kunnen worden. Ja, je ziet ook daar zeker onderin, onder die 3 sterk teams, de topteams van deze competitie, is ook nog wel veel speelruimte. Dus je hebt er nu 3 consistent met de meeste punten. En we zien eigenlijk nu vanaf Cambuur naar onder gaat het om 13 punten. En op plek 10 of plek 9 heb je Almere met 10 punten. Dus dat betekent dat er ongeveer 6 teams zijn die maar een verschil hebben van 3 à 4 punten. Ja. Dus daar kunnen 1 of 2 winnetjes of 1 of 2 losses heel veel uitmaken voor de ranking naar binnenin. Nou heb je natuurlijk wel een aantal teams die steady spelen, zoals Cambuur, Go Ahead Eagles, Telstar, Top Os. NEC is daar ook een van natuurlijk, met Brinka dan onder andere. Dus het wordt wel moeilijk om tegen die grote teams binnen te gaan. Weet je wat leuk is? Vertel. Leuke dingen wil ik altijd horen. Ja, wij spreken straks met de speler van FC Eindhoven, middenvelder. Dico, ik ga het gewoon bij deze zeggen. Oké, daar ging de verrassing. We gaan spreken met Dico. Maar Dico komt van Rode JC. Oké. Dus Dico heeft gespeeld vorig jaar, van 2018 tot 2020, tot die periode speelde hij voor Rode JC. En dit is zijn eerste jaar bij Eindhoven. Dus ik vind het wel grappig dat precies vandaag Rode JC tegen Eindhoven moest en Eindhoven dan wint. Eigenlijk een beetje het einde van een goede film, waarbij de toppersonages tegen elkaar moeten strijden. Ja, en de beste speler precies weggaat naar het... Nee, dat weet ik niet. Laat ik daar niet over uitspreken. En we moeten natuurlijk ook de hamvraag stellen, als zo meteen het interview plaatsvindt. Speelt hij ook Rocket League? Ja, nee, dat is natuurlijk wel de hamvraag van alle interviews die we hebben gehad. We hebben eigenlijk nog niet 1 speler gehad die Rocket League speelde. Sander Fischer, de gamede eigenlijk helemaal niet. Een beetje... De opa van het team, hè, zeg maar. Maar opa's kun je toch niet kwalijk nemen, dat spelletjes, hè? Precies, dus precies. Ik verwacht ook niet van mijn opa dat hij kaart Call of Duty speelt. Nee, Sander Fischer is natuurlijk niet meer de jongste. Niet helemaal de game-generatie. Alhoewel, dat ligt er maar net aan. Maar hij gamede niet. Dan heb je natuurlijk Tim. Die speelde eigenlijk ook niet echt. FIFA ook niet echt. Maar die gamede ook niet. Dus ik ben benieuwd of Dico wel gamet. En wat hij dan speelt. En of die inderdaad Rocket League heeft aangeraakt. Ja, en als je het hebt over opa's ook. Ik besef ook dat er nu een generatie aankomt die waarschijnlijk zo meteen een verzorgingstehuis ingaat. Vanaf mijn leeftijd, denk ik. Dus dan had ik op een gegeven moment... gewoon gamen, joh. Volgens mij zit ik gewoon met een Nintendo 64 de Mario Kart met een bakje soep. Ja, jongen, ja. Wij komen die oude dagen wel door. Ja, zeker. Hey, nu nog heel even kort. NAC Breda, NEC. We hadden het er net al even over natuurlijk. Wie denk jij dat hier gaat uitblinken qua spelers? Nu wordt dat een stable koala, omdat Brinka niet meespeelt. Anders was het 100% Brinka nog steeds een van de sterkste spelers in de competitie, wat mij betreft. Maar voor de rest is hun samenspel wel sterk. Basic Bull heb ik iets minder vaak zien spelen. Dus ik ben benieuwd hoe die in de hele soep van het team mengt. En verder vat ik een harde win voor de NEC. Dus NAC Breda moet zich echt gaan verzetten op de counters inzetten. Ik verwacht nog steeds 2-0 voor NEC. Dus jij denkt, je bent van de 2-1 geloof afgestapt. Je zegt, het wordt nu een 2-0. Af en toe moet je een beetje wisselen. Ja, nee, en ik hoop dat ik deze goed heb als analist. Maar goed, weet je, wie ben ik om gelijk te hebben? Ja, mannen, ik zie de bui al hangen namelijk, jongens. Ik weet niet of jullie dat ook zien, maar ik zie gewoon een 2-1 aankomen. Gaat hij van die 2-1 af en dan wordt het natuurlijk 2-1. Ja. Als Bo hier gelijk heeft, dan is het toch gewoon geen uitzending meer. We moeten toch gewoon Bo hebben die ongelijk heeft. Gewoon weer verkeerd. Ja, dat zou ik hilarisch vinden. Ja, ik ben er helemaal met je mee. Mannen, ik zou zeggen, maak er maar weer wat van dan.
Gaan we het lekker doen, denk ik. Gaan we zeker doen. Ik ben wel afgeleid door het lekkere kopje soep met de Nintendo 64. Oh, heb ik wel zin in. Ja, dat zou ik wel fijn vinden. Ik weet niet of we dat hier misschien kunnen krijgen, maar dat zou wel, dat zou het wel beter maken. Maar we hebben natuurlijk een mooie pot Rocket League voor de boeg. Knock-knock. Ja, maar de enige manier waarop je het mag zeggen, inderdaad. Ja, precies. Het is wat het is. NEC, ik denk dat we daar wel van kunnen zeggen, die zijn echt bezig met gewoon... Een opmars. Die zijn een opmars, een resurgence. Die in het begin van het seizoen, ik moet eerlijk zeggen, ik kan gewoon niet zo heel erg goed meer herinneren wat ze toen eigenlijk hebben gedaan. Maar de laatste 2-3 weken gaat het ineens als een trein bij de jongens. Ja. Bij de dierentuin, zoals ze hier ook wel liefkozend worden genoemd. Ik ga niet zoveel grappen als René maken. Maar ja, ze laten het wel elke keer weer zien. En ook met de statistieken, zoals al gezegd werd. Brinca eerste met goals. Sowieso NEC met de meeste goals van iedereen in de competitie. Smikkel Beer die speelt helaas weer niet. Maar die heeft tot nu toe ook de meeste punten per game. En ja, ga zo maar door. En ja, dat gaan ze zeker, denk ik wel, tegen NAC weer laten zien. Dat ga ik ook zeker vanuit. Ik verwacht hier een flinke winst voor NEC. En het is wel leuk, deze drie jongens, dat zijn ook de drie die in eerste instantie op 16 mei dat ventoernooi hebben gedaan. Die hebben toen ook daarna samen, of misschien was het daarvoor, een soort eigen community slash organization opgezet. Paradox Gaming. En die hebben aanstaande zaterdag ook een toernooitje die ze zelf organiseren. Dus dat is ook wel grappig. Deze jongens. At Paradox Gaming RL geloof ik op Twitter. Als je daarnaar wil kijken. En met hun. Ik weet niet. Ik denk niet dat ze zelf meedoen dat toernooi. Ik wilde zeggen dat je hun kan verslaan. Maar goed. ik ben wel benieuwd wat ze hier in ieder geval gaan doen tegen NAC Breda. Ja, ik ben wel benieuwd hoeveel ze je hebben betaald om die mooie reclame message voor ze te laten maken. Maar dat is een ander verhaal. Daar gaan we dit zo wel over hebben. Nee, ik geniet van zoveel mogelijk Rocket League binnen de Beneluxie. Nou, we konden daar bijna genieten van een doelpunt van... van de boel. Die prikte hem net naast. Voor de rest is er in deze eerste minuut nog niet zo heel veel gebeurd. Misschien toch mist de NEC die creativiteit van Brinca. Of zijn ze gewoon even rustig aan het warm draaien. Maar hier gaan ze weer in de aanval. King Kong in ieder geval tegen één verdediging. Krijgt nog wel de extra touch terwijl die geblokt wordt. Een stabelkwalen gaat hij de lucht in. Maar daar is Basic Bull. Die denkt, oh, deze keer pak ik hem mee. Maar die wordt ook weer geblokt. Deze keer door Yuppiecat. En Stefan Feest weet hem nu... ja, of Trano dan in ieder geval. Ik dacht dat hij hem eerder al kon wegwerken. Maar nu gaat de bal dan daadwerkelijk weg bij het goal. Daar was NEC toch twee keer best wel heel erg dichtbij. Ja, de doelpuntenmachine van NEC staat al 1,5 minuut droog. Dat is vrij lang voor deze machine. Prachtige paas hier wel. Basic Bull tikt hem één keer, zal nog een keer schieten. Dat is een prachtschot, maar ook een goede redding. Aan de kant van Stefan Feest. Bijna de eerste goal hier voor NEC. Ze zullen nog een kans krijgen. Wederom in de vorm van King Kong. Basic Bull schiet weer de bal naar voren toe. Zo blijft het schot naar NEC. En dan moet je uiteindelijk scoren. En dat wordt ook gedaan door King Kong. Je zou bijna kunnen zeggen dat NEC die speelt er helemaal geen Rocket League meer. Zij spelen eigenlijk pingpong tegen de backboard aan. En dan uiteindelijk gaat hij zo mooi het doel in. Zoals we al eerder hebben gezegd. Als constant die bal tegen de backboard gaat. Het is zo moeilijk. Want de bal gaat maar over en weer. Het is super moeilijk om te volgen. En ook al ben je een speler van een zeer hoog kaliber. Wat deze spelers toch wel allemaal zijn. Dan na een tijdje is de koek gewoon op. En dan scoort NEC. Basic Bull die laat hier een paar trucjes zien. Hij is sowieso heel veel in de aanval. Maar nu hij weet de doelpoging in ieder geval om te zetten in een goal. Kijk daar, double touch tegen de backboard. En geen verdediging, maar wel King Kong die daar achterstevoren de bal in het goal vliegt. En nu staat het toch 2-1. Die doelpuntenmachine van NEC loopt gesmeerd. Begint te lopen, inderdaad. Ik denk Basic Bull dat hij misschien zelf had kunnen scoren als Yuppiecat daar niet was geweest. Een goede redding aan zijn kant. Maar dan is King Kong er gewoon als allereerste bij om ook in te prikken. Hier weer een goed schot. En dan blijft gewoon aanval na aanval lopen. King Kong prikt er nog maar eentje in. En zo is de helft van de game verlopen. Na 1,5 minuut stond het nog 0-0. En een minuutje later 3 goals meer erin voor NEC. Ik moet zeggen hoor, NEC, hoe zij op dit moment pasen. Ik vind het sowieso, Brinca is echt een genot om naar te kijken. Maar terwijl die ontbreekt, gaan de andere heren van NEC, die laten het zeker ook zien. Basic Bull en King Kong, allebei
Samen met die Unstable Koala waarvan Bo al zei, ja, daar moet je voor gaan uitkijken in deze match. Ze weten elkaar keer op keer te vinden en het is echt bijna een soort van tiki-taka voetbal. Iets wat we in de keukenkampioen-divisie niet heel erg van NEC gewend zijn, maar hier laten ze dat zeker heel erg goed zien. En dit is eigenlijk een van de eerste of weinige keren dat ik NAC volgens mij op de helft van NEC heb gezien. Maar NEC die buigt het weer om en ze gaan gewoon weer in de aanval. Ze blijven hoog tempo proberen die basis te vinden. En dat gaat tot nu toe hartstikke lekker. Dus ja, als het aan hun ligt, gaan ze daar vrolijk mee door. Ja, ik wilde net zeggen, je zegt het is de eerste kans voor NAC. Maar het eindigde gevaarlijker aan de kant van hun eigen goal dan dat het aan de kant van NEC echt gevaarlijk was. Hier wel een goede kans, maar Stefan Vees neemt niet de tijd die wel was gegeven door de NEC-spelers. En daardoor weet hij die goal niet te vinden. Ook wat interessant is, Basic Bull, een van de weinige console-spelers in de hele competitie. Ik geloof dat YouTube Bim Bam Baf een andere is. Hoeft niet uit te maken, maar het kan toch een klein mankement zijn. Je hebt net wat meer input delay. Maar goed, als je dan kansen krijgt zoals deze van een Unstable Koala, dat je hem gewoon vanaf je eigen goal in een open net kan schieten, dan is er eigenlijk geen beginnen meer aan voor NAC Breda. Ja, ik zat al te kijken. Stefan Feest, die werd een tijdje gevolgd op jullie scherm en die was bezig met de verdediging van NEC weg te zetten om misschien wat meer ruimte te creëren. Maar daardoor was er eigenlijk helemaal geen speler van NAC meer achter en dan ja, maken zij heel goed gebruik daarvan. En ja, zo'n lang schot, ja, je hoeft hem alleen maar goed te raken. En dat kunnen deze spelers zeker weten wel. NAC die blijft wel een beetje wat meer druk opvoeren. Maar gaat het genoeg zijn met nog 1 minuut te spelen. 4-0 voor NEC. Daar probeert King Kong het nog een keer. Maar deze keer weet Stefan Vees hem goed van tevoren aanzien komen en te blokken. En ze gaan het nogmaals proberen. Dit is tot nu toe volledig volgens verwachting, kunnen we denk ik wel stellen. Zeker, en ik denk dat het ook vooral heel belangrijk is voor NEC. NEC is een van de, even kijken, 6 teams geloof ik, 5 teams die ik heb omcirkeld als teams waarvoor deze week ontzettend belangrijk is. Omdat het die subtop is en voor deze teams worden dit soort weken het verschil tussen of je net wel in die top 6 zit of er uiteindelijk net uitvalt. De andere teams die daar ook onder vallen is zometeen Top Os. Maar vooral ook Almere City die tegen Telstar uit moet komen. Beide teams. Daarvan gaat gewoon 1 ontzettend veel moeite hebben aan het einde van deze week. En voor NEC om dan op zo'n manier uit de startblokken te komen in deze eerste game. Gewoon een solid 4-0 weten te pakken. Is hartstikke prima. Je werkt en een klein beetje aan je doelsaldo. Je krijgt geen goal tegen. En je pakt gewoon die eerste game. Ja, ik denk eerlijk gezegd, als we nog wachten tot de bal de grond gaat raken, daar is hij dan uiteindelijk. NEC pakt dus die eerste match met 4-0. Ik denk dat wat NEC ook tot nu toe laat zien en heeft laten zien in de afgelopen weken, is wel een manier van spelen waarvan je van mij zeker bij die top 6 hoort. Zeker. En hier zien we dat weer. Ik weet nog dat we helemaal in het begin zaten we heel erg op van hoe spelen teams nou? Zijn ze vooral bezig met individuele acties zoals Excelsior? Of gaan ze echt voor die passing? En week na week na week tot nu toe laat NEC gewoon zien. Die passing is hun wapen en daarmee blijven ze gewoon scoren. Vooral ja, als het tegen een NAC Breda is die op dit moment op de 12e plaats staat. Ja, het is dan ja, lijkt het bijna gewoon simpel. Ja, nee, maar zeker. En ik denk, het zijn niet eens echt de passes die het laatste verschil maken. Die passes gebeuren eigenlijk puur door de druk die NEC zet. En gewoon het feit dat ze schot na schot nemen. En dan hoeft niet elk schot ontzettend gevaarlijk en ontzettend goed te zijn. Maar als je schoten blijft nemen, dan forceer je je tegenstander om constant die saves te moeten maken vanuit een ongemakkelijke positie. Steeds meer boost te gebruiken. En dan uiteindelijk dan komt die open goal die je er gewoon in kan tikken. En dan hoef je niet eens echt goede passes te hebben. En dat is denk ik wat echt de sterkte hier is van NEC. Ze zorgen gewoon dat ze in de aanval blijven totdat jij niet meer kan verdedigen en dan tikken ze hem binnen. Nou ja, gesproken over een heleboel saves moeten maken. We zien nu wel NEC in de eerste halve minuut van deze pot worden zij heel erg onder druk gezet en moeten zij elke keer de saves maken. Hier lijkt het toch dat ze de bal in ieder geval aan de andere kant van het veld beginnen te krijgen. King Kong en Unstable Koala zitten elkaar daar een beetje in de weg. Dus er was geen passing mogelijkheid en ze deden er ook niet veel mee. Nu lijkt het goal bijna leeg, maar Basic Bull weet die bal goed te blokken. Mooie redding. En nu gaan ze het weer proberen. Basic Bull laat daar Unstable Koala alleen op de muur. Dat is misschien wel verstandig. Kijken of hij zich beter kan gaan positioneren. En nu probeert King Kong vanaf de muur de bal in goal te vliegen. Maar daar is Basic Bull weer. En dit lijkt weer meer
op wat ze in de eerste game ook deden. Ook al breekt NAC er nu wel weer uit. Ja, en toch eigenlijk identiek aan die eerste game. De eerste anderhalve minuut weet NAC de goal niet te vinden. En ik vraag me af of weet NEC het goal niet te vinden. Ik vraag me af of dat zometeen weer hetzelfde gaat zijn. Omdat de vorige game toch gewoon 2-3 goals heel snel achter elkaar zien. Waarna NAC Breda eigenlijk gewoon gebroken is. Misschien hier aan de hand van een stubbel Kwala. Die wordt erg goed geblokt door Thrano. En dan moet NEC gewoon weer naar de verdediging. Die bal gaat op de lat. Thrano met een grote kans. Maar die bal wordt gewoon tegen de lat aangeschoten. En dan is dit schot van Jupiket wel weer goed. Maar wat een counter aan de kant van NEC. Hij wordt links, rechts en weer terug naar rechts toe gepaast. En dan is het net gewoon volledig open. Arme Thrano. Oh. Zo'n kans. En dat je hem zo dan tegen je krijgt. Prachtig daar een stable Koala die... schiet er gewoon net op tijd weg tussen twee verdedigers. Weet hij de bal goed te raken. En nu zijn we weer iets minder dan 2 minuten bezig. En heeft NEC toch het goal weer gevonden. NAC was wel dichtbij. Ik moet wel zeggen, dichterbij dan in de vorige pot om een doelpunt te maken. Maar kijken of de diesels van NEC, die nu misschien wel weer warm gedraaid zijn, hoe erg ze het kunnen maken voor NAC. Tot nu toe niet heel snel een tegendoelpunt. Maar ze gaan weer in de aanval. En King Kong probeert die bal te volgen. Een Stable Kwala is weer eerder de lucht in. Er is ook geen tegenstander bij. Stefan Feest blokt de bal wel goed. Dus hij weet hem niet af te maken. Maar nu ligt de druk weer heel hoog. Stefan Feest, waarom leg je hem klaar? Daar was bijna King Kong met een doelpunt. En daar Basic Boel probeert het te schieten tegen de kruising. Maar oh, 3 verdedigers gaan achteraan. Een Stable Kwala staat op de goede plek, op de goede plaats. En die rijdt hem er gewoon weer in. En dat zijn 2 doelpunten voor NEC. En dit is precies waar we het over hadden net, hoe NEC speelt. Ik bedoel, dit zijn niet per se passes, dit zijn gewoon schot na schot. En dan heb je dat laatste schot van Basic Boel eigenlijk, daar eindigt het met dat hij langs die 3 verdedigers gaat. Dan gaat die bal er weliswaar niet direct in, maar dan is daar gewoon nog een speler voor NEC die hem wel binnen tikt. En ook hier gebeurt dat. En ik krijg toch gelijk, hè. Die eerste goal valt en vrij snel daarna de tweede. En nu ook de derde voor NEC. En dan zien we eigenlijk 2 vrijwel identieke games na elkaar. En is het aan NAC Breda om hier toch wel veranderingen in te gaan brengen. Je ziet daar dat de verdediging, die ene verdediger die in het goal van NAC Breda staat, die is ook, die probeert te springen, die probeert er wat aan te doen. Maar gewoon de constante barrage van NEC, die wordt gewoon niet elke keer weggewerkt. Ik zit elke keer te kijken naar die aanval en denk ik van nou, oké, nu komt NAC eruit. Nee, de bal gaat weer terug. Nu komt NAC eruit. Nee, de bal komt weer terug. En dan uiteindelijk eindigt het gewoon elke keer in een goal van NEC. Thrano probeert het hier zelf aan de kant van NAC Breda. Jupiket ook, maar de bal wordt toch weer geblokt. En nu is de bal even niet aangeraakt. Totdat een Stable Kwala die bal van Stefan Feest weer kan blokken. King Kong, wat een schot. Maar net op de kant laat. Waar is de speler van NEC om hem deze keer op te volgen? Die is helaas niet aanwezig. Maar weer bal tegen de backboard. Daar is Basic Boel weer. En NAC die weet hem nu wel weg te werken. Maar elke keer komt NEC weer terug bij dezelfde play. En het staat gewoon nog steeds 3-0. Ook al lijkt NAC wel steeds closer. Ja, NAC die heeft in ieder geval meer te zeggen dan in de vorige game. Maar ik vind het ook wel slim hoe NEC het speelt. Ze laten NAC ook vaak gewoon het schot nemen als ze in de verdediging staan. Omdat ze denken dat het schot niet goed genoeg gaat zijn. Deze van Jupiket heeft wel een beetje snelheid achter zijn schot zitten. Er staat nog niemand in de verdediging. Dan weet NAC Breda toch dat ene gaatje te vinden. Nu is het doorpakken. Nog 1 minuut en 20 seconden. Dat is meer dan genoeg tijd. Ze hebben ook wat kansen gekregen. Maar het schieten tot nu toe was net niet goed genoeg. Als dat net iets beters eruit ziet, dan kunnen ze hier misschien toch nog een puntje mee pakken. Ja, we hebben zeker in Rocket League wel gekkere dingen gezien. Het kan zomaar ineens omdraaien. En NAC heeft, zoals jij zegt, al de mogelijkheden. Maar hier staat er niemand in het goal. King Kong komt er als eerste bij. Krijgt niet die tweede touch. Er is ook geen speler van NEC om hem op te volgen. Maar ze gaan er weer door. Stable Kwala speelt maar hoog tegen de backboard. Maar niemand die op die enkel kan opvolgen. Dat schot precies in de kruising van King Kong. En Thrano, ja, je ziet hem. Hij staat gewoon helemaal stil. Ik denk dat dat de handen van het keyboard of van de controller zijn. Want ja, zo'n geplaatst schot, ook met een snelheid van 103 km per uur, dat is vrij hard, dat weet iedereen. En met nog een minuut te spelen lijkt het toch wel bijna voorbij te zijn. Er is ook gewoon weinig rust in de verdediging daarvan. NAC Breda, die bal wordt gewoon naar de zijkant toegespeeld door Jupiket. Zonder enige intentie om die bal zelf op te gaan volgen. En dan als hij net verkeerd stuitert, wat hier inderdaad gebeurt,
dan is er gewoon een speler van NEC eerder bij die dan een gratis schot heeft. En dan kan je ook eigenlijk niet van Thrano verwachten dat die bal gesaved gaat worden. Slim ook uitgespeeld door NEC. Ze laten gewoon NAC momenteel de fouten maken. En daar kapitaliseren ze op. Dus wat dat betreft gewoon een prima gameplan tegen dit soort teams. En ik heb ook hulde over het algemeen voor wat NEC laat zien. In het idee dat ze altijd in de games hebben. Het lijkt alsof ze een duidelijk plan hebben. Als ze met Brinca spelen, dan spelen ze meer op die passes, op de teamplay. En dan gebruiken ze hun druk tegen die betere teams, maar ook tegen de wat zwakkere teams. Dan doen ze op druk, denk ik, net iets minder. Laten ze gewoon de fouten maken door de tegenstander. En dan willen ze ook gewoon comfortabel hier bijna nog door een 5 erin te prikken. Ja, ze gaan er een beetje... Ze gaan er vrij hard voor. Jupiket, die denkt nog even... Nou, ik laat hem gewoon op de neus van mijn auto liggen in plaats van dat hij naar de grond gaat. En daar hadden ze toch bijna nog dat doelpuntje meegepakt. Maar te vergeefs. Nek... NEC had gewoon... het is soms moeilijk eruit te krijgen, hoor. Zeker. Ik ben vooral als ze zo op elkaar lijken, is één lettertje verschil. Maar NEC, het is precies wat jij zegt. Ze komen met een duidelijk plan de game in. En als je ook het team hebt om zo'n plan uit te voeren... dan heb je eigenlijk al 50% van de match gewonnen. En dat laten ze nu maar ook weer zien. De tweede game was NAC wel toch wat dichterbij. Kreeg wat meer ruimte, wat meer kansen. Maar moeten het dan ook gekeerd gaan afmaken? Ja, ze moeten het wel gaan afmaken. En deze keer in deze match kon dat 1 keer. In de vorige match kon dat 0 keer. En ja, de NEC die scoort er gewoon 4. Die denkt, nou 4, dat is prima. En dat is ook prima, want ze pakken wel gewoon 3 punten. NAC krijgt daarentegen helemaal niks mee naar huis. Dus die zal wel wat lager blijven. Maar NEC die doet dat hartstikke prima. Zeer verdienstelijk. Ja, wel apart denk ik dat in beide games het zo was dat NAC het lange tijd gewoon goed volhield. Gewoon echt 1,5 minuut, 2 minuten bij een halve game. Dat je denkt, nou, hier zit wat in. En dat het eigenlijk gewoon binnen 30 seconden zoiets is van, oh, hey, we staan met 3-0 achter. Dat is niet zo fijn. Nee, ik ben heel erg benieuwd hoe de spelers van NEC daar achter hun pc zitten. Of ze misschien afspreken van, oké, nu is er 1,5 minuut voorbij. En nu gaan we gewoon wel normaal spelen. Maar weet je wat de grootste verrassing is? Bo, die had een keer gelijk. Nee, ja, dat kan niet. Ik ga dat even laten bezinken. Jullie doen dat ook met de reclame. En daarna gaan we de reactie krijgen van Bo, die gelijk heeft. Ik zit in tweestrijd, Bo. Ik zit in tweestrijd. Ja, hij zit hier alsof hij de Toto-master is, maar het valt vies tegen, hoor. Want ik wil je nog wel even meenemen in de vorige wedstrijden. Vorige wedstrijden, wedstrijd 1, Excelsior Den Bosch, 2-0. Wat voorspelde Bo? 1-2 of 2-1. Maastricht, de Helmond Sport, voorspelde die 1-2, werd 0-2. En Rode JC Eindhoven speelde die 2-1, werd 0-2. En inderdaad, en dan komt het moment. Daar is dan, ja, tuurlijk, daar is dan de vierde match van de avond, dames en heren. Wie zijn wij om die oude koeien uit te slaan? Ik noteer eventjes de winnaar. Hij voorspelde 0-2. Wij hoopten allemaal natuurlijk dat het een 2-1 zou worden, want hij ging van zijn geloof af. Maar het werd 0-2. Dus Bo had deze gewoon... Ja, je zou kunnen zeggen dat ik niet uit mijn nek klets. Of is het NEC, Maarten? Ik ben het heel veel kwijt. Die haal ik steeds door elkaar. Bij deze was het gewoon gelijk. Harde 2-0 zoals voorspeld. Wat natuurlijk ook een ware analist betaamt dat hij de waarheid spreekt. Ik heb het vaak fout gehad. Dat klopt. Ja, maar nemen wij niet kwalijk. Maar hè, deze was on point. En ik ben zelfs van mening dat ik de volgende ook goed ga voorspellen. Oké, nou, dit wordt spannend. Dit wordt heel... Hou ons nog even in spanning. Oké, ik hou die spanning. Maar even over deze wedstrijd. NAC Breda, NEC, de topper... Die natuurlijk eigenlijk altijd de topper is in de keukenkampioen-divisie. Nek-nak, mag je dan zeggen. Geloof ik. Heb ik mij laten vertellen. Nek-nak. Okay. Ja, en nu? Want ja, zij hebben duidelijk gewonnen. Was dit de topper ook hier in deze competitie? Ik denk eerlijk gezegd dat als Brinca hier wel in het team had gezeten in plaats van Basic Bull, dat er wel nog veel meer doelpunten waren gevallen voor NEC. Dus ik denk dat ze een...
een goede prestatie neer hebben gezet. En NAC Breda was eigenlijk constant maar aan het verdedigen, probeerde de ballen weg te werken. Maar NEC stond constant klaar voor de aanval om weer de bal terug te werken, de helft in van NAC Breda. Dus ik denk dat het een hele goede prestatie is van NEC. Ze hebben gespeeld zoals eigenlijk verwacht werd ook van ze. Toch hoop ik soms dan nog wat meer doelpunten te zien als bijvoorbeeld wel Brinkhaar erin zou zitten om dan echt het doelsaldo omhoog te werken. Want dat is namelijk een statistiek die niet alleen van belang is voor, weet je, het hippe gedeelte ervan. Want goals zijn natuurlijk altijd lekker om te zien, maar ook echt voor hoe je staat in de competitie. Dus ik vind dat ze een steady overwinning hebben gedaan. Ik denk wel dat de line-up waarmee ze nu hebben gespeeld niet de allerbeste samenstelling is, maar ze hebben wel goed gespeeld. Nou, en dan pak je 3 punten als je gewoon goed speelt. En je wint, pak je 3 punten. NAC Breda pakt niet 1 punt. Ja, die dat konden ze toch wel gebruiken. Ja, dat is heel erg zonde. Vooral die 1 punt kan natuurlijk heel erg waardevol zijn. Ik denk dat er gewoon iets een groot klassenverschil zit tussen NEC en NAC Breda op dit moment. Dus alle spelers van NEC zijn goed. Dus we hebben King Kong, ze hebben Koala, ook Basic Bull van vandaag. Het zijn namelijk allemaal hele steady, sterke spelers die ook goed in de lucht kunnen contesten, weten hoe ze naar elkaar moeten pasen. We zagen het in de eerste wedstrijd al dat ze keer op keer tegen de backboard schoten om eigenlijk een paas te realiseren voor de teamgenoot achter zich. En dat tempo lag te hoog voor NAC Breda om te kunnen verdedigen. Dus ik denk dat voor NAC Breda een hele zware opgave zou zijn om hier nog 1 punt weg te kunnen snoepen. Of had kunnen snoepen. Ik denk dat het alleen zou kunnen gebeuren als NEC misschien elkaar niet lekker genoeg vindt en de counters ontstaan. Iets wat ik niet heb zien gebeuren eigenlijk in deze best of 3. Nee, want het werden 2 games. En gewoon wat jij voorspeld had. Een 2-0. Ja, ik schep er nu niet meer over op. Nee, hè? Maar ik denk, ik geef je... Weet je, we kunnen je daar ook mee plagen. Maar als je het goed hebt, heb je het goed. Oké. Okay. Ik waardeer het. Vind ik een hele volwassen uitspraak ja, van je, Bjorn. Ja, nee, af en toe ben ik dat ook. De Graafschap Topos, laten we daarmee beginnen. Want tevens, voor de mensen die heel lang zitten te wachten en denken, nou, dat interview met onze held van Eindhoven, die komt eraan. Dus we gaan nog heel even naar de Graafschap Topos. Bjorn, de teasers van jou zijn vandaag on point. Graafschap Top Os. Ik denk dat deze makkelijk te voorspellen is, omdat het werkt als volgt. Graafschap staat bijna onderin de competitie of helemaal onderin. Even uit mijn hoofd. Top Os is een team wat heel sterk speelt. In hun team zit ook Dani, die overigens de topkeeper is van deze competitie met 29 saves. En hij heeft de meeste goals ook van zijn team. Niet de topscorer in het geheel, maar van zijn team. En dat zijn 14 goals. Dat betekent eigenlijk dat die ene speler, dat Dani in zijn eentje, bijna net zoveel gepresteerd heeft als de Graafschap als geheel als team. Dat betekent dat 1 speler bijna net zoveel heeft gedaan als het hele team. En die statistiek zegt denk ik iets over hoe gelijk deze wedstrijd verdeeld wordt, over hoeveel kansen er zijn. Ik denk dat Topos hier echt een doelpuntenregen van gaat maken. Ik hoop ook dat een doelpuntenregen? Een doelpuntenregen. Ja, zeker. Sla de paraplu maar open. Want ik hoop dat Topos wel iets meer in de aanval risico's gaat nemen. Want dat is iets wat je kan doen als je sterk bent als team. Kan ook resulteren tot een hoger doelsaldo wat je eruit meesleept. Kan kloppen dat de verdediging af en toe dan wat te verduren krijgt. Maar je wil eigenlijk veel mogelijk goals meenemen om in die top 6 mee te kunnen spelen tegen dat hogere doelsaldo. Ja, alleen moet ik wel daar gelijk meteen zeggen, als jij er 10 scoort en je krijgt een 9 tegen, omdat je je verdediging niet in orde, heeft het vrij weinig zin gehad. Ben ik het mee eens. Maar ik denk ook dat je wel het lef moet nemen als je tegen een team staat wat minder goed tegen je kan strijden, die gewoon in deze hele competitie best wat moeite heeft, dat je dat ook kan inzetten om inderdaad die voorsprong misschien groter te maken. Je hoeft ook niet je hele spel om te gooien. Dus ik verwacht maar jij wel zegt gewoon iets meer risico. Nou, iets meer risico nemen. Ja, dus ik dan denk ze, dat je als team... Want vind jij dat ze normaal in de andere speelrondes te weinig risico hebben genomen dan? Nee, zeker niet. Maar ik vind dat Topos juist heel stabiel speelt. Iets wat sommige teams minder hebben, vind ik juist Topos een van de teams die over de weken heel stabiel speelt met elkaar. Maar ik denk ook dat je tegen de teams die bijvoorbeeld iets minder inbreng hebben, vind ik limit testen. Dus af en toe echt even het onderste uit je mechanics halen om een mooi doelpunt te maken. Wat jij zegt klopt natuurlijk absoluut. Hè? Ik bedoel, het kan. Ja. Dat zijn wel de wedstrijden waar je doelsaldo moet opkrikken. Want je weet niet hoe belangrijk aan het einde van de rit het doelsaldo is. Kijk naar het voetbal. Hè? De keukenkampioendivisie heeft ook dat soort wedstrijden dat je denkt, ja, ga je nu rustig aan doen? Je staat met 4-0 voor. Ja. Of ga je nog even gas geven? Dan wordt het toch nog 6 of 7-0. Ja, dus vandaar zijn deze wedstrijden ook heel belangrijk. En ik zal Ajax niet een voorbeeld geven, maar ja. 13-0 is lekker voor je doelsaldo. Ja, trouwens, we dachten dat bij Rocket League altijd veel doelpunten valden, maar de 13-0 is ook wel echt een historisch momentje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik laat inzepte, wat later, en toen dacht ik... Technische storing, fout ingevoerd of zo. Nou nee, ik was gewoon, ik moest werken, dat heb je dan wel eens. Ja. En, dus ik zette hem aan en toen dacht ik,
heb ik nou een Rocket League wedstrijd aangezet? Yeah. Weet je, dat nee, heel flauw. Maar het was wel een aparte uitslag. Ja, en om het weer terug te trekken ook naar Rocket League is... Stel, je neemt wat meer risico's om meer goals te maken en het werkt niet. Je hebt 5 minuten per game die je speelt. Je hebt 10 minuten als je een 2-0 ervan maakt. Dus je kan ook in de game zelf aanpassen van... dit werkt misschien net niet lekker genoeg. We moeten weer terugvallen in een wat stabielere speelstijl. Dan doe je dat niet. Maar probeer wel op zijn minst te limittesten. Want ik zou het bijvoorbeeld zonde vinden als een team als Top Os... nu maar met bijvoorbeeld 2 of 3-0 zou winnen... Nou, ze doen zichzelf tekort in dat verhaal, denk ik. Want stel, je bent aan het einde zesde, gedeeltelijk zesde, met de nummer 7. En je komt 3 punten of 4 doelpunten tekort. En de nummer 7 gaat door in plaats van jij. Dan sta je trouwens zesde, want anders sta je niet zevende. Snap je het nog? Ja. Maar goed, dat zou natuurlijk zonde zijn als het dan, als in speelronde 8, je 3 doelpunten tekort komt en je hebt vandaag... Exact. Te weinig gas gegeven. En je weet ook dat tegen betere teams je niet zo snel zal winnen met een groter doelverschil of een groot doelsaldo. Dus dat is iets wat je mee kan nemen. Maar ik heb natuurlijk heel veel gezegd over Top Os. Even kijken naar Graafschap. Het is niet dat ik die helemaal volledig afstreep in deze wedstrijd. Sowieso niet. Natuurlijk over de weken heen hebben ze gewoon niet heel veel kansen gehad nu tegen de teams waar ze tegen hebben gespeeld. Wat ik hoop en wat ik ook het allermooiste vind in Rocket League is als de underdog ineens het momentum te pakken krijgt om toch wat dingen te realiseren. Als Graafschap het voor elkaar kan krijgen om op zijn minst 1 of 2 lekkere goals erin te gooien, dan kan het ze misschien het zelfvertrouwen geven, waardoor de wedstrijd toch nog interessant wordt om naar te kijken. Dus dat is mijn wens voor de Graafschap en Toppos. Nou, dat is top. Ik ben benieuwd wat Dico hier op te zeggen heeft op deze wensen. Dico, goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je in de uitzending bent. Ja, leuk. Jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, waar zit je? Ik zit in Genk, in België. Kijk, lekker. En even in je studeerkamer? Ja, gewoon in mijn kamer. Niet per se studeerkamer. heel goed. Dit is wel toevallig aan mijn bureau. Dus, Kijk, maar jij zegt Genk. Laat ik even teruggaan. Voor de mensen die nu zitten te kijken en denken... Goh, wie is Dico? Ja. Dico, middenvelder van FC Eindhoven. We hadden het al een beetje verklapt dat er middenvelder van FC Eindhoven vandaag in het programma zou zijn. Jij doet het voor het eerst, hè? Voor het eerste jaar bij Eindhoven? Ja, dit is mijn eerste jaar, ja. Daarvoor heb ik 2 jaar bij Roda gezeten. En daarvoor vooral in België gevoetbald. Ja, want jij zegt, ik ben in Genk. Daar woon je nog steeds daar in België? Ja, ik woon nog steeds daar, ja. Kijk, vind je dat makkelijk, dat heen en weer rijden? Of? Ja, het is 3 kwartier rijden. Of navigatie geeft 50 minuten aan. Ja, dan moet je gewoon wat extra gas geven, dan gaat het wel sneller. Ja. Is zeker wat te doen, ja. Ik ben gewend om te rijden, dus dat komt toch goed. Kijk, laten we het eens hebben dan over die wedstrijd van net. Want jij hebt uiteraard gekeken, denk ik. Ja, ik heb even gekeken. Ja, ik heb wel genoten. En ze hebben natuurlijk gewonnen ook. Ik kan het zeggen, ze hebben gewonnen. En ze hebben gewonnen van jouw oude clubpie. Ja, klopt, toevallig. Dus dat is zeker toevallig, ja. Toevallig, ja. Nee, en... laat ik dan de vraag er gewoon ingooien. Want Bo hier naast mij, die zit, als de man van de statistieken. En die zei, we moeten sowieso vragen of hij Rocket League gespeeld heeft wel eens. Speel je wel eens Rocket League? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, kende je het wel? Heb je het wel voorbij zien komen? Ja, ik heb er wel van gehoord, ja. Een paar vrienden van me spelen het ook. Of hebben het gespeeld, maar ik zeg het niet. Kijk, ik ben niet zo van het game. Nee, je bent niet zo van het game, maar als je dan denkt... Nee, ik ben meer van FIFA eigenlijk, maar voor de rest... Alle spelletjes, daar ben ik niet zo goed in. Kijk. Ik denk dat de meeste voetballers wel FIFA spelen, toch? Denk ik. Ja, klopt. En met welk team speel je dan het liefst? Barça. Ja? Is dat jouw... Of Liverpool. Maar meestal gewoon Barça, omdat het mijn favoriete club is. Ja, is dat jouw favoriete club in het buitenland? Ja. Bouw je niet een beetje dan, hoe het dan de afgelopen periode gaat? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, elke club heeft zo zijn mindere periodes, dus ze zullen er pas wel nog bovenop komen. Nee, ja, dat is waar. Ja, laat ik dan gelijk kritisch zijn, een mindere periode. Jullie hebben ook een niet helemaal een topperiode op dit moment natuurlijk. Ja, klopt. Ik merk wel dat het nu de betere kant op gaat. Gisteren was natuurlijk even tegen Emmen, was zonde. Ja, klopt. Dat was eigenlijk een hele goede wedstrijd vanuit onze kant. En jammer dat we ons niet belonen met de kansen die we benutten, of die we krijgen, die we moeten benutten. Dus er viel zeker wat te halen. Ja, waar ligt dat dan aan? Geen idee. De kansen die we niet benutten, waar dat aan ligt, geen idee. Misschien toch nog iets scherper zijn voor de goal. Ja, want hoeveel, dus, uh, hoeveel, ja.
Hoeveel doelpunten heb jij gemaakt dit seizoen? Eén. Nou, dat is op zich dat is netjes als middenvelder, toch? Ja, ik heb vooral op de flank gespeeld, als rechtsbuiten. Dus op die positie heb ik nog niet gescoord. Ik heb 2 keer op het middenveld gespeeld en heb ik wel gescoord. Kijk, en als je dan die wedstrijd, de beker, je ligt eruit, hoef je daar niet meer druk om te maken, zo is het ook. Super zuur natuurlijk. Ja, zo kan je het ook zien. Ja, nou ja, het is meer, je kunt je dan weer, dat idee heb ik dan wel eens. Ja, ik snap het. Je kunt je weer focussen op de competitie. Klopt. Je staat natuurlijk nu gedeeltelijk 10e. Nou ja, daar valt natuurlijk wel wat te halen. Ja, zeker. In deze competitie kan sowieso alles. Alles is dicht op elkaar, ook qua punten. Dus we gaan gewoon voor die play-off. Ja, want of nou bij de eerste of periode titel. Maakt niet uit voor ons. Nou ja, dat wou ik vragen. Ja. Wat hebben jullie voor jezelf een doelstelling waar jullie aan het einde willen komen? Ja, gewoon de play-offs. Dat is onze doelstelling. Zoals ik al zei, maakt niet uit of het bij de eerste 8 is of dat we periode titel pakken. Merken jullie veel van de corona, corona-verhaal? Je ontkomt er bijna niet aan om het te vragen. Maar hoe gaan jullie daarmee om in de groep? Sowieso in de kleedkamer houden we ook wel voldoende. En we zijn ook onderverdeeld in 3 kleedkamers. Dus en voor de rest op het veld kan je er niet echt wat aan doen eigenlijk. Kom je toch in de deur als aan. Ja, dus, ik denk dat het voor jullie... Natuurlijk, anders. Wat zei je, sorry Dico? Ja, zonder publiek is het natuurlijk ook anders, dus dat merk je meteen. En wat vind je daar het lastigst aan dan, zonder publiek voetballen? Ik persoonlijk niet echt eigenlijk. Ik ben het wel gewend. Ik heb... Je viel heel even weg, Dico. Dat komt denk ik toch dat je in België bent, hoor. Dat is toch een grote verbinding, hè? wat zei je? Nee, ik persoonlijk merk er niet echt veel van. Maar mijn teamgenoten wel. Want die hebben natuurlijk wel... Maar ik heb dat nog niet. Nou ja, precies. Dus voor jou is het nog te doen zonder het publiek. Ja. En aan de andere kant natuurlijk ook fijn dat jullie nu gewoon weer kunnen voetballen. Wat natuurlijk eerst ook niet kon. Ja, precies. Dat is het belangrijkste, denk ik. Dat we gewoon lekker kunnen voetballen. Hoe ben je fit gebleven in de periode? Gewoon veel voor mezelf trainen, joggen. Mijn oom heeft een kleine gym. Dus daar was ik bijna elke dag te vinden. Kijk. Maar met mijn voetbal natuurlijk. Ja. En vooral in groepsvoetbal ook heel anders. Nou, dat is absoluut. Ja, ik als je wedstrijd fit is anders dan gym fit. Ja, zeker. Klopt. Maar wel dus, leuk. Dat merkten we wel in het begin, denk ik. Maar nu... dat pakten we wel heel snel op. Leuk. Nou ja, goed, hè? Gedeelte 10 en nog niks aan de hand voor jullie natuurlijk. Als we dat dan even kijken naar de mannen hier bij deze competitie. Die staan een beetje op hetzelfde plek eigenlijk. Die staan ook 10e. Ik zag het, ja. Ja, dus, die mooi dat ze hebben, dus dat is wel een pluspunt. Ja, absoluut. En vandaag hebben ze de 3 punten gepakt. Zijn ook goed bezig. Vorige week deden ze ook geen slechte zaken, in ieder geval qua spelen. Waar hoop je dat ze terecht gaan komen? Nog? Bovenaan. Ik weet niet of het gewoon zoveel mogelijk wedstrijden. Ja. Wil je nog wat tegen ze zeggen? Wil je ze nog even, want waarschijnlijk zitten ze gewoon te kijken natuurlijk. Ja, natuurlijk. Heel veel succes en geef het goede voorbeeld, dan zullen wij volgen hopelijk. Kijk, nou dat vind ik een goeie. Ja, ik zou zeggen, super bedankt dat je hier was. Kom zeker als het weer kan een keertje aan tafel zitten. Ja, zeker. Dat lijkt me wel leuk, ja. Lijkt me ook leuk. En dan gaan we jou gewoon een keertje wijsmaken met het spel Rocket League, joh. Ja, oké, top. Hey, dankjewel en succes daar in Genk. Yes, bedankt. Komt goed. Fijne avond. Succes. Hoi, hoi. Yes, bedankt. Fijne avond. Doei. Dat is toch wel leuk. Ik vond dat een hele mooie zin. Geef het goede voorbeeld en dan zullen wij volgen. Ik vind het wel, dat vind ik een hele, hele leuke zin. Je moet ook als speler van Rocket League in de e-sport zien. Ook wel een leuke zin zijn om te horen. Net als vorige week natuurlijk van Almere City. Was er ook volgens mij bijna gelijk. Bijvoorbeeld ook van als jullie het goede voorbeeld geven, dan zullen we ook ons best doen. Nou, wat ik leuk vind is aan die gasten. Ze
ze verdiepen zich er wel in. Weet je wel? Ze vinden het toch leuk, een beetje die clubliefde. Die van, nou, ons team moet toch wel even hun best gaan doen. Want ja, het kan niet zo zijn dat wij onderaan gaan eindigen. Weet je, kom op, jongens. Dat vind ik wel leuk. Om te zien ook bij deze gasten. Ook al spelen ze het zelf niet, want Dico speelt dan geen Rocket League, maar goed, hij... Ja, FIFA, wat ik ook heel goed snap. Als iets echt één op één overlap heeft met het voetbalveld, is natuurlijk FIFA wel de game om te spelen. En Rocket League is wat meer... volgens mij is het op Nickelodeon, dat Super Soccer? Super Ultra Galactic Voetbal of zo? Misschien zeg ik iets heel vaags nu, maar dat was een beetje de chaotische vorm van voetbal. Daar heeft het ook wel iets weg van. Galactic voetbal. Volgens mij zoiets was het, toch? Ja. Ik hoor het in mijn oortje, ik wist het niet. Maar... Ja, bedankt regie. Inderdaad, ja, die bedoel ik erbij, wat meer chaos was. Moet eerlijk zijn. En dit heb ik ook niet zoveel gekeken, maar wat meer de chaotische vorm van voetbal. Dat is natuurlijk ook Rocket League, met in de lucht capriolen kunnen uithalen. Wat ik ook leuk vind om te zien, is dat er echt wel overlap zit ook tussen alle competitiviteit. Of het nou via een videospel is, of echt op het grasveld dat we net zagen. Absoluut. Dus had het ook over de kansen die ze niet afmaken, die ze niet benutten, dat daar verbetering in zit. Ja. Even zo heb je die precies, hebben dat bijvoorbeeld bij MVV Maastricht vandaag gezien, dat kansen ook niet goed worden afgemaakt. Dat heeft veel overlap met elkaar. En ik denk ook dat dezelfde mindset nodig is. Natuurlijk een andere skillset om het te verbeteren, maar dezelfde mindset is nodig om jezelf ook verder te pushen in games als bijvoorbeeld een Rocket League. Ja, nou, dat denk ik ook wel. En wat hij ook zegt, de discipline, wat in mijn ogen wel eens ondergewaardeerd wordt, is e-sport sowieso in zijn geheel. Maar het feit dat je echt wel discipline nodig hebt om topsporter te zijn, hè, zoals die mannen. Want wat doe je als je niet kunt trainen? Ja, dan ga je zelf zorgen dat je kunt trainen. Dat doen ze bijna allemaal. En dat doen die jongens die e-sport spelen ook. Ja. Weet je, die hebben toch die bepaalde topsportdiscipline. In ieder geval, laat ik zo zeggen, de top heeft die discipline om zelf gewoon elke keer weer... Ja, en jezelf verder pushen. Ja. Dat is dus dat had ik het ook eerder over als je inschrijft deze competitie. Je moet jezelf echt pushen om los van dat je als één speler heel goed bent, ook nog eens het teamaspect onder de knie te krijgen. Vaak laten ook echt de topspelers van zo'n spel laten ook zien dat ze constant zichzelf kunnen verbeteren en kunnen herontdekken in het veld. Dus of het nou Rocket League is of welk spel dan ook. Op een gegeven moment dan zijn de marges die je nog moet verbeteren zijn miniem. Het zijn meerdere aspecten die een topsporter maakt. We gaan bijna naar de volgende match. De Graafschap tegen Top Os. Nou, we hebben net al uitgebreid voorbereid. Wil jij er nog iets over zeggen over deze match? Nee, ik denk ook voor de kijkers thuis. Ik heb al voldoende aan het woord geweest. Tijd om weer te voetballen. Ik denk een harde 2-0 voor Top Os. En ik hoop offensieve speelstijl en veel doelpunten. Nou, heerlijk gesproken, zeg ik van Bo. Mannen, jullie zijn even. Jullie hebben even kunnen bijkomen. Zijn jullie al in slaap gevallen of zijn jullie er helemaal weer klaar voor? Nee, we hebben ook netjes het interview meegeluisterd. Ook jullie gepraat natuurlijk. En ik ben benieuwd welke van de teams de adem in zich heeft. Dat was van Galactic Voetbal, dat ze die gave capriolen hadden. Kijk, daar zit de kenner. Daar zit de kenner, hoor. Heel goed. Serie, hoor. Nou, ik hoop jongens vooral dat jullie de adem hebben. Want dat zullen jullie nodig hebben. Succes, zeker. Hè? Dankjewel. Galactic Voetbal, ik vond het echt wel leuk om te kijken. Ik was helemaal vergeten dat het bestond, maar bedankt Bo voor dat... Volgens mij staan ze allemaal op YouTube. Oh. Dus als je terug wil kijken, dan kan dat. Nou ja, straks in de trein terug naar huis. Weet maar nooit of je het even hebt. Dat komt vast helemaal goed. Ja, wat denk ik misschien niet helemaal goed komt, is de Graafschap die het hier moet opnemen tegen Top Os. Misschien gaan ze wel wat creëren, maar als ik hier kijk, je hoorde het Bo al zeggen... Dani is de beste keeper van deze competitie. Ben ik het niet mee eens? Nou, hij heeft de meeste saves in ieder geval. Oké, dat misschien. En de Graafschap is de derde laatste met de hoeveelheid shots. Als dat iets kan zeggen, dan is dat wel dat het scoren misschien lastig wordt voor de Graafschap. Ik heb ook een hele goede reden waarom Dani niet de beste keeper is van de competitie. Ik zal het namelijk vertellen. Ik was namelijk zelf vanmiddag Rocket League aan het spelen. Toen kreeg ik Dani op mijn team en toen hebben we verloren. En als hij nou echt de beste keeper was geweest, dan had hij ervoor gezorgd dat we hadden gewonnen. Volgens mij noemen we zoiets recency bias. En dat is allemaal waarschijnlijk in een wat losser klimaat. Maar hey, als jij daar je informatie vandaan haalt, dan ga ik dat zeker nemen. Nou ja, en hier in ieder geval Top Os al met de eerste goal. Zij kunnen in ieder geval wel lekker scoren. Het is niet Dani, maar het is Matthew. Defsy hier goed via de backboard. Wel met een beetje geluk langs de verdediger, hoor. Maar staat Matthew toch op de juiste plek. En die prikt hem erin. Staat al 1-0 na een halve minuut. En Defsy deze week er weer bij. Vorige week had hij een korte pauze. Ik geloof dat toen Nico was die zijn debuut maakte. Een beetje als een onbekende factor in de game. Toen speelde hij sterk, maar het was niet goed genoeg voor Top Os om ook de winst eruit te kunnen pakken. Helaas voor hun.
Ik ben wel blij dat Defsie er weer bij was, want het is toch tot nu toe voor mij wel echt een uitblinker geweest. En Dani wordt hier een beetje geholpen door de graafschap. Hoe krijgt hij die bal erin? Want als ik het zo zie, dan wordt hij eigenlijk helemaal niet contest. Ja, Aapje die rijdt tegen hem aan, maar hier Frosty Plays, die, of de, zijn medespeler, die rijdt helemaal compleet de verkeerde kant op. En ja, zo gaan ze er wel erg makkelijk in. Ik hoop dat de graafschap het even wat strakker achterin kan gaan opstellen. Want dat hebben ze wel nodig. Want voordat de eerste minuut voorbij is, al twee doelpunten om je oren. Dat is toch niet wat je graag wil zien. En we zien ook meteen dat Top Os weer direct de aanval kiest. Matthew die probeert daar de bal te pakken. Maar Devsy vliegt daar overheen en raakt de bal in de lucht. Dani pakt hem over. Oeh, die gaat maar net er vlak voor langs. En er was niemand om op te volgen. Maar Top Os is meteen al gevaarlijk. En dat is denk ik ook wat we van tevoren wel hadden kunnen voorspellen. Jammer dat hij er niet in ging. Ja, dat was een goede kans voor de graafschap. Maar dan is een schot van Aapje net niet goed genoeg. Net niet gevaarlijk genoeg om ook toch een kleine fout aan de kant van Top Os te kunnen bestraffen. En ik denk dat dat het grootste verschil is tussen dit soort teams. De kleine mogelijkheden die ze krijgen zal door een team zoals Top Os toch sneller afgemaakt worden dan aan de kant van de graafschap. De graafschap hier wederom met een grote kans. Maar dan zit er gewoon nog net een verdediger aan de kant van Top Os tussen. En dan weten ze dat goal net niet te vinden. Nu moeten ze zelf verdedigend aan de bak. Dat wordt wel rustig en georganiseerd gedaan. Dus dat is goed. Nou ja, ik neem mijn woorden terug. Want daarna is het toch een beetje chaos. Maar wederom de bal toch weggewerkt aan de kant van de graafschap. En dan kunnen ze rustig misschien zelf een aanval gaan opzetten. Maar de druk zit er hoog op van Top Os. Ja, soms is het toch wel interessant om te zien dat als een bal eigenlijk vertraagt tot zo'n slakkengangetje, dat het alsnog heel moeilijk is om die bal goed onder controle te krijgen. En dat zagen we daar maar een goed voorbeeld van. Defsy die probeert zelf te schieten, maar die gaat in ieder geval tegen de backboard. Maar daar is Matthew weer, die doet een schotpoging. Wordt er door Stijn uitgehaald en nu proberen ze die overgang te zoeken. Stijn nog steeds aan de bal, maar daar wordt hij uiteindelijk toch weggewerkt. En wie is er als eerste bij de bal? Frosty Plays die gaat daar mis. Aapje Moeder raakt hem ook niet goed. En dan gaat Top Os vrolijk door. Met die druk proberen te zetten. Aapje die rijdt hier tegen Dani aan. Die komt niet heel veel verder. En het is wachten tot de volgende doelpunt gaat vallen. Gaan ze het proberen met z'n tweeën. Niet heel veel succes. Ze rijden ook veel tegen elkaar aan, deze game. Allebei de kanten. Het is precies. Het is aan allebei de kanten niet heel georganiseerd. En ook enigszins zelfstandig aan de kant van Top Os. Is denk ik het mooiste woord om ervoor te gebruiken. Hier ook bijvoorbeeld Matthew heeft ook gewoon de mogelijkheid om die bal links naar Dani weg te spelen. En op die manier de tegenstander uit te spelen. Maar hij kiest ervoor om dat zelf te doen. Op zich werkt dat in dit geval. Maar ik denk dat Top Os, het werd ook al eerder aangehaald door Bo. Dit zijn de momenten waarin je gewoon de goals moet gaan scoren. En ook echt aan je doelstelling moet gaan werken. Om er maar voor te zorgen dat je niet in die laatste week opeens toch de playoffs net niet haalt. Omdat je een goaltje te weinig hebt. Dus wat dat betreft hoop ik dat Top Os ook iets meer als team echt gaat lopen spelen. Ja, het voelde bijna alsof Matthew dacht, hey, ik neem gewoon even het heft in eigen handen. Jullie rijden de hele tijd tegen elkaar aan, dus dan doe ik het zelf maar. En dat ook al is zo'n doelpuntje natuurlijk helemaal prima, is dat eigenlijk niet wat je wil zien. Top Os staat nu natuurlijk met een comfortabele 3-0 voor. Kijken of ze daar meer uit kunnen halen. Matthew, die bal wordt naar de zijkant gespeeld. En hij probeert hem op te pakken. Heeft wel boost om daar wat mee te doen. De demo wordt gezocht. Maar toch zit Frosty Plays daar goed tussen om die bal weg te halen. En nu probeert ze het andersom te doen. Stijn, het ziet ernaar uit dat hij niet genoeg boost heeft om die bal op te volgen. En dat is een mooie teamplay. Ja, dat was netjes. Dat was netjes. Kijken of het opvolging krijgt. De paas komt er. Oeh, dat was een langzaam balletje. Dus een verdediger zat er nog tussen. Dus helaas voor Top Os werpt het niet zijn vruchten af. Maar ze gaan gewoon nogmaals door. Maar wel drie verdedigers daar voor de graafschap. En die weten de bal toch met wat moeite weer weg te krijgen. Het loopt niet helemaal top bij Top Os. Sorry. Maar ja, weet je, als je voor staat, dat is toch al prima. Kijk hier, Defsy tegen de backboard. Maar Frosty Plays staat daar in ieder geval in de buurt. Dus er wordt niet echt de opvolging gezocht. En nog 30 seconden te spelen voor de rest in deze game. Ik heb het gevoel dat Top Os op dit moment heel vaak in elkaars positie pusht. Zullen hier nog wel een goaltje meepikken? Hij komt op naam van Defsy te staan. Ik denk dat hij er automatisch al wel in was gegaan voor Dani. Maar goed, over het algemeen Top Os pusht heel vaak in elkaars posities. Dan zie je dat iemand aan de bal is en dan
tempoverschil tussen de verschillende spelers momenteel bij Top Os lijkt te groot te zijn. Matthew wil alles heel langzaam spelen en eigenlijk toch wel in zijn eentje uitspelen. Terwijl de andere spelers aan de kant van Top Os echt aan het zoeken zijn naar die druk er hoog op te zetten. En dan zie je bij een team zoals NEC, dan zit dat net iets meer op één lijn. Dan spelen ze allemaal hetzelfde. En het is wel goed genoeg voor Top Os, want ze prikken ook al de vijfde goal hierin. Maar het kan nogal meer zijn, denk ik. Ja, het ligt er ook heel erg aan tegen wie je natuurlijk speelt. De Graafschap staat op dit moment volgens mij 14e op de ranglijst. Daar kan je het je misschien wel tegen... Ze hebben tegen... punten gepakt. Ja, ze hebben een puntje gepakt. Ja, ze hebben één puntje gepakt. Precies. Maar weet je, het is toch... Zou je willen voor Top Os zijn in ieder geval... dat ze het wat strakker en beter laten zien. Zelfs de Graafschap die hier nog op de valreep in de laatste seconde... nog een doelpunt pakt via Aapje. Maar ja, het zal voor de rest niet zo heel veel doen. Want het is uiteindelijk 5-1, maar... geweldig zag het er niet echt uit. Nee, het was een beetje onsamenhangend. Ik denk dat de beste beschrijving is tot nu toe voor die eerste game van Top Os. Gewoon sterker dan de Graafschap. Scoren 5 keer, krijg je er maar eentje tegen. Ja, dat had natuurlijk niet gehoeven in de laatste seconde. Maar goed, weet je krijgt er één tegen. Het is op zich geen ramp, het is een prima uitslag. Maar het lijkt gewoon alsof er iets meer in zou zitten als ze wat meer als team zouden spelen. Ook een immens aantal schoten uiteindelijk van Top Os 16 tegenover de 4 die de Graafschap maar weet op goal te krijgen. Maar echt gevaarlijk voelde het toch vaak ook niet. Nee, als je ook kijkt naar die schoten, precies wat jij zegt. Matthew zelf heeft er 8 en voor de rest is het verschil met zijn teamgenoten is best wel groot. Voor de rest, ja, er zijn wel assists gevallen aan de kant van Top Os. Dus ze hebben op zich wel wat samen gedaan. Maar voor de rest, als je kijkt naar de game zelf, was het inderdaad niet echt heel erg dat het echt voelde als een unit. Als de Graafschap hier nou meer een vuist tegen zou maken en juist zou zeggen met z'n drieën, we trekken deze game gewoon uit het slip. En wat er valt ruimte en Top Os rijdt zich gewoon op best wel wat momenten eigenlijk in de weg. Dus je, voor de Graafschap zou je hopen, oh en dat is meteen al 1-0, 3 seconden. Dat is, ja, je zo kan begin een heleboel die game hopen, echt niet maar... lekker. Hoop is in dit geval zeker niet voldoende. Dani vindt hier de eerste goal in een prachtige auto. Waar rijdt hij eigenlijk in? Ik noem het de crap car, want hij heeft 2 van die grijparmpjes. Ja, dus dat is de crap car. Proteus? Nee, ik weet het niet precies. In ieder geval, het is geen prachtig dingetje. Maar goed, wat ik hoop hier in ieder geval van Top Os te zien is precies dit. Hou de ruimte tussen elkaar. Stop met constant in elkaars ruimte te pushen en blijf gewoon die passes zoeken. Zodat de kansen zichzelf gaan voordoen. Dat is wat ik van Top Os wil zien. Oeh, en bijna krijgen ze hier toch op de counter eentje tegen. Defsy moet hier Capriola uithalen omdat hij geen boost heeft, maar doet dat voortreffelijk. Dan is Dani degene die de bal mee kan nemen. Die pusht dan direct weg om Matthew de ruimte te geven. En dat is wat Top Os hier moet doen. Die bal gaat er weliswaar niet in. Defsy prikt hem er alsnog in. En dit is wel wat meer al de Top Os die ik hoopte te zien in deze game. Ja, precies. Als je hier kijkt, dat hele kleine net wat lichtere stukje bal dat niet over de lijn is, betekent gewoon dat het geen doelpunt is. Maar uiteindelijk Defsy die schiet hem er toch mooi in. En wat ik al een beetje zie, is dat Top Os toch inderdaad wat meer van die passing gebruik probeert te maken. Hier ging Defsy wel er zelf voor, maar uiteindelijk was dat toch, werd de bal daar klaargelegd voor een teamspeler. Liet ze hem gewoon liggen en ging die daar toch bijna. Dus ze proberen het wel. En ik denk dat ze zelf ook weten van nou, die eerste game was misschien niet helemaal ideaal. Nu moeten we het beter doen. En ze proberen het zeker. Tot nu toe al resulterend in 2 goals na 2 minuten, of nee, na 1 minuut spelen pas. Dus dat gaat zeker de goede richting op. Stijn gaat hier de lucht in. Die gaat kijken of hij wat kan creëren. Maar dat schot is net niet goed. Oh. Maar dit van Aapje, die deed dat wel lekker. Er kwam ook nog een demootje aan te pas. Als ik het goed zie. Ja, kijken. Maar aan hun eigen kant. Dus dat is toch, dat was toch een 3-2. En Aapje die staat daar goed. En die maakt dat mooi af. Dus 2-1. De Graafschap vindt de aansluitingstreffer. Vooral ook slim gespeeld van Frosty daar. Die eigenlijk in een toch niet al te beste positie zit. Maar ervoor zorgt dat hij eigenlijk compleet onverwachts die bal aanraakt. Dan is niemand van Top Os er klaar voor. En weten ze toch hier een goaltje weer mee te pakken. De aansluitingstreffer ook. En ik kan me ook best voorstellen dat dat een impact heeft op Top Os. Die ook hier bijna nog een goal tegenkrijgen. Toch
toch iets minder stabiel eruit zien dan in de eerste game. Wel hier de counter krijgen. Vos die raakt die bal niet helemaal lekker. Dan is het Dani die de aanval kan gaan opzetten. Dan vliegt Vos die ook nog eens langs de bal heen. Laat deze wel voor Stijn, maar ook die bal wordt niet lekker weggewerkt. Uiteindelijk is de Apie Moeder die bal ver weg krijgt. Wel een prachtpaas hier naar Dani. Die schiet hem net iets te hoog. De druk blijft erop van Top Os. En dan krijgen ze toch die kans na kans. Doordat ze net iets meer hun tijd nemen. En dan zal deze er ook invallen. En dan is het toch weer een goaltje voor Top Os. Ja, dit voelt bijna een beetje als hetzelfde als wat NEC eerder liet zien. Gewoon die blijven schieten. Blijven zorgen dat de verdediging elke keer maar moet reageren en moet reageren. En uiteindelijk valt hij er toch weer mooi in. Met nog 3 minuten te spelen. 3-1 voor Top Os. En dat is weer best wel een comfortabele voorsprong. Ik had gehoopt dat de Graafschap misschien na dat ene doelpuntje nog wat meer zou kunnen doen. Maar Top Os die blijft het goed volhouden. Nou, toch bijna eentje. Toch op de lat. En niemand die dan daar uiteindelijk verder wat mee kan. Was ook wel een lastige hoek om daar uiteindelijk mee te doen. Aapje die krijgt er nog een schotkans. Maar Dani met zijn krapauto die stond net goed in de weg. En die probeert de bal nu weg te werken. Daar ging hij net in de weg voor Matthew. Dus dat werd niet helemaal goed weggeschoten verder. Defsy die wel gelukkig voor Top Os de bal onderschept van Aapje. Dus het wordt niet nog gevaarlijker dan dat het daar net was. Maar ja, de Graafschap creëert toch wel kansen. Zeker waar. En misschien zelfs genoeg kansen om zo meteen nog terug te komen in deze game. Het gaat wel lastig worden met die eerste paar goals die zo snel vielen aan de kant van Top Os. Waarmee ze de vroege voorsprong al pakten in deze game. En nu proberen ze die weer uit te breiden met Dani die toch liever de boost heeft. En dan zal deze bal er gewoon in één keer invallen. Dan is het Dani die ervoor kiest daarvoor de boost te gaan in plaats van voor de bal. Aapje Moeder die ziet het gebeuren. En zowel Defsy als Matthew daardoor uit positie. En toch weer die goal voor de Graafschap. Ja, ik kan me voorstellen dat wat Dani daar zag was gewoon Aapje, was gewoon niet in de picture. Dus er werd een kans genomen. Oh, jongen, daar is toch de Graafschap. Die pakt er gewoon nog eentje vanuit een aftrap. En nu met 2 minuten te spelen staat het 3-3. Top Os, je maakt het jezelf wel heel moeilijk. Kijk, dit is natuurlijk wel lastig tegen te verdedigen. Maar ja, eigenlijk wordt dat tegengehouden als Dani 1 keer op zijn springknop drukt. Maar uiteindelijk doet hij dat niet. En de Graafschap die scoort er gewoon nog 1. Dit wordt nog een hele spannende match, joh. Defsy met zo'n goede kick-off dat hij eigenlijk gewoon slecht wordt. Hij was zoveel sneller dan zijn tegenstander, maar wordt vervolgens gewoon geblokt door zijn tegenstander. Beide teamgenoten niet in goal gebleven en daardoor een slechte positie hier ook voor Dani. Hij gaat omhoog moeten gaan. Doet dat vrij laat, maar komt ermee weg als Aapje Moeder net niet het schot weet te vinden. Vos die houdt die bal in de helft van Top Os en dan is het de druk nu van de Graafschap een schot ook zelfs. Maar vroeg geblokt door Dani. Nu Top Os die zelf gaat zoeken naar die goal om weer een klein beetje voorsprong te kunnen creëren voor zichzelf. Aapje Moeder neemt die bal langzaam mee naar voren. Maar de bal raakt eigenlijk een beetje in de kluts in het middenveld. En beide teams die er niet per se heel goed uitkomen. Beide teams ook een beetje bang nu volgens mij om de aanval echt op te zoeken. Ze weten nu waar de ander toe in staat is. En toch een beetje bang. Nou ja, in ieder geval aan de kant van Top Os is dat zeker waar. Maar de Graafschap die ruikt bloed in het water. Die denkt meteen van nou, we voeren de druk gewoon op. En je ziet echt dat Top Os inderdaad dat stapje terug doet. En er niet zo heel erg uit probeert of durft te komen. Matthew probeert hier wel via de backboard. Daar zit Stijn goed tussen. Dus kijken of de Graafschap dit kan ombuigen. In ieder geval is deze wedstrijd toch een stuk closer. En het zou zomaar kunnen zijn dat de Graafschap hier toch een puntje meepakt. Vergeleken met de vorige game die ze tegen elkaar speelden, had ik dit niet helemaal verwacht. En nu staan er nog maar 30 seconden op de klok. Dus 1 doelpunt is waarschijnlijk genoeg om de wedstrijd op het slot te gooien. Frosty Place probeert het daar nog een keer. Matthew is in de lucht, maar ja, Frosty Place zit daar weer op de muur om hem tegen te houden. Maar daar gaat hij wel richting het goal. Kan het verdedigen daarbij. Defsy die wipt hem er net overheen. En niemand is daar voor de rest in de buurt om hem af te maken. Daar was Top Onze Hand daar toch wel de mogelijkheid om er wat mee te doen. En nu ook weer Matthew! Hij gaat hier in. Nee! Stijn die steekt hem. Nee, nog één! Met nog 1 seconde op de klok schiet hij me er toch in. Hoe is het mogelijk? Oh, Matthew bijna met een onmogelijke engel. Dan wordt hij op de doellijn gesaved door Stijn. Maar dan is het Dani die bal nog net over Frosty Place heen krijgt. Met 1 seconde te gaan komt de Graafschap toch tekort. En zullen ze zich niet nog een overtime krijgen om dat puntje eruit te sprokkelen. Nou, je moet zo'n geluk hebben dat dan met nog 1 seconde op de klok dat die aftrap goed gaat. Maar Top Os kruimt hier door het oog van de naald. Dat was echt
die tweede game die was zo intens en zo spannend. En het, dat ze zo op die laatste seconde die goal nog meepakken. Het is echt bijna niet te geloven. Het is lekker voor Top Os dat je in ieder geval die 2-0 pakt. Want je kan hier ook gewoon een puntje weggeven aan de Graafschap. Dat gaat ook ten koste van je doelsaldo. Dat gebeurt niet. Ze weten wel gewoon de winst te pakken. Dus wat dat betreft prima. Maar goed, als je zo voorkomt in deze tweede game, dan mag je het eigenlijk niet uit handen geven. Ja, maar het werd gewoon... Ze komen voor en ze gaan gewoon lekker door met spelen. Maar ze laten toch wat meer ruimte vallen. En dan eigenlijk zijn die doelpunten van de Graafschap zijn dan toch wat meer geluk dan wijsheid, zou ik zeggen. Ja. Niet echt... Het is gebaseerd op de fouten die Top Os maakt. Precies, precies. Het is niet, niet per se geweldige plays. Maar ja, doelpunten zijn doelpunten. En daar komen ze ineens toch weer langzij. En ze weten het toch maar wel te doen. Om het zo dicht bij elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk, ja, Top Os die pakt hem toch. Zoals we hadden verwacht. Maar keihard was het niet echt. In ieder geval in die laatste. Ja, de Graafschap heeft het best wel prima gedaan. Helaas geen punten voor hun. Ja, Björn en Bodie hebben het ook voor de game natuurlijk gezegd. De gas moet erop blijven van Top Os. Ze moeten goals pakken om er maar voor te zorgen dat ze zichzelf in een goede positie brengen. En dat hebben ze niet gedaan, hè, jongens. Nee, ik nam nog maar even een slokje, want dat hebben ze inderdaad niet gedaan. Je had weliswaar 2-0 goed, maar... Het was niet keihard, zeg maar. In de laatste seconde is mijn analyse op de game gered. Eén ding waar ik het wel over heb gehad... Ja, dat ook, ja. Is dat, ik had het over momentum. Dat als je het op een gegeven moment voor elkaar krijgt om als underdog doelpunten te scoren... dat je misschien ineens het tempo kan krijgen en het zelfvertrouwen kan krijgen om meer te creëren. Ik had niet verwacht dat ze überhaupt tegen Top Os nog zoveel goals konden maken. Ik moet wel zeggen, Aapje Moeder, die stepte af en toe echt flink up. Die had op een gegeven moment echt het af en toe te pakken met mooie ballen. Mooie bloks ook. Zo zonde dat op die laatste moment net die overtime eigenlijk door de neus wordt geboord. Echt dat laatste moment, ja. Dat was echt gewoon... Een geweldige save trouwens maken ze ook nog. Ja, daarom. Want hij werd er eerst mooi uitgevist. Maar hij werd niet opzij gekleerd, hij werd naar voren gekleerd. En dan ligt hij alsnog nog gevaarlijk voor het goal. Ja. En... Ja, dan eigenlijk voel je het al bijna aankomen. Ook als kijken van, oh jee, oh het nee, daar komt er iemand in. Niet en dat zo toch. Zijn. Ja. Ja, nee, ja, dat was... Dat... Ja, het was eigenlijk bizar. Dat het zo eindigt. Ja. Want we hadden verwacht en gehoopt. En nou, eigenlijk toch wel verwacht dat het gewoon een doelpuntenfestijn zou worden van Top Os. Ja. Dat leek ook in de eerste match wel zo te zijn. Maar in de tweede match gooien ze eigenlijk dat doelsaldo echt compleet weer weg. Ja, exact. Dus in de eerste match zag je echt... Eigenlijk waar we het in het begin ook over hadden van oké, dit worden vooral Dani die al heeft bewezen dat hij een van de topscorers is van het team. Er komen veel plays aan en veel goals. En eigenlijk voornamelijk op de helft van de Graafschap. Alsof alleen op die helft de camera geplakt zit. En dat was in de eerste wedstrijd ook precies wat er gebeurde. En dan in de tweede game merk je dat er toch een soort van momentumverlies is. Of dat misschien bij Top Os het net even niet lekker aansluit. En dat bij Graafschap het tempo net wat hoger begint te liggen. En ze ineens toch wat kansen krijgen die ze wel benutten. Ook een aantal die niet goed erin gingen, wat wel een goal had kunnen zijn. Ja. Maar we zagen Aapje Moeder die ook mooi langs de verdediging werkte. Dus niet per se, het was een verdedigende fout of niet heel strak verdedigd. Maar Aapje Moeder zag ook dan weer het gat om hem goed in het goal te schieten. Dus sowieso props voor de Graafschap om zo'n wedstrijd... Ja, neer te zetten tegen Top Os. Een van de sterkere in deze competitie. Met die goals die ze dan ook gewoon maken. Ja, zeker in de tweede match. Maar ik dacht even, ze gaan stunten. Net als ze afgelopen week gedaan hebben op de velden. In de KVB-beker. Toto-KVB-beker moet ik zeggen. Ik dacht, ze gaan even een stunt uithalen. Er liep zeker een paar druppels analisten zweet over mijn rug, Bjorn. Ja, dat geloof ik. Sterker, ik deze stoel er zo van afnemen. Want echt, het scheelde niet veel of het was toch misschien het potentieel. En dan heb je een overtime. Hè? En we hebben al eerder gezien deze dag dat de overtime ook binnen 3 seconden voorbij kan zijn. Dat is waar, dat is zeker waar. Ja. Maar goed, de stunt lag even in de bosjes. Ja, dus tof om te zien dat Graafschap maar eigenlijk voor een groot gedeelte ongelijk heeft bewezen. En zeker wel dat momentum heeft kunnen pakken en een goede wedstrijd neer heeft kunnen zetten. Helaas niet 1 punt voor ons, omdat hij toch net voor het einde net weg werd gegooid. Of net de Top Os het goed afsloot. Kan ook natuurlijk een moment zijn bij Top Os dat ze denken... Hey, hij slipt langzaam weg, we moeten hem even goed stevig vastpakken. Nou ja, dat heb en nou ik, weer erin. Dat heb ik inderdaad, wat jij zegt, wel bij meerdere teams. Dat ik het idee heb van oké, we laten het een beetje vieren. We laten het een beetje los. En dan... gas erop. Ja. Weet je wat? Oké, jongens, dit is iets te rustig. We moeten nu even aan de bak nog. Ja, en dat is ook vaak een beetje de druk van de timer die afloopt. Dat je merkt, hey, we hebben nog maar 2 minuten. Wacht eens even.
we staan er helemaal niet zo heel lekker voor. Kom op, even focus. Waarschijnlijk zegt ook iemand in het team in de chat. Ja, ja. Met de headset zegt van, hey, jongens, nou is het even klaar. Even niet meer trollen, we gaan gewoon nu kaart spelen. En meestal kun je dan wel omdraaien als je echt de betere spelers bent. Maar dit was wel heel ille-kiele voor Top Osser om op deze manier hem te moeten winnen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als het zo'n topteam is in deze competitie en je staat tegen de Graafschap, die, ondanks dat ze goed spelen hierop, dat hebben ze goed gedaan. Kijk, maar van Top Os mogen we meer verwachten, vind ik. Nou, dat denk ik ook. Ik heb hem zo even niet bij de hand, de statistieken van wat bijvoorbeeld een Excelsior dan doet tegen het team. Daar ben ik dan even benieuwd naar. Ik denk dat we dat wel even kunnen uitzoeken. Maar dat is dan wel dat is dan een topteam waar we het over hebben, die tegen mindere teams wel degelijk scoort en wel degelijk dat doelsaldo omhoog krikt. Ja, dus dus wat dat betreft, ja, daar heb je ook zeker een punt. Maar wel leuk om naar te kijken. Ik vond het tof om te zien dat Graafschap af en toe de kansen kreeg en ze ook benutten. Dus ik vond het een leuker wedstrijd om naar te kijken dan ik had verwacht. Ik dacht dat het veel meer one-sided zou zijn voor Top Os, waardoor ik het voor mijn kijkplezier interessant vond om naar te kijken. Maar wat betreft de analyse erop, ja, ik vind dat Top Os meer het mogen presteren. Net zoals in game 1, als in game 2 ook mogen doen. En aan de andere kant weer complimenten voor de Graafschap. Dat is absoluut zo. Dat was 0-2. Weer drie één. Punten naar Top Os. En twee goede voorspellingen. Ja, dat is waar. Maar hou de counter even bij. Nee? Het is gewoon... zeker. Ik zal er niet bij vertellen dat je zei dat ze keihard overheen gingen. Maar dat viel namelijk reuze mee. Maar vooruit. De Graafschap Top Os hebben we gehad. Top Os pakt drie punten. De Graafschap blijft helaas met nul punten over. Ja. Dat doet wel weer een mooie stappen maken in de ranglijst. En dan hebben wij FC Dordrecht, wat de volgende gaat zijn tegen Volendam. Die natuurlijk al gespeeld is. Ja. Volendam heeft drie punten. Ik wil eigenlijk wel nu even een statistiekje zien. Jij? Een statistiekje over, bedoel je over... Ja, van de standaardkaart. Maar heb jij hem al lichtelijk geüpdate? Nee, de geüpdate standaardkaart heb ik nog niet voor ogen. Dus die zien vaak aan het eind van de uitzending weer. Wat we natuurlijk nu wel weten, met de info die we nu hebben, is dat Volendam samen met Excelsior helemaal bovenin staat. Want Den Bosch heeft er nu eentje verloren. Namelijk de eerste wedstrijd. Laten we daar later over hebben. Oké, dan toch. Ja, zeker. Okay. Ja, ik denk als we hem hebben, kunnen we hem even zien. Ja, kunnen, maar dat gaan we dus later doen. Dan pakken we hem er gewoon bij. Dan is het allemaal wat makkelijker zichtbaar. Dordrecht, Volendam gaat niet door. Of is al gespeeld. Hè? Niet gespeeld, maar toch punten uitgedeeld. Zo moet ik het zeggen. Almere City tegen Telstar. Oké, nou komen we bij een interessante... wat mij betreft, ik denk de tweede favoriet van vandaag die ik had willen zien spelen. Want de eerste was natuurlijk Excelsior Den Bosch, die is geweest. Almere City en Telstar. We hadden het over mijn fanboy bril. Die had ik zowel van Resolute bij Telstar als van heel Almere City. Want ja, we weten het allemaal nu onder andere. We worden er al moe van. Ik heb er ooit gewoond. Een tijdje geleden. Voor de kijkers thuis, ik heb ooit gewoond in Almere. Dan weet je het even. Hij heeft er gewoond, woont er nu niet meer. Weet je wel, dus nee. Het is... Precies. Ja, precies. Dus ik had een soort van voorliefde van Almere City die in het begin heel hard ging tegen teams die wat slechter waren in deze competitie. Daardoor leken ze één van de favorieten van deze competitie, wat ze eigenlijk nu op dit moment niet echt meer zijn. Ja, Jurie Oeden van Almere, nog steeds één van de beste spelers van het team, had een heel hoog doelsaldo. Was voor wekenlang de topscorer van deze competitie. Dat is nu voorbij. Op de derde plek staat Resolute van Telstar, die keer op keer mooie goals weet te realiseren. Vaak in samenwerking met Gummy uit zijn team, die vaak goede passes doet. Zien we heel veel double touches vanuit de lucht, tegen de backboard, dunks in het goal. Dus ik denk dat de individuele skills van Telstar om plays te maken als individu ver boven Almere uitstijgen op dit moment. Ik weet wel dat Almere City stabiel speelt. In de verdediging en aanval vind ik dat hun samenspel vaak sterk is. En ik vind niet dat ze hebben nog geen zwakke wedstrijd laten zien. Maar ze hebben wel laten zien dat ze moeite hebben tegen de topteams van deze competitie. Ik ben dus heel benieuwd of Telstar, die ook niet alles heeft gewonnen en soms ook wel hiaten heeft vertoond. Ze zijn een beetje gelijk, hè? Precies. Al denk ik dat Telstar iets meer niveau heeft in de spelers. Iets meer mechanics, iets meer mogelijkheden heeft om creatief aanvallen te verzinnen. Wat denk je, Bo? Wat het gaat worden? Want het is zo moeten we ik wil heel graag dat ze gaan spelen, dat ik kan kijken. Ik denk een 2-1 voor Telstar. Een 2-1 voor Telstar. En deze heb ik vaker gezegd vandaag. Ik hoop een 2-1 voor Telstar. En hij mag zo close zijn als dat ik op de overtime of niet? Drie keer overtime. Nou, jullie horen het boven. Jullie kunnen aan de bak. 2-1 met drie keer overtime. Ja, sign me up. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Dit is ook wel een van de matches. Ik was eigenlijk bijna nog meer excited voor deze dan voor de topper van vandaag. Want ik denk dat dit echt
heel erg dicht bij elkaar gaat liggen. Telstar vind ik sowieso supergoed spelen. En Almere City heeft daartegen nu 2 keer achter elkaar verloren. En heeft echt iets te bewijzen. Dus ik denk dat als deze 2 teams allebei hun E-game brengen vandaag, wordt het echt een topwedstrijd. Dat was bij de topper natuurlijk ook zo geweest. Als beide teams echt op hun best hadden gespeeld. Maar ik ben het verlegen met je eens. Wat het bijzondere is van deze 2 teams, is dat het niet meer de top is. Het is net daaronder. En dit team dat deze week verliest, gaat echt een hele lastige gaat het heel lastig hebben om nog de top 6 te kunnen pakken. En om uiteindelijk voor die periodetitel te gaan strijden. Dus dat is eigenlijk wat er op het spel staat hier voor deze wedstrijd. Degene die wint, die blijft in die strijd. Degene die verliest, gaat het gewoon echt heel lastig krijgen. Ja, Telstar die staat echt maar op 1 plek verwijderd van die top 6. Dus ze kunnen hem echt ruiken en bijna voelen. Almere die staat nu op de 9e plek. Die moet wel het goed maken. Maar zoals eerder ook al werd gezegd, het puntenverschil tussen deze teams en hoe dicht ze bij de top zijn, is best wel klein. Dus vooral het plek 4, 5 en 6 liggen heel dicht bij 8, 7, 8, 9. Dus er valt voor allebei de teams heel erg veel te halen. Want straks spelen ook Cambuur en Go Ahead Eagles. Eentje daarvan gaat ook verliezen, dus die plek komt vrij. Ja, precies. Dus inderdaad een heleboel voor hem te spelen. Ik vind het ook leuk dat het de ene helft van Boze Hart tegen de andere helft van Boze Hart speelt. En dat we gaan kijken wie dat uiteindelijk... Hij zal het er zwaar mee hebben. Wie zijn hart mag veroveren. Dat ja, is waar precies. Het om gaat. Kijken of hij weer die Almere bril weer uit de kast kan trekken en weer op kan zetten. Of Resolute. Of Resolute, ja. Nou ja, Resolute is ook zeker wel iemand waar ik naar ga kijken, want die heeft me is me zeer positief bevallen. daar ben ik het helemaal met Bo eens. Maar sowieso, Telstar speelt vind ik gewoon een leuk spelletje. Zeker, zeker. Wat ik wel ook interessant vind, wij kunnen de lobby ook zien tijdens het opwarmen en zo. Wat ik toevallig zag, is dat er een profielfoto dit keer bij Bimman Baf zat. Nee, bij Bimman Baf. Ik ga niet Minkje zeggen. Bij Bimman Baf. Wat daar interessant aan is, volgens mij speelde in de beginrondes van de competitie Bimman Baf op een PlayStation of Xbox. Mm-hmm. Die is nu overgestapt naar PC. Dat kan best een groot verschil maken. In eerste instantie denk ik negatief, omdat je toch aan iets moet wennen. Mm-hmm. Maar de input en de refresh snelheid van je monitor ligt gewoon voor de PC zoveel hoger dan dat die bij de PlayStation en console ligt. Ja. Dus wat dat betreft misschien toch een upgrade aan de kant van Almere. En misschien daardoor net goed genoeg om ook deze winst te kunnen pakken tegen Telstar. Ja, het brengt zeker een verschil met zich mee. En we kunnen er eigenlijk ook wel van uitgaan dat deze spelers er meer dan genoeg speel- en vlieguren insteken om zo snel mogelijk aan dat verschil te gaan wennen. Nou, we zien meteen dat er een doelpoging is aan de kant van de Almere City. Die komt vliegend uit de startblokken, maar die wordt wel gesaved. En hier deze poging van Bim Bam Baf wordt ook onderschept. Hij heet trouwens niet meer YouTube Bim Bam Baf, maar gewoon nu Bim Bam Baf. Precies. Zouden ze kanaal ook opgegeven hebben dan? Of, Ik denk dat hij het nog steeds wel doet, maar het is wel een lange naam en het is lang met uitspreken. We zagen daar net Resolute, die toch ook zijn eerste doelpoging meenam. Daar gaat hij ook met de bal er vandoor. Hij gaat waarschijnlijk proberen iets te doen via de bal en de backboard. Maar door al die ontploffingen zie ik helemaal niet goed wat er gebeurt. En nu heeft Almere City weer de bal. We gaan kijken. Gummy wordt daar bijna gecontest door Bim Bam Baf. Maar uiteindelijk gaat Trizic toch met de bal er vandoor. Minky die heeft daar toch wel ruimte. Kijken of hij hem nog een keer extra kan aanraken. En of Resolute daar wat mee kan. Die was er niet helemaal klaar voor. Dus hij gaat niet op tijd vliegen. Bim Bam Baf weet nu de bal weg te spelen. Gummy is hier om te contesten. En die zorgt dat spel helemaal dood ligt. Dus Bim Bam Baf kan bijna niks doen. Wipt de bal daar omhoog. Wordt weer verder onderschept. En nu gaan we weer naar de kant van Almere City. Kijk, daar gaat de bal. Gaat het goal in Resolute. Waar we het al over hadden. Scoort dat eerste doelpuntje. Niet met de meeste snelheid. Maar wel mooi geplaatst in de hoek. Ja, prachtig klein tikje. Het is misschien niet de mooiste goal. Maar hij zit er wel lekker in. Goed geschoten. En verrassend veel snelheid eigenlijk achter die bal. Gezien de hoek die Resolute moest maken om daar toch de bal richting het goal te krijgen. Zo'n goede start van Telstar. En dat kan niet gezegd worden door Almere City. Die in deze eerste 1,5 minuut toch wel echt een beetje problemen lijkt te hebben. Niet lekker in het ritme zit.
En Jury mist hier ook de bal. Terwijl ik denk dat dat toch wel echt de speler is waar iedereen naar moet kijken. Als je een Almere-fan bent en wil dat Almere deze pakt. Dat is wat mij betreft echt de uitblinker geweest de afgelopen weken aan de kant van Almere City. En degene die het verschil hier gaat moeten maken tussen tegen Telstar. Ja, ik vond vooral in het begin van de competitie vond ik Younes ook altijd wel goed opvallen. Maar die speelt er deze game ook niet bij. Dus daar gaan we helemaal niks van zien in deze pot. Daar was Telstar weer heel dichtbij een doelpoging. Die werd niet afgemaakt, maar ging er wel goed een vlak voor het goal net onder de lat langs. Oh, dat is niet goed uitverdediging. Gummy die maakt er maar al te graag gebruik van. Hier zien we het nog een keer. Die bal stuitert en Jury probeert hem uit te verdedigen. Maar precies in de open armen van Gummy. En ja, die hoeft hem alleen maar op het goal te schieten, want Bim Bam Baf was te laat. Het is uiteindelijk 2-0 met nog 2¾ minuut te spelen in deze wedstrijd. Er zat niet echt een idee achter die touch van Jury. Het was geen paas in een teamgenoot of een clear in zeg maar de ruimte. En daardoor prachtig opgepikt. Gummy gewoon in de juiste positie hier. Resolute met nog een schot. Deze keer op het lat, maar wordt alsnog binnengetikt. En zo is het niet een close game in deze eerste game. We hebben de helft gehad en het staat 3-0 voor Telstar. Als we hier ook kijken, eerst van de backboard, dan heb je wel twee verdedigers terug. Maar Gummy die hem niet rechtstreeks op goal schiet, maar toch die stuiter meepakt. Waardoor het weer lastiger in te schatten is voor de verdediging van Almere City. En ja, Almere City. Oh, Jury probeert het even een keertje. En die scoort ook meteen. Daar was de verdediger van Telstar was daar niet klaar om die bal te ontvangen. Terwijl die toch eigenlijk precies op de goede plek zat. Het is resoluut, maar die ziet hem eigenlijk of niet goed aankomen. Want die springt eigenlijk op de plaats. Die had net een stukje verder naar voren gemoeten. En daar wordt toch wel de eerste goal ook voor Almere City een feit. Kijken of ze dit kunnen doorpakken. En dit is het moment waarop je als Almere City speler zegt: kom op jongens, oké, we hebben nu de eerste goal. Nu moeten we doorzetten. Probeer er nog even snel eentje in te pakken. En dan heb je gewoon alle mogelijkheden om hier nog terug te komen tegen Telstar. Het zijn uiteindelijk maar twee goals die hier het verschil zijn. Bim Bam Baf hier met de bal richting de goal. Twee spelers van Telstar raken elkaar aan. En daardoor bijna alle ruimte. Nu 3-6 met een goed schot. Maar er is niemand in het midden. Twee Almere City spelers die allebei teruggaan. En Resolute alle ruimte geven om die bal rustig mee uit zijn verdediging mee te nemen. Almere City, het loopt niet. Het is geen team momenteel zoals ze aan het spelen zijn. Ja, dat is inderdaad wel het geval. Maar wat we soms misschien vergeten, we hebben het nu. Oh, die gaat net op de paal. Kijken of iemand er wat mee kan doen. Maar Resolute die gaat langs de bal. En ook Bim Bam Baf gaat langs de bal. En nu uiteindelijk Almere City die de bal wegkrijgt. Maar Gummy die zegt: nee, die bal gaan we weer terugsturen. Kijken of die daar wat mee kan doen. 3-6 die werpt de bal omhoog. En vliegt hem een soort van er langs. Maar die bal heeft helemaal geen snelheid. Nu is het een soort van open goal. Minky gaat de bal voorzetten via de muur. Maar Resolute kan dat niet tot een schot krijgen. Het punt wat ik eigenlijk net wilde maken is dat we zijn de laatste tijd wat kritisch over Almere. Nadat ze eigenlijk best wel heel erg overtuigend verloren van NEC. Dat zal nu 2 weken geleden zijn. Maar wat we daar soms nog in vergeten mee te nemen is dat deze spelers... Oh, hij is zo dichtbij. Wat ik wilde zeggen is dat deze guys die kunnen echt wel scoren. Maar nu, ze zijn soms zo voorzichtig. En elke keer, als het dan elke keer tegen zit, dan snap ik dat die zelfverzekerheid die ze misschien in die eerste matches wel hadden, dat er nu niet meer aanwezig is. Maar ze kunnen het wel. En als zij in zichzelf gaan geloven en toch dat doelpuntje nog een keer meepakken, dan kan dit zomaar een hele andere wedstrijd worden. Maar tot nu toe is het elke keer is het net niet. En dat is, ja, dat maakt het echt wel mentaal heel erg lastig. Ja, en het grootste probleem momenteel is dat er gewoon weinig samenhang is bij de Almere City. Dit is wel een prachtpaas. Resolute bijna degene die het af kan maken. Dan moet die bal weggewerkt worden door Almere City. Maar vooral als je kijkt in de aanval, dan zie je zo vaak bij Almere City momenteel dat die bal goed naar het midden toe wordt gepaast. Maar dat gewoon het vertrouwen er niet is. Er is niemand om die bal ook daadwerkelijk binnen te tikken. En dan kan je nog zoveel ruimte creëren en zo'n goede paas geven. Als er niemand is om hem af te maken, dan heb je er niks aan. En laten we ook niet vergeten, de verdediging is gewoon matig geweest van Almere City in deze eerste game, maar ook de afgelopen weken. Ja, dat is. Vooral de afgelopen weken hebben ze veel laten vallen. En nu ook wat doelpuntjes om de oren. Terwijl ik wel vond dat ze een heleboel dingen wel zeker toch hebben kunnen stoppen.
Wat wel goed is, als we echt naar de saves kijken, maar dat vind ik altijd lastig om daar echt vanuit te gaan, want soms hou je iets van de doellijn en dan registreert het spel helemaal geen saves, dus dat slaat nergens op. Nu staat er ook maar eentje. Maar ik vond dat ze wel beter hebben verdedigd dan in de matches hiervoor. Ja. Het is alleen niet genoeg geweest. En ik denk dat dat ook vooral komt inderdaad precies wat jij zei. Als je niet durft door te pakken en die aanval daarna is disjointed, dat zit niet lekker in elkaar, dan hoe ga je dan een wedstrijd winnen? Ja, nee, ja, precies. Het is alsof je staat op een aantal pilaren en het vertrouwen binnen je team is een van die pilaren. En die is gewoon weggevallen bij Almere City eigenlijk al sinds de keer dat ze van de NEC hebben verloren. En die heb ik nog niet teruggezien. En daardoor staat het allemaal zo wankel en werkt het niet. En dit is echt het moment voor Almere City om dit op te pakken. Want anders is deze periode eigenlijk toch een beetje voorbij. En hadden we zo'n hoge hoop na die eerste paar weken. En is dat eigenlijk voor helemaal niks geweest. Ja, vooral tegen een team zoals Telstar. Niks tegen Telstar. Want Telstar die wint die eerste game. En die hebben tot nu toe goed gespeeld. Maar ze staan heel dicht bij elkaar in de stand. En dat zijn juist de teams waar je ze van zou willen pakken. Niet alleen maar kijken of je puntjes van een Dordrecht en van een MVV kan afsnoepen. Want dat lukt tot nu toe iedereen. Maar als ze dus tegen teams spelen die wel winst achter hun naam hebben staan. Dan blijkt het gewoon niet te lukken. En dat is toch wel zonde. Want de Almere City die we in het begin zagen. Dat was ook echt een team waarvan ik vond, deze laten echt goede dingen zien. En dat blijkt gewoon een beetje verdwenen te zijn, wat echt zonde is. En ik denk wat ook een ander probleem is dat die jongens van Almere heel agressief willen spelen. En dat hoeft geen probleem te zijn. Maar kijken we bijvoorbeeld naar een NEC, dan heb ik het gevoel dat Brinca, toch wel de ster speler op dat team, heel veel ruimte krijgt van zijn teamgenoten om ook te laten zien waarom hij een ster speler is. Ik heb het gevoel dat Juri Uden eenzelfde soort speler is in dit Almere City team. Alleen hij krijgt niet de ruimte van zijn teamgenoten. Hier is wel een prachtige aanval van Almere City. Wat een doelpunt. Een prachtpaas hier van Juri naar voren, naar Bim Bam Baf. Die legt hem prachtig neer voor 3-6 en zo wordt hij goed afgemaakt. Dat is wel prachtig van Almere City. Maar zoals ik zei, ik wil meer van Juri Uden kunnen zien. Ja, het is interessant dat, weet je, niet iedereen kan zeg maar de beste kans hebben om te scoren. Dat is gewoon zo. Daar is verschil tussen. Als je een team hebt met iedereen die dat even goed kan, dan speel je waarschijnlijk in de Rocket League wereldkampioenschap. En dan kan dat misschien. Maar hier, er is gewoon een verschil. En dat is niet erg. Maar je moet dat wel herkennen. En nu gaat het weer mis in de verdediging voor Almere City. Gummy die kan bijna voor een open goal inschieten. En nu staat het weer 1-1. En na zo'n prachtige passing play die Almere City heeft laten zien, is het toch weer een domper dat Telstar hier toch de gelijkmaker weet te pakken. Wel een goede bump ook aan de kant van Telstar om die ruimte te creëren. Om vervolgens eigenlijk gewoon een vrijwel open net neer te zetten voor het doel van Almere City. Dus dat is goed afgerond. Maar inderdaad, het is weer zo ongemakkelijk aan de kant van Almere City. Waarin mensen naar de bal toe draaien, waardoor een teamgenoot niet voor de bal kan gaan. En dan is het zo ongemakkelijk. Hier wel een goede save van Bim Bam Baf. Die bal wordt omhoog getikt om te kunnen verlengd worden door Juri Uden. En die krijgt hier dit keer ook net wat ruimte. Gaat vervolgens voor het schot. En misschien dat Almere City hier weer een goede aanval voor zichzelf kunnen gaan opzetten. Eigenlijk uit het niets komt daar Minky wat roet in het eten gooien. En dan blijft die bal weer eens in het middenveld. En dat zien we vaak op een moment dat geen van beide teams echt de overhand kunnen krijgen. Dan merk je dat zo'n game veel meer op het middenveld gespeeld kan worden. En dan is het eigenlijk wachten op welk team de eerste fout gaat maken. Ja, en tot nu toe is dat inderdaad nog niet heel duidelijk. Nu weer de bal op het middenveld. Gummy die gaat ermee proberen aan de haal te gaan. Die speelt hem daar diep, zodat Minky daar wat mee kan. Die is uiteindelijk ook eerder naar de bal. Die krijgt nu een backboard, valt daar naar beneden. Maar deze keer is er voor Telstar niemand om dat op te volgen. Ik vind het ook wel interessant, want als je kijkt, Almere City die speelt dus heel erg disjointed, niet echt als een team. En Telstar die doet dat andersom dus juist heel erg. En dan kan je dus ook zo'n bumplay als dat het net gedaan werd, dan kan je ervan uitgaan van mijn team die gaat creëren. Hier wordt Trisix weer gebumpt.
Kijken of Delsa hier weer wat mee kan waarmaken. Maar uiteindelijk wordt hij nu wel weggewerkt. Krijgt weer resoluut de bal bijna voor. En deze keer lijkt het alsof Juri Uden genoeg ruimte heeft om die bal weg te krijgen. Nu moet Gummy aan het werk. Ja. Zo, ik vind het wel mooi om te zien dat beide teams nu net wat meer overtuiging hebben. Hier gaat de overtuiging bijna werken voor Telstar. Een prachtsave van Trizix die al heel vroeg in de lucht was om die bal tegen te houden. Nu aan de andere kant Juri Uden met een goede flik. Maar ook weer een goede save. En dan is er niemand weer van Almere City die klaar kan staan in het midden. Omdat er twee mensen aan de zijmuur en geklaar staan voor dezelfde bal weer. Geen communicatie en dan is niemand klaar voor die eerste bal. Ja, ik zag die bal er bijna ingaan. En dan denk je van nou, dat zullen de teammaten van Juri Uden zouden dat ook wel zien. Dus die geven hem daar de ruimte voor. Maar inderdaad weer allemaal dicht bij elkaar. En dan kan je die opvolging niet doen. Want er is maar een hele kleine kans op zo'n veld, op de grootte als dit, dat die bal precies komt op de plek waar ze allebei staan. En dan kan je elkaar ook nog eens in de weg rijden. Dus gewoon het heeft geen hoge kans op slagen. Ze proberen het wel hoor. Ze doen echt hun best om er meer van te maken. Het staat natuurlijk nog steeds 1-1. Zo, dat was een heftige bump tussen Trissix en Gummy. Die schoten allemaal enkele meters naar achter. Juri staat nu voor het goal. Nou, maar toch wordt er weer verdedigd. Gummy die de bal uit de weg weet te krijgen. En die is ook wel echt heel erg goed aan het spelen hoor. Die vind ik opvallender dan Resolute in deze game, moet ik zeggen. En dat is heel goed. Maar met nog 8 seconden te gaan is het nog steeds 1-1. En lijkt het alsof er in de tweede game een overtime gaat komen. Misschien, we gaan het zien. Misschien hier nog 1 kans voor Telstar. Resolute krijgt net niet zijn auto goed onder de bal om een grote kans te kunnen creëren. Dan valt de bal op de grond. Dan gaan we toch hier naar overtime. En zoals je zei, ik denk... Je gaf aan, Almere City die probeert het wel heel erg. En ik denk dat dat misschien wel deel van het probleem is. Het lijkt alsof ze het te hard willen. Alsof ze alles proberen te forceren. Dit is wel een prachtschot van Trizix. Juri is daar dit keer wel. Maar dan is de laatste verdediger nog. Dan gaat hij nu over de verdediging heen. Maar weet Resolute die touch niet te vinden. Moet Almere City nu vanuit eigen helft doen met Trizix. Die de bal langs 1 krijgt. Nu Juri Uden die besluit op de grond te blijven. Die doet een fake. En dan nog eentje om zichzelf maar wat tijd te geven. Bimbabab met de paas en het schot op de lat. Alsnog erin. Bimbabab vindt hem. Almere City wint eindelijk een game. Zo, niet het de hele tijd, maar dit is wat we willen zien. Trizix die krijgt het er bijna in, maar alle drie de spelers zijn betrokken bij dit goal. Die bal ging prachtig diep en kijk, als Almere, dan moet je toch ook naar deze goal kijken en zeggen, jongens, dit is het. Ja, en de tijd die ze namen, daar Juri Uden, die tot 2 keer toe eigenlijk de bal gewoon soort van laat gaan. Vervolgens is een Telstar-speler die er half voor gaat, maar denkt, oh nou, Juri speelt hem zo naar mij toe, die doet dat niet. En dan vervolgens ontstaat de ruimte om Trizix aan de rechterkant te hebben. Bim Bam Baf, die dat ziet, een goede paas geeft, maar ook direct mee naar voren gaat. Had niet zoveel boost meer, maar volgt gewoon die bal waardoor hij de open net krijgt en een binnenkant tikken. Dit is het Almere City die we de eerste weken hebben gezien, die we hebben gemist en nu hopelijk toch terug is. Ja, we hebben ze op zich vorige week ook tegen Den Bosch ook 1 game gezien. Want daar hebben ze wel in ieder geval een game gepakt. Het was nog steeds niet heel flashy, maar misschien is dat het teken geweest om ons te vertellen van hey, Almere die komt weer terug. En ik hoop dat ze dat vertrouwen kunnen meenemen in deze derde game. Want ze zouden hier gewoon weer 3 punten kunnen pakken. Maar Gummy en Mink hier samen weten toch een goal te scoren. En dat is al heel vroeg. En dat kan echt wel een flinke deuk in het vertrouwen gaan opleveren. Ja, de ruimte die ontstaat. En Telstar zegt, dankjewel, ik maak hier gebruik van. Ja, natuurlijk schreef die eerste teus net niet lekker mee. En Bim Bam Baf had er ook... iets anders verwacht. Ik weet niet wat hij precies verwachtte, maar zeker niet wat er gebeurde. En dan blijft de goal van Almere City weer open. Maar in ieder geval na de vorige game heb ik er wat meer vertrouwen in. Dat ze ook dit soort achterstanden gewoon weg kunnen werken. En Telstar, die zullen ook een beetje bang zijn. Want je had vorige game toch deels op je slof zitten. En om vervolgens weet je het niet af te maken, dan is de vraag, ga je het nu wel kunnen doen? Hebben ze nog de overtuiging die nodig is om dit soort games te kunnen finishen? Hier een redelijke kans toch voor Almere City. Die bal, die pinch richting het goal, maar gaat er niet in. En dan krijgt Telstar toch die grote kleer die ze nodig hebben. Dus je zag daar Almere weer eventjes de rust nemen. En Telstar die stond er eigenlijk een soort van op te wachten. En dan kan het gevaarlijk worden. Eigenlijk moet je natuurlijk proberen om zoveel mogelijk druk op de bal te zetten. Oeh, Bim Bam Bam was daar zo close. Hij was de topscorer in het begin van de competitie. En weet deze
keer helaas het niet af te maken. Jury gaat hij de lucht in, maar er zit ook een Telstar-verdediger tussen. Dus hij kan niet voor die extra touch gaan. En hier tegen de backboard, maar weer net niet op tijd. Telstar die is wel heel attent aan het verdedigen tegen wat Almere City probeert neer te zetten. Maar Almere City, je voelt het. Ze komen steeds dichter bij dat goal. En hier gaat Jury Uden de lucht in. Hij probeert het een keer zelf. Maar hier ook weer Resolute komt ertussen. Bim Bam Bam zit er ook wel. Daar gaan twee verdedigers de lucht in. Heeft hij extra touch? Is er iemand anders? Nee. Maar de verdediging is weer op tijd op de grond. Het moet net wat sneller voor Almere City. Om er toch wat van te maken. En nu is Telstar weer aan de bal. Maar wordt weer gechallenged. Deze match. Dit is echt precies hoe deze twee eerdere games samenkomen. Want eerst Telstar in game 1 de overhand. Toen net Almere City in overtime toch die win. En nu is het echt nek aan nek tegen elkaar. Ook nog eens een doelpunt. Jury hier met een geweldige save net op tijd om die bal te blokken. En man, wat is dit spannend. Het zijn zoveel kansen, maar ook ondertussen aan beide kanten. Hier voor Trisic. Met een goede blok daar van Gummy. Jury Uden gaat daarvoor het schot. Had misschien toch ervoor moeten kiezen een van zijn teamgenoten te vinden. En dan is het hier nu de verdediging die aan de bak moet voor Almere City. Gelukkig is er Jury Uden die de bal goed wegtikt. Trisix en Bim Bam Baf doen het dan nog even samen. En zo zie je constant wel kansen gecreëerd worden, maar nog niet afgemaakt aan beide kanten. Ja, Trisix die probeerde daar eigenlijk al een verdediger Resolute! Van te... Oh, hij probeert het zo dichtbij. Maar net niet goed genoeg, net niet dat laatste zetje. Het gaat echt op en neer en op en neer. Trisix die dus net in het goal al probeerde te blokken, zodat er misschien niemand aan zou kunnen komen. Hier ook weer Minky met een save. De goal is leeg, maar Gummy is dan weer precies op tijd. En het Telstar, jullie verdediging, die staat echt hartstikke sterk. En Almere City, hoe lang kunnen ze dit gaan volhouden? Hoe lang kunnen ze proberen die bal elke keer naar voren te krijgen? Want als hij elke keer zo geblokt wordt, het is zo moeilijk om dan elke keer op keer, dan weer de bal naar voren te brengen. Maar ze blijven het proberen. Hier, Jury met een demo, krijgt de bal mee en net niet helemaal goed, maar Bim Bam Baf die een blok. Maar daar is niemand behalve de speler van Telstar. En gelukkig is deze keer Trisix ook op de goede plek. Dus die bal wordt ook geblokt. Neem ze tijd goed. Gummy probeert het schot, maar die bal zal rechtstreeks naar Bim Bam Baf gaan. Maar vervolgens zit Minky er wel ook lekker tussen. Er wordt de bal kan niet gekleerd worden aan de kant van Almere City. Bim Bam Baf ook met een slechte. Jury is daar nog net als een reddende engel. Maar zal nog een keer aan de bak moeten als die bal naar beneden valt vanaf de touch van Minky. Een kostbare miss misschien van Resolute. Maar Gummy is op tijd terug. Op dit moment Telstar die het aanvallend blijft doen. Wat erg sterk is. Als je nu te veel gaat verdedigen, dan ga je die goal tegenkrijgen. Maar ze blijven de aanval zoeken. Ze blijven kansen creëren. Hier moet Trisic de bal gaan touchen. Die doet dat niet. Geeft Gummy tijd. Die raakt de lat. En dan is het toch die tweede goal die nog eventjes niet valt voor Telstar. Waar gaat hij als eerste vallen? Je voelt dat er een goal aankomt. Maar wie krijgt hem? Is het Almere City of toch Telstar met de 2-0? Hier weer een kans voor Almere City. Maar die gaat voorlangs. Ja, Trisix die was daar net niet op tijd. Die gaf net niet snel genoeg gas. Maar die Bim Bam Baf tegen de bek. Raakt hij hem nog een keer? Nee, niet! Hij kan het niet veranderen. Trisix! Krijgt hij hem. En weer wordt hij weggehaald. Ik wilde bijna hele foute woorden zeggen, maar ik heb het niet gedaan. Maar man, gaat hij nou even vallen? Nee, Gummy houdt er nu ook tegen. En het wil er niet in. Nog 20 seconden op de klok. Almere, kan je het eruit persen? Kan je die bal erin krijgen? Maar nu 14 seconden en hij is weer aan de kant van Almere City. En daar komt Bim Bam Baf. Die gaat Bim Bam Baf! Die extra. Nee, tegen de back. Niemand is op tijd. Het is, misschien is het niet genoeg. Het is nog 3, 2, 1 seconde tegen de backboard. Tel boven de goal van bijna. En Telstar wint die serie net aan. Ik heb bijna geen stem meer. Ik moet even een slokje water nemen, want dat was echt heftig. Oh. Nou, we hebben weer een leuke series gehad. Het was een 2-1, maar het was nog zoveel closer dan een 2-1. Eigenlijk zou je de punten eerlijk willen verdelen hier. Want wat een series uiteindelijk. Almere City probeert. Maar er was net niet genoeg creativiteit voor in. Je ziet de teams zoals NEC dat ook heeft laten zien. En in de vorige game hadden we dat ook natuurlijk met Top Os. Die gewoon schot na schot blijven nemen. Tegen de net iets zwakkere tegenstanders. Dan krijg je op een gegeven moment de kans. Dan kan hij erin vallen. Maar als een verdediging van Telstar zo sterk staat. Dan is dat simpelweg niet genoeg. Dan komen er weliswaar 11 saves aan te passen aan de kant van Telstar. Maar dan is het goed genoeg. En dan winnen ze 1-0. Ja, ik... Als
als er dingen zeg maar zouden tellen als beste kans en beste save, dan hadden we deze week die zeker gezien in deze wedstrijd. Maar wij zijn helemaal buiten adem en ik hoop dat de tafel hier nog wat meer extra inzicht over kan geven. Ja, ik moet zeggen, ze waren lekker bezig, die mannen daarboven, toch niet? Ik vond dit een van de allervetste matches die we vandaag hebben gezien. Oh. En ook omdat ik heb natuurlijk, ik heb een soort van voorliefde voor beide teams die ook spelen. Het is Almere en het is Telstar. Twee teams waarvan ik ja, veel heb gezien en waarvan ik heel benieuwd ben hoe ze kunnen presteren. En dit lag zo dicht bij elkaar. We hebben eigenlijk gezegd tegen Almere van, ja, ze hebben alleen maar gewonnen tegen de makkelijkere teams. Oké, bleek ook zo te zijn. Ze verloren ook hard, volgens mij 1 of 2 weken geleden. Ja. En nu staan ze tegen Telstar, wat ook een sterk team is. En game 1... Het leek alsof ze een beetje moesten opstarten. Ja, een beetje diesel. Ja. Beetje diesel Almere. Maar wat een partij in deze laatste twee, drie minuten van de derde game waren echt het allerlekkerste om te kijken. En op het laatst ook kansen over en weer. Ja, nog. Net niet een goal dat je... Oh, een lat, een bal, alles is aangeraakt. Alles kwam voorbij. Dus, Ik heb hem niet samen met jou gekeken. Dus de emotie van jou heb ik dan niet helemaal goed. Ik heb in andere ruimte gekeken, maar... dit was wel smullen. Mijn handen stonden af en toe op mijn hoofd. En ook boven sprongen de casters. Dat kun je natuurlijk niet thuis zien. Maar ze hebben volgens mij een aantal lampen geraakt daar. Dus de regie vragen zodat ze ook kunnen repareren. Nou, maar boven, weet je wat mij leuk lijkt? Om een keertje gewoon een video van zo'n wedstrijd. Een video te maken van de mannen boven. Dus niet de wedstrijd, maar alleen maar hoe zij. En dan in een heel klein schermpje zo onderin. Zeg maar de wedstrijd en hoe zij helemaal losgaan daarboven. Ja, ik denk dat is goede content. Ik zou het hilarisch vinden. Nee, dus dat wat een prachtige wedstrijd. En hoe close het ook is. Het was niet 3 keer overtime. Maar ik meen het oprecht. De laatste 2-3 minuten voelde als 5 keer overtime. Gewoon in hoe dichtbij bij elkaar zat. Ja, en er was een overtime. Er is één overtime. En de 2-1 klopte tot dusver wel voor Telstar. Maar echt iele kielen. Echt met hakken over de sloot dat Telstar deze binnensleeft. Zonden natuurlijk voor Almere City. Hè, dat ze dat puntje. Maar je gunst ze allebei die 3 punten. Wat de mannen boven ook zeiden. Je kunt de punten niet verdelen. Maar dat was in dit geval wel het eerlijkste geweest. Maar ook al, dit moet Almere City ook het zelfvertrouwen geven. Want ze hebben natuurlijk een iets... moeilijkere weken gehad. Nu de afgelopen 2-3 uit mijn hoofd even. Dus dit moet Almere ook echt wat zelfvertrouwen geven. Even die boost voor de komende weken. Ja. Dus props van Almere City dat ze... Ze hebben lekker eigenlijk verrast in hoe goed Alexis speelt. Nou, ik wou net zeggen. Aan het begin zeg ik, welke verrassingen gaan we krijgen in speelronde 6? Dat was aan het begin van de show. Dit was wel de verrassing van speelronde 6, denk ik. Ja, zeker. Toch? Vooral omdat ook de casters en wij ook aan tafel... Eigenlijk gingen we Almere City steeds iets lager inschatten hoe sterk ze waren. En nu in één klap zet zichzelf weer recht tegenover Telstar. Waarbij het echt om millimeterwerk gaat. Dat ze en niet, wij kunnen hierover blijven praten. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Want de allerlaatste match staat op de... Ja, op het punt van starten. Ja, ik ben er nog een beetje van van energie, high energy. Ja, ik vond het een fantastische match, maar we moeten door. Cambuur tegen Go Ahead Eagles gaat ook een toppertje worden. En die energie, dat geloof ik. Mogen we vasthouden, want nu krijgen we Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Wederom 2 teams uit de linkerrij van de competitie. 2 hele sterke teams tegenover elkaar staan. In Go Ahead Eagles zit de topscorer van deze competitie. Aan het begin van deze dag was Sixter. Die had 19 goals. Die deelde hij samen met Brinka, een van de topspelers waar we het al vaker over hebben gehad vandaag. Ze spelen vandaag met T1Shot, Zixter en Daniel Almelo. Althans, dat is de informatie die ik had doorgekregen in mijn statsbijbel. Dat het team is laten we vandaag. Die even aanhouden dan gewoon. Dus Zixter zal er niet bij zitten. En Cambuur met High Six, Tom en Sane, die ook trouwens hele sterke spelers zijn. Ik verwacht eigenlijk dat deze net zo close kan worden als vorige wedstrijd. Een 2-1 voor Go Ahead Eagles is wat ik verwacht. Nou ja, dat klinkt goed. En wie van de spelers gaat dan uitblinken bij een Cambuur? Cambuur wordt het High Six en Sane. Sane bedoel ik, sorry. Die hebben al vaker laten blijken dat ze... heel goed zijn ook voor in het veld. Er zijn ook alle 2 de topscorers van hun team. Dan heb je natuurlijk maar 3 spelers, dus je bent al snel topscorer van je team. Maar even bij wijze van... Niet de meest waardevolle statistiek die ik vanavond heb uitgesproken. Dat weet ik. Ja, maar nee, in ieder geval dit... Het is alsof ik tegenover Johan Cruijff zit, zegt. Dat is logisch. Dus ik verwacht niet heel gezellig voetbal. Ik verwacht voornamelijk competitief voetbal en veel aanvallen. Want Go Ahead Eagles speelt ook keer op keer agressief. Ja, ik ga gewoon eens even naar de mannen daarboven, want het is de laatste wedstrijd al, het is voorbij gevlogen. Tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Mannen, wat verwachten jullie van deze laatste match en hebben jullie nog wat energie over naar de vorige? Want... Ja, ik denk dat wij genoeg tijd hebben gekregen om op adem te komen. Dus wij zijn er helemaal klaar voor, want dit wordt echt een klapper. En voor mij is het echt Go Ahead Eagles met aanvallend heel sterk tegen een Cambuur dat verdedigend heel sterk is. Wat hopen jullie te zien, mannen?
Ja, ik denk... Van je denkt, nou joh, echt, dat mis ik vandaag nog. Dat wil ik nog zien. Nou, zo'n game als net zou ik wel nog een keer willen zien. Ja, die missen prima. We nog niet, maar dat zou ik wel graag nog een keer willen zien. Want dat is natuurlijk het meest geweldige wat je kan krijgen. Ja, kunnen jullie die nog aan? 100%. Ja, mijn stem niet, maar ik wel. Oké, okay, nou, dan zou ik zeggen, zet hem op, doe een poging. En ik hoop dat het gewoon weer zo'n match wordt als deze hiervoor. Zeker weten. Ik voel hem. Ik voel hem. Nee, ik zeker. Ik was bang voor een Go Ahead Eagles die toch een beetje de overhand ging nemen. Dat is ervan uitgaande dat zij de beste spelers speelden. Wat mij betreft Owen en Wesley sowieso samen zijn. Er speelt alleen Owen. Dus wat dat betreft denk ik dat dat ook een beetje een hit is voor hoe goed Go Ahead Eagles echt is. Dus wat dat betreft denk ik dat er een kans is voor Cambuur. Ja, zeker weten. En Cambuur staat ook hoger. 2 plaatsen boven Go Ahead Eagles in de ranglijst. En zoals ik net al even zei, is het zal echt een verschil zijn tussen een heel aanvallend Go Ahead Eagles en een goed verdedigend Cambuur. Want als we kijken naar de daadwerkelijke stats, heeft Go Ahead Eagles 12 meer goals dan Cambuur en 31 meer schoten dan Cambuur. Maar dan heeft Cambuur weer 15 goals minder tegen en heeft weer ook 16 schoten minder. Zeg maar. Dus weet je wat ik denk? Dat jij gewoon volgende week daar zo moet gaan zitten. Ik vind stats ook leuk. Ik vind dit ook een heel stuk nuttigere stats dan zeggen, hey, 1 van de 3 spelers heeft de meeste goals. Nee, maar dat is ook leuk om te weten, weet je. Johan Cruijff vindt iedereen ook geweldig, dus dat mag het mag er gewoon zijn. Maar we gaan direct weer de game in. Cambuur aan de blauwe kant tegen Go Ahead Eagles aan de rode kant. En ik hoop dat het de klapper gaat worden die in ieder geval de plaatsing ons belooft. Zeker, en ik hoop het vooral aan de kant van Sane en aan Owen te zien. Dat zijn wat mij betreft de 2 sterspelers aan beide teams. Sane, wat mij betreft, was wat onbekender toen we dit toernooi inkwamen. Maar heeft elke week weer me toch een beetje toch positief verrast. Met hoe goed hij aan het spelen was. Hier gaat hij ook voor zichzelf. Probeert die bal op de backboard te krijgen, maar kan hem niet snel genoeg opvolgen. Dan is Tom om de druk erop te zetten. En zo kan ze aan de eerste kant voor Cambuur. Maar hier voor T1 shot. Goed schot ook. Die bal valt binnen. En dan is het Go Ahead Eagles met de eerste goal. Heel lekker. Ik wilde net ook zeggen, ik ben heel erg benieuwd wat Daniel Almelo gaat brengen in deze match. Maar die pakt meteen al een assist op de eerste goal mee. Dus dat is zeker een goede start. Hier zien we de aanvallende kracht van Go Ahead Eagles. En als dit wat belooft voor de rest van de match, zullen er misschien nog wel een hele hoop volgen. Hier probeert hij het meteen nog een keer die one-shot. Maar Sane zit er deze keer goed tussen. En nu gaan ze proberen met een passing play aan de kant van Cambuur wat te doen. Dat was eigenlijk een 1-2'tje tussen Tom en Sane. Die Tom helaas net niet goed kan afmaken. Maar daarvan gaan we er waarschijnlijk ook nog wel een hoop zien. Want dat is iets wat Cambuur, vind ik, heel goed doet. En Sane scoort meteen een doelpunt en het staat weer 1-1. Geen teamgenoten nodig. Doet het in zijn eentje hier. Een goed idee van Go Ahead Eagles met de passing play. Maar Owen is daar de laatste man en moet dan de bal krijgen. Als de pass niet perfect is van T1 shot, dan zit Sane ertussen. Hoeft alleen maar Owen uit te spelen. En dan is het net wijd open voor Go Ahead Eagles. En worden ze gepunished voor toch wat een leuk idee was. Maar wat een veel te riskante play was in deze situatie. Ja, sommige leuke ideeën, daar, weet je, dat is leuk. Maar dan moet wel nog de uitvoering moet er ook naar zijn. En ja, soms, je denkt dan, dat zijn waarschijnlijk van die ideeën die in practice, tijdens het oefenen, tijdens de voorbereiding misschien wel geprobeerd zijn. Maar ja, in een match als deze kan hij zomaar ineens verkeerd vallen en niet gaan zoals hij moet. Sane, die prikt daar net de bal voor Daniel Almelo weg. Die was helaas niet scherp genoeg. En Tom, die heeft daar een hele goede paas in huis tegen de backboard. En oh, dat was Owen. Owen was echt heel dichtbij om die bal te challengen. Maar Sane die gaat gewoon eerder de lucht in en weet hem goed te raken. En Cambuur die neemt de voorsprong met nog iets minder dan 3,5 minuut. Owen dacht dat hij een stuk meer tijd had dan dat hij daadwerkelijk had. En daardoor Sane die er net tussen kon komen. Toch een beetje disrespectvol bijna aan de kant van Go Ahead Eagles. Die dan eigenlijk gewoon Cambuur net wat lager inschat, net wat langzamer inschat en zo de goal tegen krijgen. Maar wel hier zet Owen het weer recht door zo ook zelf te scoren. Ja, dat is, het staat gewoon weer 2-2. Het is echt, het gaat over en weer. En Owen die pakt hier de bal goed. Die had daar 2 verdedigers, maar degene die daadwerkelijk uitkwam zat er gewoon naast. En toen Tom in het goal volgens mij, die stond daar ook net niet goed.
Als we even teruggaan naar vorig... Nou, krijg je geen tijd voor. Ik krijg geen tijd om leuke dingen te zeggen. Dus we blijven gewoon lekker bij de game. Daar was Hisix bijna met de goals. Zane ook. En nu zijn ze er allebei heel... Maar helaas kwam de demo van Hisix net iets te laat. Om Zane tot de schotkans te brengen. Tom die duikelt daar langs de bal. Maar die krijgt nog een retry. Maar dan staat Owen wel op de goede plek om daadwerkelijk uit te verdedigen. En gaat Go Ahead Eagles weer in de aanval. Totdat Zane daar een stokje voor steekt. En nu... Oh, dat is een open net. Maar T1 shot heel goed. Maar die landt op Zane. Daardoor heeft Zane de ruimte om de bal voor te geven. En dan gaat Hisix de lucht in. Maar ja, er zijn wel verdedigers. En daar zie je wel dat Go Ahead Eagles goed elkaar de ruimte geeft om voor zo'n save te gaan. Je weet maar nooit, als je met z'n tweeën de lucht in gaat, kan je elkaar in de weg. Oh, oh, die bal die gaat er bijna in. Hisix. Maar die bal was echt heel hard. Daar stond hij net op de goede plek. En nu gaan ze weer proberen om te schakelen. Owen is daar wel. Oh, maar met de Zane plikken we er net. Oh, het is net niet goed genoeg. En Owen die weet hem toch eruit te halen. Dat werd heel erbij. Nee. Nooit gisteren. De tweede keer ook. Vorige week werd het nog gezegd. Zelfs in de eentjes zeggen ze tegen hun spelers. Speel de bal niet voor het goal langs. Hisix doet het hier. En T1 shot is daar gewoon te scherp voor. Die pakt die bal op met nog 2 minuten op de klok. En die scoort weer de voorsprong voor Go Ahead. Maar de eerste goal was hetzelfde. De eerste goal was een touch van Hisix die voorlangs ging. Zane kon toen de blok niet vinden. En wederom een touch van Hisix naar het midden die gewoon wordt afgestraft. Door de Go Ahead Eagles, die zijn er als de kippen bij. Wel vind ik het mooi dat beide teams elkaar als spelers de ruimte geven. Als zeg maar teamspelers. Dus Cambuur die elkaar ruimte geeft op het moment dat iemand op de bal zit. Nou ja, dit is dan een kleine uitzondering. Wel Hisix die nu gaat proberen zijn fouten goed te maken, krijgt een goed blok. Maar ook hier, als je kijkt naar de Go Ahead Eagles, dan ze rushen het niet om terug naar goal te gaan. Ze blijven in een positie staan waarin ze paasbaar zijn door hun teamgenoten. En dat is erg sterk van beide teams. En dat doen ze allebei heel goed. Hier ook een goede paas. En Tom wordt daar geoutpaced. Zane zal proberen een goede paas hier naar rechts te krijgen. Vindt dat ook naar Hisix, die net langzamer is dan T1 shot. Maar beide raken de bal niet. En dan is het gevaar toch een beetje geweken en krijgt... Go Ahead Eagles hier alle tijd om die bal weer weg te werken. En gaan we toch een beetje naar een pingpong game hier. Met veel touches die direct naar de tegenstander gaan. Dit was wel een prachtige paas van Zane naar Hisix. En bijna een groot genoeg kans om gelijkmaker te maken. Precies, we hebben nog 1 minuut op de klok. En Cambuur moet dus nog 1 doelpunt scoren om die overtime eruit te gaan trekken. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien dat Go Ahead Eagles op dit moment heel erg samenhangend speelt. Terwijl we het wel iets... Oh, en daar gaat Daniel Almelo ook. Die verdediging is gewoon niet lekker. Jij bent... Ja, maar Hisix doet het weer. Hij neemt weer de bal naar het midden toe en wordt weer afgestraft. Ja, begin ik een keer met stats en feiten te smijten. En Hisix die verpest het helemaal door gewoon een paar keer verdedigend gewoon niet... Ja, niet de juiste keuzes te maken. En we hebben het vorige week ook al gezien. Want Cambuur die heeft al gewonnen van MVV. Maar dat vond ik toen ook niet heel overtuigend. En nu Go Ahead Eagles. Die speelt een stuk samenhangender. En als een team. En geven elkaar veel meer de ruimte. Dan dat we eigenlijk vaker in dit seizoen hebben gezien. Ja, en weet je. Ze staan zo dicht bij elkaar in de standings. Ze staan niet voor niets best wel hoog. En eigenlijk nu al klaar om die periodefinale te gaan spelen. Dus ja, je kan dat soort fouten er niet tegen maken. En Hisix die zit gewoon echt niet lekker in die game. Deze game lijkt nu al bijna afgelopen te zijn. Want 2 doelpunten scoren in 5 seconden, dat is best wel lastig. Maar ik hoop dat Hisix zich herpakt in de volgende game. Ja, de coach in mij die is een beetje nu tot rust gekomen. Op zich, weet je, alle kansen op Cambuur. Het is totaal niet zo alsof deze series gespeeld is. Het gaat heel gelijk aan. En het zijn gewoon een paar kleine foutjes aan de kant van Cambuur. Maar wat het positieve is, is dat je zelf 2 keer hebt gescoord. Niet op fouten, maar gewoon omdat je zelf kansen hebt gecreëerd. En zelf de tegenstander in een ongemakkelijke situatie hebt gebracht. En daaruit hebt gescoord. Dus wat dat betreft is het gewoon zo. Oké, nou ja, ik maak de fouten de volgende game niet meer. En dan winnen we hem gewoon. En dat moet de mentaliteit nu zijn voor Cambuur. Je moet gewoon tegen elkaar zeggen. Oké, jongens, weet je, we bleven meer dan bij dan Go Ahead Eagles. We waren misschien zelfs sterker dan de Eagles. We hebben gewoon een paar foutjes gemaakt. Dat kan gebeuren. Volgende game pakken we ze. Ja, precies. De schoten die liegen er ook niet om. Beide teams, allebei 9 schoten op goal. Dus ze waren allebei, quote-unquote, even gevaarlijk. Mm-hmm. Deze keer was het dan Go Ahead Eagles die inderdaad wat meer goals kon meepakken. Maar het is inderdaad precies zoals jij zegt. Deze serie is nog totaal niet gespeeld. En ik heb wel het idee dat Cambuur, als ze net even wat strakker spelen, als
net die mental even wat beter zit, dan kunnen ze de volgende game gewoon pakken. En we gaan dat maar snel genoeg weer zien. Want we zijn bijna klaar om de volgende in te gaan en ik heb er zin in. We gaan het zien of Cambuur terug gaan trekken. En misschien een game 3 hier eruit gaat persen. Ik hoop het ten zeerste, want die eerste game was ontzettend leuk om naar te kijken. Evenals de vorige series dat natuurlijk ook was. We gaan het zien. Kan Cambuur het recht trekken in deze tweede game? Of gaan ze toch vallen en pakt de Eagles alle punten en laten ze niks over voor Cambuur? De eerste goal is voor Cambuur. Kijk, ik dacht bijna dat die eerste touch daar van Go Ahead Eagles na de aftrap erin kon. Hier zie je eigenlijk net wat er dan gebeurt. Zijn die weet hem weg te werken, maar die paast hem naar zichzelf. En dan is er geen verdediging meer van Go Ahead Eagles. Die waren al te snel naar voren. Ja, voor de standings. Als Cambuur hier nu deze pot gaat verliezen met 2-0, dan wordt... gaat sowieso Go Ahead Eagles gaat omhoog. Telstar heeft gewonnen, dus die gaat er overheen. En dan zou het zomaar ineens kunnen dat Cambuur gewoon straks weer buiten die top 6 ligt. En dat is natuurlijk niet wat je wil dat er gebeurt. Maar ze staan nu 1-0 voor. Het is geen grote voorsprong, maar het geeft op zich wel wat ademruimte. Toch gaat Go Ahead Eagles meteen weer de aanval. Kijk, Daniel Almelo nam daar wel goed de tijd, vond ik. Maar die was net niet goed te controleren. Tom hier ook. Met een kans. Het gaat eigenlijk weer net zo door als dat we de wedstrijd hebben achtergelaten. Zeker weer kans aan beide partijen. Hier een goede paas van Owen naar Daniel Almelo. Die gaat proberen de bal nog een keer te raken. Maar heeft niet zoveel boost meer. Controleert de bal wel goed naar de zijkant. Maar dat was niet goed genoeg om echt gevaarlijk te zijn voor het net van Cambuur. Dan is het T1-shot met een goede blok hier. Maar Tom is er als eerste bij. Die speelt de bal naar voren. Een beetje onrustig nu aan beide partijen. Die proberen de bal snel naar voren te krijgen in plaats van er per se echt iets mee te doen. Een goede dunk hier van Sane zal ervoor zorgen dat Cambuur in ieder geval weer de aanval kan gaan zoeken. Dan Owen controleert de bal. Tom zit er goed tussen, maar T1-shot is degene die uiteindelijk met de bal weg mag gaan. Damian Almelo wordt er bijna compleet opgeblazen, maar weet een goede touch te vinden. Dan moeten er twee spelers van Cambuur aan te pas komen om die bal tegen te houden. Ja, tot nu toe stel ik mezelf in mijn hoofd al best wel een paar keer de vraag, waar gaan die passers nou precies heen? Want het wordt inderdaad precies wat jij zegt. Het is allemaal niet de schoonheidsprijs. Er wordt niet heel veel samen... Ook die verdediging was niet heel goed. En nu heeft Zeen maar twee verdedigers voor zich, terwijl hier zich ze nog bij is. Maar hij probeert zelf de bal eroverheen te spelen. En dat was gewoon niet goed genoeg. Terwijl wel zijn medespeler daarbij stond. Oh, hij duikt ook even over Owen heen om die blok te pakken. Maar Owen neemt wel de boost mee. En nu is het heel even rustig. Daar gaat Go Ahead Eagles met z'n tweeën naar de bal. Maar ze houden wel balbezit. Dus niet heel erg gevaarlijk. De vraag is, wie gaat er nou nog een keer scoren? Want kan Go Ahead Eagles die gelijk maken scoren? Owen gaat hier in ieder geval de lucht in. Heeft hij hier genoeg power? En beide verdedigers van Cambuur duiken er langs. En hij vliegt hem er gewoon rustig en gecontroleerd binnen. En er staat weer 1-1. Volgens mij verwachten ze daar misschien of dat hij naar de backboard toe ging. Of misschien zat het een flip reset. Maar Owen doet allebei niet. En dan zijn beide verdedigers van Cambuur net te snel bij de bal. Krijgen geen goede touch. En krijgen ze hier de goal tegen. Goed uitgespeeld van Owen. Eigenlijk uit het niets. De Go Ahead Eagles creëerde niet zo gigantisch veel. Heb ik het gevoel ten opzichte van Cambuur in deze game. Maar het is genoeg om hier in ieder geval die goal mee te pakken. En weer gelijkspel te spelen. Ja, Cambuur die moet nu echt alle zeilen bijzetten. Want nog één doelpuntje en dat betekent dat ze gewoon zonder punten naar huis gaan. Daniel Almelo gaat hier nog een keer de lucht in. Die probeert hem nog een keer te raken. Maar dat is natuurlijk moeilijk in te schatten als hij daar eigenlijk bij de onderkant van de hoek terechtkomt. Hier gaat hij wel heel goed voor. Oh, en daar is paas. Die one-shot. En die paas is inderdaad geweldig. En het afmaken is ook goed. Nu staat Go Ahead Eagles weer voor. Gaan ze deze game nog pakken? Ze hebben 2 minuten om deze voorsprong voor te houden. En Tom, je zit daar zo dichtbij. Ja, en Tom had die eerste bal al moeten raken. Sane verwachtte het en was daardoor uit goal aan het pushen. Alleen vervolgens raakt Tom de bal niet. Dan is Sane in een ongemakkelijke positie en valt die bal binnen. En nu moet Cambuur echt keihard aan de bak. Willen ze nog in deze game blijven. Maar ook in, zoals je zegt, in de competitie. In die top 6. Deze game voor hun zo belangrijk. Nu moet het gedaan worden. En Tom probeert het in zijn eentje te doen. Neemt die bal een heel eind mee. En Sane degene die het uiteindelijk afmaakt. 2-2. Cambuur scoort. Ja, tijdens het vliegen zie je hier, hij gaat Owen, die wordt gemist. En Sane die schakelt daar iemand uit, waardoor hij eigenlijk alle vrijheid heeft. En Hesix gaat ook nog voor de bump op die one shot. Ja, dat maakt het helemaal af. Ja, dus dat is echt die teamplay waar we tot nu toe een paar keer hebben gezien dat het vertrouwen van Cambuur in elkaar misschien een beetje misplaatst was. Waar je natuurlijk niet op hoopt, maar wat dus wel een paar keer gebeurt, is hier zijn ze allemaal
ja, zijn ze allemaal bezig met hetzelfde plan. Hier komt weer een paar tegen de backward. Is steeds al... hij was net niet op tijd. Hij was net iets te ver weg. Maar weer proberen ze het goed. En dat vertrouwen blijkt weer een beetje terug te komen. En dat is hartstikke goed. Want dat is waar Cambuur het van moet hebben. Gaan ze nog een goal scoren? Of gaan we straks toch naar overtime? We hebben in ieder geval nog anderhalve minuut om het te zien. En nu lijkt het weer dat Go Ahead Eagles weer gevaarlijk wordt. Die komt tegen de backboard. Kunnen ze hem wegwerken? Ja, dat kan net. Dus nu is, voor nu is het gevaar geweken. Maar Go Ahead Eagles gaat wel door met aanvallen. Oeh, ik zat daar geen boost. Heel ongemakkelijk. Maar Sane weet gelukkig de bal net weg te werken. Ook een hele sterke dunk. En dan geeft dat toch een beetje ademruimte voor Cambuur. Ook een hele goede demo daar om Owen uit de play te halen. Daniel Almelo gaat voor de lage 50. Weet een goede touch. Krijgt die one shot sneller dan Tom. En dan valt die bal net niet binnen. En Daniel Almelo mist ook nog. Owen alsnog. Dubbel tap. Tikt hij hem binnen? Nee. Die bal gaat naast een hele, hele grote kans voor de Go Ahead Eagles die er niet in valt. En Cambuur die komt hier zo makkelijk weg. Tenminste, makkelijk. Ze komen hier met zoveel geluk weg. En dat is soms is het meer geluk dan wijsheid. En die moet je ook gewoon nemen. Want in zo'n wedstrijd zoals dit, waar het zo allebei de kanten op kan gaan, dan moet je soms gewoon het geluk hebben. Hier kan hij zomaar verkeerd vallen. Oh, de pas! Sane die pakt hem. Oh, de pas! Doelpunt! Met nog 27 seconden op de klok. Cambuur pakt toch de voorsprong. Het gaat er net fout. Owen raakt net aan die boot. Lekker en sick. Tegen de backboard en Isix. Ah, die surft gewoon rustig op zijn rug naar dat doel toe. Het is zo close. Denk je dat Go Ahead Eagles het nog in zich heeft om toch nog die gelijkmaker te pakken? Want ze hebben nog heel eventjes en we hebben gekkere dingen meegemaakt. Oh, ik denk dat Sane een hele andere idee over heeft. En Hizix lijkt ook een heel stuk beter in de game te zijn. Cambuur gebruikt ook het fysieke gedeelte van het spel zo sterk. Zijn constant aan het bumpen, constant aan het demo. En het haalt Go Ahead Eagles uit hun spel. En dan valt ook nog gisteren 4-2. En dan gaan we een game 3 krijgen. Oh, twee keer 4-2. Twee keer voor, één keer voor allebei de partijen. Hizix die hem daar goed raakt. Net onder de lat prikt hij hem er toch weer in. En dit is de game waar we op hoopten. Een spetterend einde krijgen we in ieder geval van week 6. Beide teams spelen zoals ze dat moeten doen. Bijna de 5-2 hier nog. Die valt op de lat. En dan is het zo dichtbij voor de Go Ahead Eagles. Ze hebben dat schot van Daniel Almelo die op de lat gaat. Die misschien wel moet zitten. Dat gebeurt niet. En dan krijgen ze nog de 4-2 tegen. En dan is het game over voor in ieder geval deze game. En gaan we die felbegeerde game 3 zien. Nou ja, de bal die doet er in ieder geval nog een tijdje over voordat hij de grond raakt. Want ze willen hem echt niet laten landen. Cambuur die probeert het wel te doen. Tom, nee, nou, ze doen het ook niet. Nou, Isix dan nog een keer. Ja, daar gaat hij nog steeds niet. Bijna nog een extra doelpunt. Jongens, de game is klaar. Nee, wat zijn andere ideeën? Go Ahead kan nog een keer scoren, maar dat gaat voor de rest niet voor de stand niks meer uitmaken. Ja, maar dit is de gouden regel van Rocket League. Als je de bal hoog kan houden in die laatste seconde en je hebt twee goals ertussen zitten, dan doet iedereen dat ook gewoon. Dan ga je proberen nog een goal te scoren. Ja, ze willen toch een beetje nog van wat van hun kwaliteit en wat van hun trucerij te laten zien. Misschien om de tegenstander nog even te intimideren voor deze allesbepalende derde game. Ja, en welke kant gaat die op? Niemand weet het. Nee, toch? Al zou je het mij nu vragen, en het klinkt bijna alsof je het mij nu een soort van vraagt, ik heb er geen antwoord op. Nee, ik ook totaal niet. Het is zo dicht bij deze twee teams. Het gaat echt om spelen, ook wie de fouten maakt. In die eerste game hadden we Hizix die een paar foutjes maakte. De eerste goal van die vorige game viel omdat die one-shot langs de bal vliegt. En dat zijn de kleine marges waarop dit soort games worden beslist. En dat kan het verschil maken of je zo meteen dus met 3 of met 1 punt uit gaat. De eerste kans hier voor Daniel Almelo. En dit zijn wel het soort goaltjes die je af moet maken in deze derde game. Ja, en het is wel echt... Oh, daar raken twee spelers van Cambuur elkaar. Maar dat heeft geen grote gevolgen, gelukkig. Het is wel Hizix die nu zoveel beter in de game is gekomen in de tweede game van deze serie. En dat is wel heel erg belangrijk voor Cambuur. Want dat betekent nog een extra speler die ze kunnen vinden, waar ze die passing plays mee kunnen doen en die ook gewoon die sterke verdediging weer kan neerzetten. Daar was inderdaad wel Go Ahead heel dichtbij de eerste echt grote kans. Werd niet echt goed afgemaakt en nu is het wachten tot er wat gebeurt. Net tegen de backboard, als hij zo langzaam eraf valt, is het ook lastig te verdedigen. Maar Cambuur weet het te doen. Hizix gaat daar de lucht in, krijgt het net niet lekker, want er zijn twee verdedigers. Kijken of Sane nog een bal kan voorzetten, maar die gaat over Tom heen. En toch makkelijk heel snel terug. Maar Daniel Almelo is daar eerder bij de bal, maar die krijgt niet de goede richting in. En er is niemand anders van Go Ahead Eagles om daar wat mee te doen. Daniel Almelo trouwens is volgens mij, maar het kan zijn dat ik het verkeerd heb hoor, volgens mij het broertje van T-One Shot. Weet ik niet zeker.
Maar volgens mij wel. Dus dat is ook nog grappig. Kijken of die broers samen ervoor kunnen zorgen dat ze hier ook de winst weten te pakken. Goed blok hier van Tom op die bal van Owen en dan Sane. De bal weer recht naar voren. Yassi merkt ook dat iedereen een beetje bang is. Het is een hele goede paas van Daniel naar zijn T1-shot. Maar goed geblokt ook aan de kant van Cambuur. Deze nog steeds van Sane. Krijgt hij die bal net binnen? Nee, T1-shot is terug. En zo blijft de eerste goal van de wedstrijd nog even uit. Ik moet zeggen, het klinkt wel echt als een verhaal uit een film. Waar je een team bij elkaar hebt die moet proberen een hele belangrijke wedstrijd te winnen. En ineens is iemand weg. En dan zegt de ene, weet je, ik regel mijn broertje wel. En ineens is alles anders. Maar tot nu toe vind ik hem erg goed in de wedstrijd zitten. Dus voor mij mag hij vaker invallen. Kijken of hij inderdaad het verschil kan maken in deze pot. En of hij kan zorgen dat Go Ahead Eagles de winst toch mee naar huis kan nemen. Als het in ieder geval waar is, want we weten. Ik weet het niet zeker. Jij weet het ook niet zeker. Nee, ik kan me iets onthouden van een 2v2-toernooi die laatst gebeurde. Dat werd vernoemd dat Daniel Almelo. Het was iemands broer. Volgens mij was het die one-shot in ieder geval. Hier misschien een kans voor Go Ahead Eagles met Owen. Maar dat is eigenlijk een on-Owen shot. Normaal gesproken schiet hij ze zo goed, zo hard binnen. Mist hier toch de bal. Zit er ook net niet lekker in. En ik denk dat de vele bumps van Cambuur ook een grote rol daarin hebben gespeeld. Nou ja, daar bumpten ze elkaar ook bijna net zo. In de verdediging. Oh, Daniel Almelo was daar zo dichtbij tot die eerste kans. Tom die haalt dit schot ook weer weg. En die one shot komt er ook niet aan. Het staat nog steeds 0-0. Maar er zijn kansen over en weer. Tot nu toe vind ik wel dat Go Ahead Eagles die heeft wel meer de overhand. Cambuur moet meer verdedigen. Maar we weten dat Cambuur de kwaliteit in huis heeft om er toch wat van te maken. Owen die laat de bal nog even hoog hangen. Die one shot zat daar eigenlijk te wachten om daar wat verder mee te doen. Hier dan misschien met de backplay. Maar Sane die pikt hem op en die gaat nu zelf op vliegavontuur. Oh, Sane met de air dribble heeft niet zoveel boost. Maar krijgt die bal voor. En dan is het Tom die hem binnenprikt. De bal kan niet goed weggespeeld worden door de Go Ahead verdediging. En dan kan je nog zoveel aanvallen. Maar als je niet scoort, dan krijg je hem tegen. En dat laat Cambuur hier zien. 1-0. Ik vind het soms zo grappig dat je ziet zo'n grappig play. Je ziet van Sane zien zo'n play. En je denkt, nou, dat is jammer dat hij er net niet in gaat. En dan blijkt het gewoon een paas te zijn. En dan gaat die bal er gewoon in. Ja, soms mag het zo lopen. Soms zijn goalpogingen worden ineens pases. En andersom. Maar het komt Cambuur heel goed uit. Kijken of Go Ahead Eagles hier verder wat mee kunnen doen. Maar Cambuur lijkt dus de kracht weer gevonden te hebben om het gewoon uit te gaan spelen. Nu, we hebben ook nog maar 1,5 minuut. Er wordt er even wat getwijfeld door de aanvallers. Oh, van, nee! Dat was bijna. Ik kan me voorstellen dat voor Isaacs dat ook verblindend was. Maar er zat net niet die. Oh, wat een bump! Owen vindt de bump. En dat is het gaatje wat de Go Ahead Eagles nodig hebben. Ze blijven kloppen op die deur. En dan op een gegeven moment gaat die open. Een prachtige bump van Owen. Die one shot die het vertrouwt. Die het schot neemt en daardoor 1-1. Deze teams zijn zo aan elkaar gewaagd. We hebben nog iets meer dan 1 minuut. En het ziet eruit alsof we toch weer langzaam maar zeker richting een overtime gaan. Maar we hebben al eerder gezien dat het zomaar vlak voor het einde afgelopen kan zijn. Kan Cambuur hun vertrouwen weer terugvinden? En kunnen ze die goal gaan scoren? Of heeft Go Ahead Eagles aan dat goaltje dat ze net meegepakt hebben genoeg om er nog één te maken? Nou, ik kan bijna niet meer uit mijn woorden komen. Zo spannend is het. Sane probeert het hier nog een keer. Die gaat er niet lekker in. Tom vanaf de muur. Oh, heeft hij maar een klein schot, maar die wordt toch weer net op de lat getikt. Misschien was hij wel op de lat gegaan, maar dat maakt niet uit. Die bal was echt een kanonschot. En Sane gaat er weer achteraan. Oh, die bal gaat in midden. Tom, vindt hij het schot? Ja, maar de save wordt ook gevonden door Owen. Die bal wordt gekeerd. En zo komt Go Ahead Eagles er dit keer mee weg. Nu lijkt de druk toch een beetje voor Cambuur zich te gaan opbouwen. Als Daniel Almelo wel de bal voor zichzelf omhoog speelt. Probeert die one-shot te vinden. De broertjes proberen het samen te doen. Het lukt hier net niet. Owen is op tijd terug hier om die bal te keren. Maar moet er nog eentje vinden. Doet dat ook voortreffelijk. Dan moet Hizix weer verdedigend aan het werk. Vindt dat niet. Daniel Almelo met het schot op de backboard. Die one-shot misschien. Nee. Tom is ongelooflijk snel. En dan gaan we de laatste 10 seconden in. Nog een laatste kans voor beide teams om het in de normale tijd te doen. Isaac doet tijd! Met 10 seconden scoort Isaac! 2 keer vinden ze gewoon in die laatste 30 seconden toch dat goal. Dat goal dat alle verschil maakte in Isaac hier in de eerste game. Er was hij nergens te vinden of in ieder geval alleen maar precies de verkeerde dingen doen. En nu met nog 3 seconden op de klok trekt hij Cambuur er doorheen en gaat waarschijnlijk Cambuur met die 3 punten naar huis. De bal gaat nog een keer de lucht in. 0 seconden op de klok. Iemand van Go Ahead Eagles is al de game uit. Die heeft er geen zin meer in. En als hij de grond raakt... Oh! Daniel! Daniel! Gaat hij de score? Daniel!
meer komen. Want Go Ahead Eagles scoort de gelijkmaker. Daniel Almelo de super sub. 2-2, we gaan toch naar overtime. Ik ben heel erg benieuwd of Go Ahead Eagles nu wel 3 spelers in het spel heeft. Want 2 tegen 3 wordt het wel heel erg lastig. Tot nu toe zie ik er volgens mij nog steeds maar 2. En het is SC Cambuur die denkt, ja, zoek het lekker uit. Ik ga gewoon door. Tom die blauw de bal hoog speelt. Is daar dan een speler? Nee, er is niemand. Oh, en dat een open goal. Gast, oh, het is Go Ahead met 2 tegen 3. Het is niet te geloven. Dit maak je echt nooit mee. En hoe wordt die bal ook gescoord? Het lijkt ook alsof Cambuur denkt, wat er gebeurt er nou allemaal? Maar Owen die ziet dat goal en die neemt het er gewoon in. En Go Ahead Eagles gaat naar huis met een 2-1 overwinning. Er zijn maar 2 spelers te zien op het scherm. En ik snap er helemaal niks meer van. Wat is hier gebeurd? Ja, ik zou willen dat ik het kon zeggen. Ik weet ook niet of het nog uit gaat maken voor de uiteindelijke uitkomst van deze game. Aangezien T1 Shot natuurlijk wegging. Dat gaan we zo meteen denk ik wel eventjes horen van de productie wat... wat de beslissing is wat dat betreft. Maar dit is het meest bizarre einde wat ik in ieder geval denk ooit heb meegemaakt voor een series. Dan heb je op de laatste paar seconden die Hizik nog de goal weet te vinden. Dan vindt Daniel op de 0 seconden de gelijkmaker. En dan 2 tegen 3 alsnog de goal gevonden. Wauw. Ja, ik, als ik nu ook naar de reacties kijk van Cambuur, dan is dat ook een beetje... We moeten het vooral afwachten van productie. Ja, we van ongeloof. Dus daar, ja. Het zou ook zomaar ineens kunnen dat zij dachten van, nou ja, we moeten dit klopt niet, dus we moeten wachten of zo. We weten het op dit moment gewoon nog niet. Ik krijg te horen, het resultaat blijft in ieder geval staan. Dus Go Ahead Eagles, toch degene die met hier met de punten weg gaat lopen. Maar een waarschuwing voor T1-Shot, voor het vervroegd lieven van de game. Wat lijkt mij erg op zijn plaats lijkt. Maar dat terzijde, we hebben wel echt een spektakel hier aan het einde gehad van de 6e speelronde. Ik vind het wel jammer, want we hebben altijd aan het einde dat we nog met z'n allen zo'n klein segment doen voor de socials, voor een interview. Ik denk niet dat we het over iets anders kunnen hebben dan de series die zojuist is gespeeld. Maar wat een speelronde. Dus ik hoop in ieder geval dat Björn vaker gaat vragen wat de surprise gaat zijn van de speelronde, want dat blijkt dat we er gewoon 20 krijgen. Ik vind het... Ik heb er bijna geen woorden voor hoe deze game uiteindelijk geëindigd is. Als ik het zo... als ik zo de reactie van Cambuur net zag, snapte zij er ook niet zo heel veel van. Dus misschien dat daar nu wat onvrede heerst over... Ja, jongens, wat is er nou gebeurd? Maar de uitslag staat... De game is voorbij. Wij zijn hartstikke moe. En na deze reclame gaat de tafel nog even verder om dit spektakel te bespreken. En ik ga slapen. Ik ben... Oh. Oh, mannen, dankjewel daarboven. Tot volgende week weer. Nou, we hebben niet zo hard gegild als de mannen boven, maar we krijgen hier even een toetje, hoor. Hey. En ik dacht nog aan de hand van de vorige wedstrijd die we zagen tussen Almere City en Telstar van oké, dit is de hype. Dit was zo close. Dit was de verrassing van speelronde 6. Gekker kan het niet worden. En nu worden we zo getrakteerd met nu nog deze wedstrijd waarbij... De laatste seconde zie je de bal op het dak liggen. Ik ben even kwijt welke speler het was, maar je ziet hem op het dak liggen. Denk nee. Daniel Almelo die hier zijn wedstrijd speelt. En je ziet gewoon op het dak liggen en je beseft allemaal van... Oh nee, dit gaat gebeuren. Hier komt de flik aan, dan gaat hem over de verdediging werken. En het blijkt nog te gebeuren ook. Een overtime met nog maar een paar seconden op de klok. Maar eigenlijk op de 0 seconden werd hij nog ingegooid. Dat was een ongelooflijk lekkere goal. Dus wat een beloning hier, wat een kerst op de taart van deze speelronde 6. Dat we hem zo mogen afsluiten met 2 van dit soort fantastische wedstrijden. Het is ongelooflijk. Dicht bij elkaar liggen kan het niet dan dit. De mannen zeiden het al, maar ik begon vandaag de dag... Deze speelronde 6 met... En welke verrassingen gaan wij krijgen in speelronde 6? Nou, we hebben er inderdaad een paar gehad. Ja, wauw. Het stikt ervan. Dus hoe Excelsior Den Bosch volledig overwandelde... waar wij eigenlijk dachten van vandaag... dit wordt de meest close wedstrijd van de dag. Almere City die ineens toch elkaar weet te vinden tegen de Telstar... en daar een ontzettend spannende wedstrijd van maakte. Ja, dan nu...
deze laatste wedstrijd, de Go Ahead Eagles, om toch nog last minute te pakken. Ik denk dat ik volgende keer verrassingen van ga maken. Want ik bedoel, mijn analyse zat er vaak naast vandaag, maar dit had ik niet durven dromen. Nee, hè? Jij neemt het voor lief. Ik neem dit voor lief. Dit mag elke week gebeuren, wat mij betreft. Nou, niet elke week. Dan ben je heel ongeloofwaardig, hè? Hey. Nee, dit is een spektakel. Heerlijk. Code Eagles pakt die 3 punten die ze kunnen gebruiken. Een soort, ik moest een beetje denken aan de wedstrijd van de week in de Toto KVB beker. Waar zij wonnen van, en dan moet ik het even opzoeken, 6-0 tegen NAC Breda. Oké. Wonnen zij. Dus nou ja, ook wel, dat was iets minder close. Maar, daar vallen ook grote gaten. Ja, maar wel een verrassing. Ja. Als je dat van tevoren had gezegd, Go Ahead Eagles wint van NAC Breda met 6-0. Denk ik ook dat je... Nou, dan waren er niet heel veel geweest die dat hadden gezegd, denk ik. Dus in dat geval is het een verrassing. Maar wat een spektakel. Zeker. En natuurlijk ook een verrassing voor mij vandaag was wel hoe Top Os nog steeds zoveel moeite had tegen de Graafschap om hem af te ronden. Dus waar ik nu ook positieve verrassing heb, dat ik denk van oké, hoe close het bij elkaar ligt voor het spektakel is het natuurlijk een droomscenario. Vond ik ook bijvoorbeeld, waren ook verrassingen tussen de Graafschap en Top Os, dat de Graafschap toch ineens heel moeilijk maakt voor Top Os. MV Maastricht tegen Helmond alsnog een aantal kansen wist te creëren, niet altijd lekker afmaakte, waardoor ze hem ook niet hadden gewonnen. Maar toch daar ontstonden ook verrassingen en kansen voor beide teams. Ja. Dus ik moet zeggen, van alle weken die we hier nu hebben doorlopen, is dit misschien wel een van de meest turbulente dagen die we hebben gehad. Dan merk je ook van de energie nu hier in de studio. Dat zoveel verrassingen zijn, dat er eigenlijk boordevol energie zitten. Ik heb de mannen eerlijk gezegd in geen enkele speelronde zo uit hun plaat horen gaan. Nee, Arbo krijgen ook problemen als we niet oordop indoen bij volgende uitzending. Heb ik net gehoord van de regie. Dus dat gaan we zeker doen. Sterker nog, wat ik hoorde van de regie, die zegt gewoon, ik hoor de jongens via jouw microfoon binnenkomen. dan even voor de kijkers thuis. Ja, dan ben je wel hard aan het schreeuwen. Dan ben je er zit een goede meter of 8 wel tussen, denk ik. Dat is ongelooflijk, ja. En een verdieping. Ja, dan gaat het heel hard. Ja, wat kun je er nog meer... Ja, je kunt hierover blijven praten. Het is heerlijk, het is lekker. Maar het heeft wel een uitslag opgeleverd vandaag. Laten we daar eens naar kijken. Want die uitslagen gingen eigenlijk wel een beetje allemaal 2-0, 0-2, 0-2, 0-2, 2-0. En toen kwam ineens de 1-2 en de 1-2. Ja, want hier staan ze. Kijk, die van Volendam, dat wisten we. Dat was natuurlijk niet heel erg spectaculair. Maar de andere, ja, het is wel een... we zijn lekker... we hebben de... Ik kom er bijna niet uit, joh. We hebben de lekkere wedstrijden voor het laatst bewaard. Het meest spectaculaire van de dag. En we hadden dus eigenlijk een aantal wedstrijden waar we vandaag van zeiden, deze worden waarschijnlijk een beetje one-sided. Ja. Toch? Deze wordt hard gewonnen. Er waren ook een aantal waar we zeiden, deze moet close worden. Zoals we het hebben over Den Bosch. Als we het hebben inderdaad over... Telstar Almere City. Daar hadden we ook verwacht dat Telstar die zou pakken. Maar we zien heel veel... harde resultaten, harde 2-0's, waar bijvoorbeeld ook tussen Top Os en de Graafschap het ook 0-2 is, maar niet zo overtuigend als ik had gehoopt van ze. Dus de eerste paar matches waren natuurlijk allemaal heel erg one-sided, overtuigend vaak, ook in de score die we zagen. Jammer dat Dordrecht-Volendam er niet was geweest, want dat was ook een van de wedstrijden waarvan ik dacht, dit wordt een doelpunt en regen voor Volendam. Ja, maar ja, goed, als we dat denken, dan wordt het niet. Dus dat dus daarom, dus ik heb er vandaag vaak naast gezeten. Misschien heeft Volendam wel heel veel massa met die 2x5. Ja, dat zou het zijn geweest. Nee, we zagen wel de spelers van Volendam spraken ook uit van jammer dat we niet hebben mogen spelen, want je wil je toch graag bewijzen ook in het veld. Dus dat was jammer dat we die niet gezien hebben. Ja, en dan heb je na zo'n speelronde heb je gewoon deze stand. Ja, het is wel... Ik vind het stiekem heel erg leuk dat dit nu de stand is, hoor. Ja, ik ben eigenlijk door alle energie van vandaag... heb ik hem helemaal niet meer in beeld eigenlijk hoe deze eruit ziet. Want als we even teruggaan, Bo, naar een aantal speelronden geleden... dan had je de eerste 7 hadden gelijke punten. Toen werd dat al de eerste 6, 5, 4. En nu zijn er nog maar 2 teams die 2... gewoon dezelfde punten hebben en alles gewonnen hebben. Dat ja, is, zeker. Opvallend vind ik bij Volendam hoe weinig tegengoals hebben gekregen. Dus we zien toch bijvoorbeeld bij een Excelsior 34 goals tegen. Dat is toch die verdediging, hè? Dat is toch die bestraffing op het offensieve speelstijl die je hebt, die er wel heerlijk uitziet als kijker trouwens. Dus Excelsior, als je luistert, alsjeblieft houd het vol, want dat is echt tof om naar te kijken. Maar je ziet toch bij bijvoorbeeld een NEC en bij Volendam dat ze het voor elkaar hebben gekregen om dat goal van hun redelijk dicht te houden, niet zoveel doelpunten door te laten, wat nu in die puntentelling toch belangrijk wordt. Ja, en nogmaals, ik blijf erbij. Ik vind het nu, wordt het wel een spannende stand. En we hebben er nu 6 gehad, we hebben er nog 2 te gaan, voordat daadwerkelijk de uitslagen bepalend zijn en de top 6 bekend is. Jazeker. En dat is wel leuk om te zien. En dan heb je, dan ben je Dordrecht, dan ben je Maastricht, dan heb je 0 punten. Voor deze periode kansloos.
Maar ja. Ik blijf maar benoemen dat het niet kansloos is voor de rest van het seizoen. En dat is wel belangrijk. Ik denk ook voor die teams. Ik kan me zo voorstellen dat als je nu in dat team zit, dat je dat besef een stuk minder hebt. Dat je denkt, ja, weet je, 0 punten. Ach, joh, we moeten nog 2 ronden. Nou, het zal allemaal wel. Maar je zal er nog even 6 punten uithalen. Je hebt nog 3 periodes waar je club punten haalt. Het kan zomaar zijn dat Dordrecht straks in de top 3 eindigt aan het einde van, van de competitie. Dus dat is wel leuk aan het verhaal waar wij natuurlijk op dit moment mee bezig zijn. Dat gezegd hebbende, periode 2, dat benoem het nog maar even. 2 november om 12 uur begint de inschrijving. Kun jij, als jij denkt dat jij het beter kunt, net zo goed kan. Of misschien denkt, hey, niet geschoten is altijd mis. En geloof me, dat is bij Rocket League best belangrijk. Want als je niet schiet, dan scoor je zeker niet. Denk jij dat te kunnen? Vind je het leuk? Ga je opgeven. Maak een team. Zorg ervoor dat je voor jouw club uitkomt. En wie weet zien wij jou gewoon dan in periode 2 elke week aan de slag. Elke week aan de bak. En die punten binnenharken voor jouw favoriete team. Dus ik zou dat zeker eens naar kijken. En trouwens, Björn, je hebt het over naar de inschrijving. Leuk om te zien. Ik hou af en toe ook natuurlijk de Twitch-chat in de gaten. De interactie met onze lieve kijkers thuis. En we zien ook al in de chat steeds meer verschijnen dat mensen vragen, hey, kan ik me hiervoor inschrijven? Of hey, ja, kan leven, ik ook mee doen? Leven. Er is bijvoorbeeld al een van de kijkers, dus TwanV2000. Op dit moment een van de allerbeste spelers in Nederland die ook zei, hey, ik wil binnenkort wel meedoen, dus die verwacht ik ook zeker terug maar te zien. Maar dan ben ik benieuwd, voor welk team gaat hij dan spelen bijvoorbeeld? Ja, weet ik niet. Dat is aan Twan zelf. Maar Twan, wat hem betreft, zou hij elk team wel een overwinning kunnen brengen. Dus ja, dat moeten nee, we nog okay, zien. Maar ik ben dan benieuwd voor welk team. Dat is nog niet een beetje in de gaten houden. Dat hebben we nog niet heel veel erbij vermeld. Nou, bij deze, Tim, als je kijkt... Twan, als je kijkt, we zijn benieuwd. Welk team zou jij dan gaan vertegenwoordigen? Dat is toch leuk om te weten. Ja, en die maakt grote kans om alles te winnen. Dus zo zijn er heel veel kijkers die toch al bezig zijn om te kijken, kan ik hier aan meedoen? Hoe kan ik mijn competitiviteit nog meer uitbreiden? Kan ik nog steeds beter worden? Maar aan de andere kant, jij zegt inderdaad team, dat bedoel je heel terecht. Twan kan het niet eens eentje. Nee, zeker niet. Ja, kijk, sommige spelers zullen dat wel denken van zichzelf. Misschien is Twan er wel één van. Maar er zijn sowieso spelers die echt wel goed zijn als individuen. Maar leer ook spelen met je teamgenoten. Want wat we vandaag hebben gezien heel vaak is ook dat de passing plays tussen de teams, dus echt het samenspelen, dat toch leidt tot de meeste doelpunten. Nou, bij dat gezegd hebben we 2 november zijn die inschrijvingen. Tot op heden zitten wij nog in periode 1 en dan hebben we volgende week speelronde 7, waar dit de wedstrijden zijn. De Graafschap tegen Excelsior, Topos tegen MVV Maastricht, FC Dordrecht tegen Roda JC. En dan heb ik, dan moet ik even goed kijken, want dan is er mijn blaadje mist ineens iets. De Graafschap Go Eagles zie ik. FC Den Bosch, dat zie ik zo. Ja, het staat hier wat vervelend op mijn kaartje. Mijn excuses. FC Eindhoven tegen Helmond Sport. FC Volendam tegen Almere City. Telstar, NAC Breda en NSC tegen Cambuur. Waar verheug jij het meest op? Voor mij is het denk ik toch Den Bosch tegen Go Eagles. Van volgende week, als zegt goed. Die staat het goed, toch? Juist. Dat wordt voor mij wel een van de meest interessante van de dag. En verder hebben we ook Volendam tegen Almere City. Ik denk dat ze het expres gedaan hebben bij mijn kaartje. Er staat namelijk een spatie naar het. Ah, ja, dat is moeilijk. Ja, dat is even wennen. Dat is ook al een lange dag geweest. Nee, dus ik zie hem ineens niet. Daarom. Nou, dat zijn de 2 die voor mij het meest interessant zijn. Omdat dat wederom de topteams zijn die tegen elkaar zullen spelen. En ja, dus dat is waar ik hoor net in mijn oortje, voor de mensen die heel alert zijn vandaag op de Twitch, de doelsaldo's die we net zagen in de standaardkaart kloppen niet helemaal. Wordt aangepast en straks op social media klopt die wel. Dus dan weten jullie dat. Ja, precies. Ik had al een vermoeden dat er wat dingen verschoven waren. Dus inderdaad, wacht die nog heel veel af. Dan wordt je zo meteen geüpdate en hebben we de correcte standaardkaart bij ons. Dat zijn voor volgende week de partijen waar ik het meest naar uitkijk. En de reden dat ik Volendam Almere City interessant vind, is omdat Almere City... Ik heb het idee dat Almere City zich terugklimt in hoe sterk ik ze eerst vond. Ik merk dat die bril weer een klein beetje bij jou opgaat. Heel langzaam. Ja. Het wordt even afgenomen. Dus, omdat ze dan toch wees in die 2 weken... Wees nou niet meteen weer te enthousiast. Nee, zeker ik doe niet. Het voorzichtig. Ik zou niet durven. Laten we gewoon speelronde 7 afwachten. Maar je verheugt je in ieder geval op Volendam Almere City. Ja, omdat ik als Almere City dit tempo aan kan houden in de lijn waarin ze ook vandaag hebben gespeeld, dan wordt het voor Volendam nog een hele tijdnood om te kraken. Laten wij straks lekker nog verder praten, Bo, want we moeten echt afronden. Ja, jij kan geweest, soms hè? Zo lekker lang van stof zijn. Hè? Dat is ongelooflijk. Ja, de regie wil naar huis. Ja, okay. En ik ook trouwens. Hey, bedankt voor het kijken. Het was weer een spectaculaire speelronde. Speelronde 7 komt eraan. Het wordt steeds spannender. Wie gaat er eindigen bij de laatste 6? Tot volgende week.
Deze competitie wordt mede mogelijk gemaakt door Predator van Acer.